rauwe zaden. Matt Melden en zijn vriend Stevens, op zoek naar het geheim van de blauwe zaden, zijn in Brazilië in gevangenschap geraakt nadat ze in de blauwe ruïnes in het oerwoud een nieuwe energiebron ontdekt hebben. De herkomst van de energie is alleen bekend aan de wezens die uit de blauwe zaden moeten komen. De archeoloog professor Marcus heeft op een geheime plaats een van de zaden uitgebroed en hij wordt geconfronteerd met een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden waarmee hij contact moet zien te krijgen. Maar ondertussen loert de Duitse geleerde von Sommeren op zijn kans. Ik hou het niet meer uit. De gedachte aan Matt. Nog even, nog even. En als die professor gelijk heeft, dan geeft dat superwezen een pasklare oplossing, echt. Dat blauwe wezen, of dat blauwe mens. Ja, hoe moeten we het noemen? Nou, geen idee. Maar we moeten er wel serieus over denken. Kijk, als het werkelijk gaat spreken, dan kun je toch moeilijk tegen hem zeggen, dag ding of zo, hè? Zo, dat is beter. Ze lacht weer. Ja. Maar nou even serieus. Ja. Von Sommeren heeft het vroeger eens gehad over de blauwe mannen. Kunnen we het daar niet op houden? Nou, die von Sommeren is niet de beste referentie die je kunt opgeven, zeg. Ja, dat is wel zo. Maar ik vind zo weinig vrouwelijks aan dat wezen. Nou, veel mannelijks anders ook niet. Weet je wat? We noemen het Jack. Dat is een naam die past bij een vrouw en bij een man. Jack? Goed. Ja. Het blauwe wezen is gedoopt. Prachtig eigenlijk, hè? Die nacht. Ja. Ja, de professor geniet er nooit van. Die zit liever achter zijn boeken. Wat een werkezel, zeg. Nou, moet je niet zeggen, daar heb je hem net. Onze hypothese was juist... Oh, kalm, professor, kalm. Wat is er gebeurd? Is er iets met Jack? Jack, wie is Jack? Nou, het blauwe wezen. We hebben het Jack gedoopt. Oh, juist, ja. Jack praat. Het is een taal die voor ons onverstaanbaar is, maar hij praat. De Blauwe Zaden, door Paul van Herk, bewerking Tom van Beek. Hij praat? Oh, geweldig, professor, gefeliciteerd. Nou begint het pas goed. U bent enorm, professor. No, jonge dame. Is hij wakker? Kunnen we het horen? Natuurlijk. Het klinkt min of meer als een menselijke stem, maar het is een bewijs dat het orgaan in orde is. Oh, het gaat er nu alleen nog maar om hem onze taal te leren. Ja. Gaat u voor. Ja, dank u. Gaat uw gang. Maar dat leren van die taal, dat moet toch niet zo moeilijk zijn als die, die hypo... Dat leren in de slaap tenminste werkt. We denken dat het een kwestie is van één nacht, jongeman. Hier is hij. Jack, zeiden jullie? Jack, ja. Ja. Oh, een pientroge opslag, dat moet gezegd. Frank. Hij spreekt onze taal toch niet? Nog niet. Vanaf morgen moet je een beetje op je woorden passen. Liefst nu al. Ik heb het idee dat hij enorm veel begrijpt, op het ogenblik al. Als je langzaam en duidelijk spreekt. Alleen die kleur van die ogen. Groene ogen. Is er wat op tegen? Nou, dat past niet zo best bij de kleur van de rest. Om je naar mijn boeken dat niet mogelijk. Hij doet het! Misschien met zachte gaan en geen of even dit goed, hè? Hoor je dat nou? Je hebt hem boos gemaakt. Nou, ik vind het heel charmant. Hij in de voorkamer zo met mijn Johanne. Nou, u ziet het. Hij reageert wel op wat er gezegd wordt. Wat gaat u nu verder doen? We maken hem weer in slaap. Dan ga ik de beelden die in zijn onderbewustzijn geprent zijn verbinden met taal, met woorden. Mm-hmm. Tegelijkertijd zullen we hem de elementaire grammatica bijbrengen. En als hij dan morgen... Wat was neer even mijn kamer? Ja, precies, ja. Frank, je maakt er een spelletje van. Ik ben alleen maar blij dat er nou eindelijk eens wat leven in de brouwerij komt. We zullen Melden en Stevens gaan bevrijden met behulp van Jack. Als het maar niet te laat is. Is een provocateur. Als we erop ingaan, lappen we Fernandes er misschien ook nog bij. Tja. Wie is Fernandes? We kennen namelijk helemaal geen Fernandes. Des te beter, als hij jullie maar kent. Luister goed. Morgen tijdens het transport zal er een overval gepleegd worden op de auto die jullie zal vervoeren. Door wie? Dat doet er niet toe. Door mensen die jullie niet kennen, net zo min als Fernandes. Heeft dit iets te maken met een of andere ondergrondse beweging of zo? Ik zeg alleen maar dat er een overval gepleegd zal worden.
Wij kennen dit soort transporten. Er zit naast de chauffeur een bewaker. Een tweede bewaker zit bij jullie in de achterruimte. Dat is niet te geloven. Zo, die is weg. Ja, en dan? We zullen de overval moeten plegen als de wagen stilstaat. We hebben daarom een val opgezet bij de spoorbomen van de treinverbinding met Brasilia, ongeveer een half uur rijden van hier. Het enige wat jullie moeten doen is de man achterin overmeesteren. Voor de rest zorgen wij. Twee snelle schoten achter elkaar zal het teken voor de aanval zijn. We zullen zien. Ik weet niet of we er wel zo happig op zijn om te ontsnappen. Niet waar, Stevens? Ja, ontsnappen betekent bekennen. Ik begrijp dat jullie voorzichtig zijn. Dat jullie me niet vertrouwen. Maar als je leven je lief is, werk dan mee. Als jullie eenmaal in die speciale gevangenis zijn overgebracht, zal er praktisch geen kans meer zijn om jullie te bevrijden. Waarom zou iemand ons willen bevrijden? Waarvoor? Ik bedoel, wat moeten we er tegenover stellen? Wat wordt er voor ons verwacht? Niets. Niets? Er zijn hier twee partijen. De regering die links en rechts mensen in de gevangenis stopt. En andere die de meest waardevolle gevangenen weer helpen ontsnappen. Een groep die de boze wolf speelt en een groep die onze lieve heer uithangt, inclusief het laatste oordeel. Meer de jager die de wolf doodt en de slachtoffers bevrijdt. Dus toch een ondergrondse beweging? Jullie kennen je instructies. Volg die op om jullie leven en dat van onze mensen niet op het spel te zetten. Je kunt gerust tegen ons praten. Er zijn geen verborgen microfoons. Ik heb ernaar gezocht, maar niets. Hoe minder mensen weten in deze wereld, hoe beter het is. En nou ga ik mijn roes uitslapen. Wilt rusten. Zullen we het wagen? Steken we ons niet opnieuw in de nesten? Lopen we niet met open ogen in een of ander geval? Misschien is het onze laatste kans, Stevens. Als we weer op vrije voeten zijn, dan kunnen we tenminste onze eigen bootjes weer doen. En dat zijn er nogal een paar. Voor alles moet ik Vel zien te bereiken. Ze zal overlopen van ongerustheid. Hoe lang is het nog alles bij elkaar? Meer dan 3 dagen. Stil! Misschien komen ze ons halen voor transport. Meer dan 3 dagen nu al. Wat? Dat we niets van Matt en Stevens gehoord hebben. Ja, maar commissaris Henderson. Heb je nog contact met hem gehad? Ik heb hem een paar keer opgeroepen, ja. Maar dat kan ik ook niet te veel doen, omdat het allemaal niet officieel gaat. Ja. Langs officiële weg kan hij niets voor me bereiken, zegt hij. Dus we zullen het zelf moeten opknappen? Nou, mooi zo. Maar dat wachten tot Jack zover klaar is. Oh. Een succes! Een volledig succes. Professor. Die blauwe, die Jack, heeft in 1 nacht de taal volledig onder de knie. Hij begrijpt alles en geeft uitstekende antwoorden. We zullen hem van alles kunnen vragen. Hoe we Matt kunnen bevrijden. Ook. Kom, neem de bandrecorder mee. Ja. Dan kunnen we ieder woord van hem vastleggen. Uw leerprogramma heeft vruchten afgeworpen, professor. Dat niet alleen, jongeman. Wij staan aan de wieg van een volkomen nieuwe wereld. Ja. De geheimen van een miljoen jaren oude cultuur zullen ons stuk voor stuk ontsluierd worden. Nog nooit heeft de wetenschap een ontdekking gedaan die een meer compleet beeld gaf van wat er zich in die prehistorische tijd heeft voorgedaan. Dat snoer ook nog even. Een ooggetuigenverslag, stel je voor. Maar eerst met. Eerst de wetenschap. Wetenschap is belangrijk. Maar als Matt niet bevrijd wordt, zou Van Sommeren wel eens al uw wetenschappelijke ontdekkingen op losse schroeven kunnen stellen. Dat is inderdaad een argument. Dus? Gaat u binnen. Goedemorgen, Jack. Goedemorgen. Goedemorgen, Jack. Dit is Valerie Rayner, de vrouw van Matt Melden. En dit is Frank Costa. Ja. Hij maakt filmreportages voor de televisie. Aangenaam. Dat moeten we nog afwachten of het aangenaam is. Ja, zeg, wat krijgen we nou? Aangenaam zeggen we als iemand voorgesteld wordt, een formule.
loze woorden. Precies. Verspilling. Zo zou je het kunnen noemen, ja. Heb je bezwaar als we de bandrecorder aanzetten om alles te registreren? Wat registreert een bandrecorder? Klanken, geluid, gesproken woord en muziek. Registreren jullie niet in beelden? Ook, met een videorecorder. Mag ik zo'n registratie horen? Natuurlijk. Dr. Rayner, spoelt u eens terug. Bandrecorder. Klanken, geluid, gesproken woord en muziek. Registreren jullie niet in beelden? Ook, met een videorecorder. Mag ik zo'n registratie horen? Natuurlijk. Dr. Rayner, spoelt u eens terug. Woord voor woord. En met beelden. Mm-hmm. Ja, beeld voor beeld natuurlijk. Een film. Kijk, je ziet het precies zoals het in de werkelijkheid gebeurd is. Verspilling. Hoe bedoel je? Waarom comprimeren jullie de zinnen niet en de beelden? Omdat ons perceptievermogen er niet op is ingesteld gecomprimeerd beeld op te nemen. Ja, dat is me te geleerd. Het is eenvoudig uit te leggen. Als u leest, meneer Costa, leest u woord voor woord. Er zijn mensen die kunnen hele regels of zelfs lange zinnen in één oogopslag lezen. Er zijn maar weinig mensen die hele bladzijden tegelijk kunnen lezen. En een heel boek tegelijk, dat kan niemand. Alleen Jack, als we het hem zouden leren. Ik zal dat graag leren, maar ik zal geen geduld hebben alles woord voor woord te lezen. Zie je wel? Aha. Wat is het hier, een onfrisse lucht? Ik constateer allerlei chemische verontreinigingen. Ik moet aandringen op zuivere stikstof en zuivere zuurstof. Uw sigaret, meneer Costa. Huh? Oh, neem me niet kwalijk. Dan zult u het bij ons in de steden wel niet kunnen uithouden. Niets dan verontreiniging. Hoe kan het mensenras daarin leven? De meesten van ons zijn aardig resistent geworden in de laatste decennia. Meneer Jack, mag ik u wat vragen? Natuurlijk. Hoe kunnen we Matt bevrijden? Matt is mijn man, weet je. Man. Die man-vrouw-conceptie moet u me nog eens goed uitleggen, professor. Daar heb ik niet alles van begrepen. Natuurlijk, natuurlijk. Nou, Matt is gearresteerd in Brazilië. Hij zat achter de zaden aan. Zaden, zei je? Inderdaad. Ik ben dus niet de enige van ons volk hier op aarde. Dat weten we niet. Er zijn een grote hoeveelheid zaden gevonden, allemaal op één plaats. Twee daarvan zijn bij mij terechtgekomen. Eén is eruit gekomen, de ander is verloren gegaan door röntgenstraling. Wie stelt de zaden nu ook aan röntgenstralen bloot? Een deel is vernietigd. Vernietigd? Helaas wel, ja, daar is niets meer van over. En een ander deel is in Brazilië. Alleen, we weten niet hoeveel en of ze goed verzorgd worden. Dat moeten we direct onderzoeken. Waar zijn die zaden? In de blauwe ruïnes, aan de bovenloop van de Amazone. Ruïnes? Beschrijf me die. Nou ja, het zijn eigenlijk geen ruïnes. Het zijn bouwsels die nog volkomen intact zijn. Als het overblijfselen zijn van mijn volk, zijn ze natuurlijk nog intact. Aan de buitenkant is er niet zoveel aan te zien. Alles is overwoekerd door het oerwoud. Maar van binnen, roltrappen, verlichting. En in een grote hol iets dat eruit ziet als een ruimteschip. Het is een ruimteschip. Fantastisch. Niet te geloven. En verder. Wil je mijn film zien? Ja, ik heb alles gefilmd. Ja, helaas is het een heel gewone film, beeld voor beeld. Maar ja, toch. Laat kijken. Ja, ga maar mee. Hoe lang rijden we nou al? Half uurtje, denk ik. Waar zijn we op het ogenblik? Hey, ik vroeg je wat. Die zit de hele weg al te zwijgen. Zeg, moet je dat machinegeweer zo op ons gericht houden? Dadelijk gaat de trekker over. Hé! Hey. Misschien verstaat hij ons helemaal niet. Misschien spreekt hij alleen Portugees. Ja, komt hij niet in de verleiding om met ons te praten. Hé, hey. Heb jij een sigaret voor me? Cigarillos. Laat maar. We moeten nog te stil, stil, geen risico's nemen. Vaart. Hij stopt. De spoorwegovergang. Nee, Ryder. Goedemorgen, heren. Wat zit u stom te kijken? Had u misschien iemand anders verwacht? Waar zijn we hier? Op weg naar een goed bewaakte plaats.
Ik ben zelf met het transport meegekomen om erop toe te zien dat u daar inderdaad aankomt ook. Of hebt u misschien besloten toch op mijn aanbod in te gaan? We hebben daar ernstig over nagedacht. Mooi zo. En? Nooit. Het gezond verstand werkt niet erg mee, hoor ik. Maar enfin, u moet het zelf weten. Misschien verandert u nog wel eens van gedachten. Je schijnt ons wel hard nodig te hebben, Ryder. Gaan de zaken niet naar wens? Ik kan niet ontkennen dat we enige hulp wel zouden kunnen gebruiken. Een deskundige op het gebied van... Hoor je dat, Stevens? Het gaat goed. De tijd werkt voor ons. Dat zal niet lang meer duren. Nou, vooruit. Uitstijgen. Waar gaan we heen? Toch maar niet naar die goed bewaakte gevangenis. Jazeker. En sneller dan je lief zal zijn. Hoezo? Wij gaan niet met de auto. Er staat een helikopter op jullie te wachten. En nou geen gedonder meer. Allee, los. Ik ben iedere keer weer gefascineerd als ik die film zie. Ongelooflijk. Dat is inderdaad een van de nederzettingen die mijn volk gebouwd heeft. Ja, maar waarvan toch? Die blauwe kunststof schijnt tegen alles bestand te zijn. En de energie? Ja. Hoe wordt die opgewekt? Later. Eerst de zaden. Ik heb de zaden niet gezien op die beelden. Film. Nee, dat klopt. Ik heb die zaden niet kunnen filmen. Dat. We moeten er direct heen. Om op het uitkomen van de zaden toe te zien. Het is van groot belang dat althans enkelen van ons volk weer tot leven worden gewekt. Er is alleen één moeilijkheid. Moeilijkheid? Ja, de zaden zijn in handen van een Duitser, von Sommeren. En die heeft zo zijn eigen plannen met uw volk. Welke plannen? Nou, hij wil achter het geheim van de energiebron komen, om daarmee de aarde aan zich te onderwerpen. Een kwade macht. U bent bekend met de conceptie goed en kwaad? Helaas, ja. En ik weet wie ons kunnen helpen om de zaden uit handen te krijgen van die kwade macht. Met Melden. Ja, en zijn vriend Stevens. Maar dan moeten ze wel eerst bevrijd worden. Bevrijd? Ja, ze zijn in handen gevallen van de Braziliaanse politie. Ik ga mee. Het lijkt me beter dat je hier blijft. Ik denk dat je hier meer kunt doen voor de hulp aan je soortgenoten. En Matt dan? We gaan er met z'n tweeën op af. Als Jack ons tenminste een of ander wapen mee kan geven, een wonderwapen, kun je dat, Jack? Een vernietigingswapen. Mm-hmm. Er zijn er al te veel geweest in de geschiedenis van uw volk en van het mijne. Nou ja, niet direct een vernietigingswapen, maar een geweer of zoiets. Een geweer dat nooit misschiet. Ja, ik noem maar wat. Zo'n ding dat kleine stukjes lood wegschiet door middel van ontploffing. Ja, juist ja. Heel inefficiënt. Nou, weet jij dan iets beters? Natuurlijk weet ik iets beters. Hebben jullie hier iets dat een min of meer gerichte stralenbundel afgeeft? Tje, wacht eens. Een zaklantaarn? Doe niet zo gek. Een zaklantaarn is uitstekend. Oh, nou, hier is er een. Mooi zo. Als ik nu even gebruik mag maken van uw instrumenten, professor. Natuurlijk. Hé, wat is dit? Elektrolyse? Een batterij, ja. Primitief, uiterst primitief. Maar goed. U wilt zeggen, professor, dat u de goede machten wilt mobiliseren. Dat zullen we proberen, om de kwade machten te bestrijden. Ik zal graag helpen. U zegt maar wat ik doen moet. U weet beter hoe de mensenwereld in elkaar zit dan ik. Klaar. Klaar? Wat is dat nou? Je hebt er nauwelijks iets aan veranderd. Ga maar mee. Dat schuurtje. Hebt u dat nog nodig? Nee. Hé, wacht eens even. Dat is mijn schuurtje. Ik zal u laten zien wat ermee gebeurt. Je richt met deze straler... Dit was het 21ste deel van De Blauwe Zaden, een science-fiction hoorspelserie voor de jeugd, geschreven door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Rolverdeling Matt Melden, Bert Dijkstra. Generaal Stevens, Paul van der Lek. Dronkaert, Ger Smit. Ryder,
Hans Veerman, professor Marcus, Frans Somers, Frank Costa, Geest Linnenbank, Valerie Rayner, Corrie van der Linde, Jack, Donald de Marcas. Regie, Tom van Beek. De Blauwe Zaden. Matt Melden en zijn vriend Stevens, op zoek naar het geheim van de blauwe zaden, zijn in Brazilië in gevangenschap geraakt nadat ze in het oerwoud de toepassing van een onbekende energiebron hebben gezien. De herkomst van de energie is alleen bekend aan de wezens die uit de blauwe zaden komen. Een van die zaden is uitgebroed door de archeoloog professor Marcus, die nu samen met Valerie Rayner en Frank Costa contact probeert te maken met het blauwe wezen dat ze Jack gedoopt hebben. De vertegenwoordiger van een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden. Hebben jullie hier iets dat een min of meer gerichte stralenbundel afgeeft? Tje. Wacht eens. Een zaklantaarn? Doe niet zo gek. Een zaklantaarn is uitstekend. Oh, nou, hier is er een. Mooi zo. Als ik nu even gebruik mag maken van uw instrumenten, professor. Natuurlijk. Hé, wat is dit? Elektrolyse? Een batterij, ja. Primitief, uiterst primitief. Maar goed. U wilt zeggen, professor, dat u de goede machten wilt mobiliseren? Dat zullen we proberen, om de kwade machten te bestrijden. Ik zal graag helpen. U zegt maar wat ik doen moet. U weet beter hoe de mensenwereld in elkaar zit dan ik. Klaar. Klaar? Wat is dat nou? Je hebt er nauwelijks iets aan veranderd. Ga maar mee. Dat schuurtje. Hebt u dat nog nodig? Nee. Hé! Hey, wacht eens even, dat is mijn schuurtje. Ik zal u laten zien wat ermee gebeurt. Je richt met deze straler. De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Nou. Dat was dan mijn schuurtje. Ongelooflijk. Nou, jammer van die kippen. Geen verse eitjes morgenochtend, jongens. Daar komen ze, die kippen van je. Verrek! Hoe kan dat nou? Van die schuur staat geen steen meer op de andere en die kippen lopen vrolijk en wel rond. Er zijn al te veel levende wezens gedoopt in de geschiedenis van de mensheid. En in de geschiedenis van mijn eigen volk. Ja. Ik heb dan ook een wapen gemaakt dat selectief is. Het verandert de atoomstructuur van anorganische stoffen, zoals bijvoorbeeld steen. Die is volkomen verpulverd. Precies, maar organische stoffen blijven onaangetast. En dat allemaal door een zaklantaarn te veranderen? Zeg, wat heb je er nou eigenlijk aan gedaan? Niet veel. De reflector iets verbogen, zodat de stralingsbundel wat gerichter is. Een andere lens ingezet en nog zowat. Maar het blijft primitief. Ja, maar effectief. En daarna de frequentie verkort. Ja, ja, ja. Toen heb ik... Ja, hou maar op. Ik kan het al lang niet meer volgen. Dus mensen of dieren of wat voor levens dan ook kunnen er gewoon tegen. Als ik de straal op jou richt... Niet doen! Nou, vertrouw je het niet, Valerie. Jawel, maar wat heb je voor kleren aan? Kunststof waarschijnlijk. Oh, ja. Ja, je hebt gelijk. Nee, laat maar, Jack. Ik geloof je wel. Nou, net weer iets voor een vrouw, hè, om dat te bedenken. Kom, laten we maar weer naar binnen gaan. Het wordt koud. Ja, ja. En die rotmuggen. We mogen wel oppassen dat Jack niet gestoken wordt. Misschien is zijn organisme niet bestand tegen de soorten bacteriën die wij tegenwoordig op aarde hebben. Ik zou trouwens toch wel eens een paar collega's, artsen, fysiologen willen consulteren om eens precies uit te zoeken... Ja, als u dat voorlopig nog maar eens eventjes opzout.
Er zijn belangrijke dingen te doen op het ogenblik. De wetenschap, jongeman, is van meer... Dan de toekomstige energievoorziening van de wereld. Dan mijn man, die ik weet niet waar in de gevangenis zit. Maar jongelui, begrijp toch dat wij als mannen van de wetenschap... Ach, altijd die wetenschap. Ik ben toch niet de aanleiding tot oneenigheid? Nee, absoluut niet. Nee. U hebt daar niets mee te maken. U staat er volkomen buiten. Het gaat om het wetenschappelijk aspect. Ja, zo is het wel goed. Laten we liever krijgsraad houden. Krijgsraad? Ja, we zullen toch ergens moeten beginnen in dit stadium. Melden en Stevens zitten in Brazilië in de gevangenis. En hoe eerder we ze eruit hebben, des te beter het is. Het energietekort op de wereld wordt met de dag nijpender. En wij kunnen daar iets aan doen. En tenslotte, en is nog niet eens het onbelangrijkste... wie weet wat die Von Sommeren voor ons aan het uitbroeden is. Wat mij betreft, dat eerste punt vind ik op het ogenblik het belangrijkste. En als Jack komt wil... Stil eens. Station Vogelvrij. Bericht voor u, hoort u mij? Hallo, Station Vogelvrij. Dat zijn wij, Henderson. Wat een leuke naam hebben jullie uitgezocht voor je verbinding. Ja, is het dan niet zo? Hoort u mij over? Hier Station Vogelvrij. Ik hoor u luid en duidelijk. Over. Mevrouw Melden, ik heb bericht van uw man. Over. Van Matt? Hoe is het met hem? Waar zit hij? Zullen ze hem gauw vrij laten? Waar wordt hij van beschuldigd? Over. Ik kan niet op alle vragen tegelijk antwoord geven. Op een heleboel vragen weet ik ook geen antwoord. Ik ben er alleen achter gekomen dat Matt Melden en Stevens beschuldigd worden van moord. Dat is een goeie. Van moord op een agent van de CIA. Perera, hebben ze hun in de schoenen geschoven. Stil nou even. Ze zijn overgebracht naar een speciale gevangenis waar de Braziliaanse geheime politie de scepter zwaait. Een van de best bewaakte gevangenissen in heel Brazilië. Een zekere Reiter heeft hen aangegeven. Kent u die, over? Reiter, dus toch een verrader. Matt had gelijk. Reiter, was dat niet de medewerker van Von Sommeren? Ja, die zogenaamde overloper, de smeerlap. We kennen Reiter. Hij is een van de medewerkers van Von Sommeren, over? Helaas is het ons in der tijd niet gelukt hem uit te schakelen. Nu hij in Brazilië zit, kunnen we niets meer doen. Althans niet van hieruit, over. Vraag hem of de CIA iets kan ondernemen. Kan de CIA iets ondernemen, ja. Over? Het is voor ons van de politie vreselijk moeilijk om daar een voet tussen de deur te krijgen, over. Dus wij zijn op onszelf aangewezen, ja. Over. Inderdaad, u bent op uzelf aangewezen. Ook de politie kan u geen enkele officiële steun geven. Alsjeblieft. Zelfs het consulaat kan weinig doen, zolang uw man in handen van de geheime politie is, over. Wij zijn vast van plan naar Brazilië te gaan om te zien wat we kunnen doen. Met behulp van Jack, onze blauwe man, over. Uw blauwe man, zegt u. Dus de experimenten zijn gelukt, over. Boven verwachting. We zullen toegang moeten zien te krijgen tot een paar officiële instanties. Mogen we op u rekenen? Over. U weet dat ik aan uw kant sta. Het spijt me dat ik me niet intensiever met de zaak kan bemoeien. Maar u weet, mijn chef heeft me verboden me met de geschiedenis in te laten. Over. Is dat een weigering? Over. U hebt het net zelf al gezegd. U bent op uzelf aangewezen. Nou, jullie hebben het gehoord. Reden te meer om eens goed de volgende stappen te overdenken. Misschien heb ik in wetenschappelijke kringen relaties... die in ieder geval de confrontatie van Jack... Ja. met enige officiële instanties kunnen bewerkstelligen. Ja, wat zitten we eigenlijk moeilijk te doen? En dat terwijl we Jack toch hebben, ons superbrein. Noemt u mij geen superbrein. Ik ben bang dat ik in termen van mijn eigen volk maar heel gewoontjes ben. En door de eeuwen heeft de ontwikkeling van ons brein natuurlijk ook wel stilgestaan. Ja, maar toch. Jack, wat zeg jij van de situatie? Wat was dat voor een soort communicatie die u daarnet had met een onzichtbaar persoon? Dat was een radioverbinding. Werkt met een draaggolf die gemoduleerd wordt. Die modulaties worden opgevangen door de ontvanger die het signaal versterkt. Kan je daar ook gedachten mee overbrengen? Niet als ze niet eerst in woorden worden uitgedrukt of in beelden. We spreken dan van televisie. Primitief, uiterst primitief. Hoe onderhielden jullie dan vroeger je verbindingen? Ja, vertel eens over vroeger, Jack.
We weten eigenlijk zo weinig van je af en van het leven dat jullie miljoenen jaren geleden geleefd hebben. Kan het niet een andere keer? Ik dacht dat we een plan zouden maken om Matt en Steve. Ja, voor morgen vertrekt er toch geen vliegtuig naar Brazilië. We kunnen op dit moment niets anders doen. Nee. Ik kan anders niet zeggen dat ik mijn hoofd er erg bij heb. De belangstelling komt vanzelf wel. Nou, vertel op, Jack. Wat wou u weten over onze communicatie? Nou ja, onder andere, ja. Ik denk dat het principe van onze soort communicatie hetzelfde is als dat van u. Huh? U bedoelt, u hebt vroeger ook al met een soort radio gewerkt? Ik zei het principe. Maar wij hadden geen radio nodig. Wij konden communiceren door de kracht van onze gedachten. Wij hoefden onze gedachten dan ook niet te verwoorden. Mensen van ons volk waren in staat om een gedachte uit te zenden en natuurlijk ook om gedachten van anderen op te vangen. Ah, wat wij tegenwoordig telepathie noemen. Hoe interessant. Ik zie meer en meer overeenkomsten met de menselijke vermogens en eigenschappen. De mogelijkheid is dus niet uitgesloten dat wij, het menselijk ras in al zijn variaties zoals het zich nu manifesteert, afstamt van uw volk. Ik ben maar één vertegenwoordiger van mijn volk en door mijn lange, laten we zeggen, slaap, heb ik de ontwikkelingen van de laatste millennia niet kunnen meemaken. Mijn brein is niet meegeëvolueerd. Ik zou uw theorie dus niet aan de realiteit kunnen toetsen. Misschien vinden we nog meer aanknopingspunten. Ja, maar nu die energie. Die energie die jullie bijvoorbeeld gebruikt hebben om de blauwe ruïnes van stroom te voorzien. Ruïnes? Huh? Nou ja, ik heb toch al gezegd dat ik... De spanning tussen een positief en negatief punt. Inderdaad. Primitief en energieverslindend. Stroom door leidingen zeker. Het is toch veel makkelijker om op de juiste plaatsen krachtvelden op te wekken die dan worden omgezet in beweging, in licht, in warmte. En in geluid. Waarom geluid? Nou, kenden jullie dan geen muziek of radio, grammofoon of iets dergelijks? Ik heb al gezegd, voor het overbrengen van gedachten in welke vorm dan ook, was de gedachtenkracht al voldoende. Jullie kenden dus helemaal geen kunst in de vorm van muziek, schilderijen, beelden, foto's of wat dan ook? Natuurlijk wel, maar het was voor ons niet nodig die een permanente vorm te geven. Ja. De kunstenaars onder ons, en het waren fantastische scheppende geesten, brachten hun ideeën aan de anderen over weer door gedachtenkracht. Maar op de binnenkant van de stenen die gevonden zijn op de plaatsen waar jullie de zalen verborgen hadden, stonden toch tekens, ja. Tekeningen. Primitief, maar toch... Inderdaad primitief, omdat niemand van ons gewend was zich op een dergelijke manier uit te drukken. Maar wij hebben gedacht dat het goed was een soort handleiding te geven voor het geval de zaden gevonden zouden worden. In de hoop dat de symbolen begrepen zouden worden door degene die de zaden zouden vinden? Inderdaad. Van tevoren kan je natuurlijk nooit overzien wie de zaden zouden vinden en wanneer. En wat het referentiekader zou zijn van de wezens die de blauwe zaden zouden vinden. Dat bijvoorbeeld iemand de symbolen zou uitleggen als opeten of zo. Misschien is dat wel gebeurd met al die zaden die we niet gevonden hebben. Ja. Je weet, Jack, op de meeste vindplaatsen waren alleen de stenen, geen zaden. Ik weet het. Het treurige lot van ons volk. Ah, kom, Jack. Jij bent er toch? En wie zegt dat er niet meerdere overlevenden zijn? Ja. Misschien op andere planeten. Waar kom jij eigenlijk vandaan? Op welke planeet, in welk zonnestelsel heeft jullie volk geleefd? Op Pronos. In het zonnestelsel waartoe ook de aarde behoort. Pronos? Ja. Ik kan u laten zien waar dat was. Was? Bestaat de planeet niet meer? Helaas. Ook wij hebben oorlog gevoerd met wezens uit een ander zonnestelsel. Nou, zo te horen is er niets nieuws onder de zon. We moesten onze planeet verdedigen tegen de inval van de kwade machten. En die kwade machten... hebben ons overwonnen. Enkelen van ons hebben kunnen vluchten in onze ruimteschepen. De ruimteschepen die wij gezien hebben in de blauwe ruïnes? Waarom noemt u onze bouwwerken toch steeds ruïnes? Huh? Ach, nou ja, ik bedoel maar... Ja, in de ruimteschepen die u hebt gezien. En Pronos... Wat is daarmee gebeurd? Wat was de positie van Pronos in ons zonnestelsel? Wat was... Ik kan helaas maar één vraag tegelijk beantwoorden, professor. Zeg, wat vraagt u dat gretig? We wetenschap, jongeman. Ja. Ik geloof dat wij alweer een nieuwe ontdekking aan het doen zijn. Oh, nou, waar was die planeet? Ik zal het u wijzen. Meneer Frank, u hebt toch beelden van het interieur van zo'n ruimteschip?
Foto's, ja. Waarom moeten mijn foto's al door beelden? Het zijn toch beelden. Ik wil ze zien. Huh? Oh, nou, hier is de hele stapel. Alsjeblieft. Hier, moet je kijken. De cabine van het ruimteschip. Kijk, hier is toen hier ja? op deze afbeelding is huh? onze planeet Waar? Duidelijk te zien. Een compleet planetarium. Vreemd. Verschillende dingen ontbreken erop. Ja, dat zei Matt Melden ook al. Er hebben in al die miljoenen jaren wel enkele mutaties plaatsgevonden. Kijk eens. Ik geloof dat ik weet wat die Pronos is. Huh? Wat dan? De beroemde 10e planeet die door de wetenschap nooit is ontdekt. Dat kan ook niet. Want Pronos bestaat niet meer. Bestaat niet meer? Onze vijanden hebben onze planeet opgeblazen. Eén geweldige voltreffer en heel Pronos is uit elkaar gesprongen. Tot stof geworden in de ruimte. De 10e planeet, het is niet te geloven. Hoeveel raadsels waren er niet opgelost? In één klap opgelost. De wetenschap zal op zijn kop staan. De geleerden zullen... Ja. Maar het belangrijkste raadsel is nog niet opgelost. Het raadsel van de energiebron. Kan jij ons daar iets meer van vertellen, Jack? Wat bent u toch nieuwsgierig naar onze energiebron? Ja, de ontdekking van een nieuw soort energie zou een zegen zijn voor de mensheid. Onze eigen natuurlijke hulpbronnen zijn er genoeg uitgeput. Steenkool, olie... Een grove methode. Energie winnen uit minerale oliën. En de atoomenergie. Kan niet op grote schaal worden toegepast. U gebruikt uranium als grondstof, als ik het goed heb begrepen. Inderdaad. En daarvan wordt hier op aarde maar een kleine hoeveelheid gevonden. Daarbij brengen de atoomcentrales de hele ecologie in gevaar. De waterkoeling die de temperatuur van het oppervlaktewater laat stijgen. Zuurstofgebrek in het water, waardoor een wildgroei ja, van... Wacht al... u nou maar even met dat college, professor. Laat Jack nou eerst eens vertellen hoe zijn volk die problemen heeft opgelost. Heel eenvoudig. Kent u niet de mogelijkheid... Wat is er? Stil. Wat is er? Wat heeft hij? Ik weet niet. Stil. Ik moet mij concentreren. Concentreren? Waarop? Ik heb contact met iemand van mijn volk. Met iemand van jouw volk? Waar vandaan? Uit de ruimte? Nee, niet uit de ruimte. Huh? Hij komt helder door. Moet vlakbij zijn. Maar dat kan alleen maar betekenen, jongens. Dat Von Sommeren erin geslaagd is ook een van die zaden uit te broeden. Precies. Dit is niet waar. Dat kan niet waar zijn. Jack zegt dat het niet waar is. Dat je vergist. Ik vergis me niet. Huh? Maar, Jack, wat zegt hij? Hij is verward. Hij herkent de dingen van ons volk, de ruimteschepen, onze gebouwen. Maar hij staat vreemd tegenover de wezens die hij ontmoet. Prima, prima. Precies wat ik dacht. Van Sommeren kan geen contact maken met zijn blauwe man. Oh. Zulke dingen moet je ook wetenschappelijk aanpakken. Als amateurs aan het knoeien gaan. Ik moet naar hem toe. Oh nee, geen sprake van. Jouw vriend is in handen van, nou ja, hoe noem je dat ook alweer? Kwade machten. Eerst moeten we die zien te verslaan. En tot die tijd blijf jij uit de buurt. Ja, ik moet er niet aan denken wat er gebeurt als jij in handen valt van die Von Sommeren. Jij die wel met mensen kunt praten. Ik begrijp de moeilijkheid. Precies. De taakverdeling is nu duidelijk. Ik ga zo snel mogelijk contact opnemen met mijn collega's aan de universiteit. Maar past u toch op, professor. Het gaat om de nieuwe energie. Als die in handen valt van de verkeerde, dan ziet het er somber uit. Ja, het gaat hier niet alleen maar om de... Laat u mij mijn gang maar gaan. Ik geloof dat ik een plan heb. Waarbij niemand bevoordeeld of benadeeld kan worden. Een wetenschappelijk plan? Een praktisch plan, jongeman. Als Jack ons zijn geheim onthuld heeft... Het is geen geheim. Ik zou wel een demonstratie willen geven, maar ik ben bang dat dat onmogelijk is. Onmogelijk? Waarom? Dat zult u begrijpen als ik u het principe heb uitgelegd. Onmogelijk? Maar dat zou betekenen dat ook je vriend daar in Brazilië ons niet verder kan helpen wat betreft die nieuwe energie. Ook als Van Sommeren erin slaagt om hem aan de praat te krijgen. Daar zou het op neerkomen. Ah. Dat is dan één geluk bij een ongeluk. Ja. Toch moet u hem zo gauw mogelijk bevrijden uit de handen van het kwaad. Maar ik kan u daarbij niet helpen. Nou, je hebt ons waarschijnlijk al heel ver geholpen, Jack. Met dit wapen dat je gemaakt hebt. En dan krijgen we bovendien makkelijk door alle controles. Hè? Laten we gaan, Frank. Ja. Ik kan het hier niet langer uithouden. We moeten iets doen. Mm-hmm. Al was het alleen maar naar het vliegveld rijden. Nou, goed. Ik ben er klaar voor.
We hopen zo gauw mogelijk terug te zijn, professor. En als ik u raden mag, u zou er het verstandigst aan doen om hier te blijven en gewoon te wachten tot we weer terug zijn. Dan kunnen we met z'n allen overleggen. Maak je om me geen zorgen, jongeman. Tot ziens, professor. Tot gauw, hoop ik. Dag, Jack. Ik zal in gedachten bij u zijn. Nou, jammer dat we niet in staat zijn om jouw gedachten op te vangen. Ga je mee? Zo, nu kunnen we eens een goede wetenschappelijke discussie voeren. Vertel eens, Jack. Waarom denk je dat het onmogelijk is om ons jullie energiebron te demonstreren? Omdat ik daarvoor een stof nodig heb die niet voorkomt op aarde. Een stof die alleen voorhanden was op Pronos. Dit was deel 22 van De Blauwe Zaden, regie Tom van Beek. De Blauwe Zaden. Professor Marcus heeft, met behulp van Valerie Rayner, een van de zaden uitgebroed die Matt Melden op zijn land gevonden heeft. De blauwe man die tevoorschijn is gekomen, een vertegenwoordiger van een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden, hebben zij Jack gedoopt. De professor is wetenschappelijk geïnteresseerd, vooral in het geheim van een tot nu toe op aarde onbekende energie. Maar Valerie wil naar Brazilië, waar haar man Matt Melden en zijn vriend Stevens gevangen zitten. Intussen is gebleken dat ook hun vijand, de Duitser von Sommen, een van de blauwe zaden heeft uitgebroed. Ik geloof dat ik een plan heb waarbij niemand bevoordeeld of benadeeld kan worden. Een wetenschappelijk plan? Een praktisch plan, jongeman. Als Jack ons zijn geheim onthuld heeft... Het is geen geheim. Ik zou wel een demonstratie willen geven, maar ik ben bang dat dat onmogelijk is. Onmogelijk? Waarom? Ja, waarom? Dat zult u begrijpen als ik u het principe heb uitgelegd. Onmogelijk? Maar dat zou betekenen dat ook je vriend daar in Brazilië ons niet verder kan helpen wat betreft die nieuwe energie. Ook als Van Sommeren erin slaagt om hem aan de praat te krijgen. Daar zou het op neerkomen. Ach. Dat is dan één geluk bij een ongeluk. Ja. Toch moet u hem zo gauw mogelijk bevrijden uit de handen van het kwaad. Maar ik kan u daarbij niet helpen. Nou, je hebt ons waarschijnlijk al heel ver geholpen, Jack. Met dit wapen dat je gemaakt hebt. En dan krijgen we bovendien makkelijk door alle controles. Hè? Laten we gaan, Frank. Ja. Ik kan het hier niet langer uithouden. We moeten iets doen. Mm-hmm. Al was het alleen maar naar het vliegveld rijden. Ja, goed. Ik ben er klaar voor. We hopen zo gauw mogelijk terug te zijn, professor. En als ik u raden mag, u zou er het verstandigst aan doen om hier te blijven en gewoon te wachten tot we weer terug zijn. Dan kunnen we met z'n allen overleggen. Maak je om me geen zorgen, jongeman. Tot ziens, professor. Tot gauw, hoop ik. Dag, Jack. Ik zal in gedachten bij u zijn. Nou, jammer dat we niet in staat zijn om jouw gedachten op te vangen. Ga je mee? Zo, nu kunnen we eens een goede wetenschappelijke discussie voeren. Vertel eens, Jack. Waarom denk je dat het onmogelijk is om ons jullie energiebron te demonstreren? Omdat ik daarvoor een stof nodig heb die niet voorkomt op aarde. Een stof die alleen voorhanden was op Pronos. De Blauwe Zaden, door Paul van Herk, bewerking Tom van Beek. Nou, daar zijn we in ieder geval goed doorgerold. Doorgerold? Waarom niet? Oh, ik heb 1000 angst uitgestaan, Frank. Wat had er nou kunnen gebeuren? Nou, van alles. Ze hadden jou in verband kunnen brengen met die expeditie van jullie. Ach, dat... Ik heb de naam Melden in mijn pas staan. Ze hadden ons wapen kunnen ontdekken. Nou, die zaklantaarn. Er is toch een hond die eraan denkt dat dat een wapen is? Van Sommeren had klaar kunnen staan om ons op te vangen. Nou, die heeft op het ogenblik wel wat anders in zijn hoofd. Trouwens, daar ben ik nog niet helemaal gerust op. Ja. Misschien laat hij ons volgen. Oh, nou, heb jij iets gemerkt dan? Nou, doe dat niet zo gek. Eindelijk een beetje koelte. Wat je koelte noemt. Oh, wacht. Hallo! Hallo, taxi! Je wilt een taxi nemen? Ja, waarom niet? Als het een van de mannen van Sommeren is, als we ontvoerd worden, wat dan? Zeg, als jij zo bang blijft en jij wil Matt en Stevens bevrijden uit de best bewaakte gevangenis van heel Brazilië, kom nou. Nou, kom vooruit.
vooruit. Stap in, hè. Makapa graag. Zo. Dat is een eindje rijden. Maar goed dat ik nog steeds carte blanche heb wat betreft mijn uitgaven. Nou, mijn maatschappij zal er geen spijt van krijgen. Wil je weer gaan filmen? Ja, ik heb een klein cameraatje bij me. Maar ook al schiet ik geen meter meer, dan mogen ze meer dan tevreden zijn met het materiaal dat ik vorige keer heb meegebracht. En ja, dat dacht ik ook. Ik ben wel benieuwd wanneer we dat eindelijk kunnen uitzenden. Dat zal grotendeels van professor Marcus afhangen. Als hij erachter kan komen wat die nieuwe energie is. Als we er maar in slagen die eventuele nieuwe energie van tevoren veilig te stellen. Ja. Wat heb je eigenlijk voor plannen? Plannen? Nee, niks geen plannen. We zullen eerst op onderzoek uit moeten gaan. De toestand verkennen, voor we een plan kunnen maken. Maar waar wil je dan beginnen? Nou, waar we de vorige keer zijn opgehouden. Bij Fernandes. Hé, vriend. Als we in Macapá zijn, rij ons dan naar de loods van Fernandes. Fernandes. Ken je die? Mooi zo. Oh, en hier is een kleinigheidje om je te helpen te vergeten waar je ons hebt afgezet. Hè? Om te vergeten dat je ons ooit gereden hebt. Begrepen? Zou je me eerst eens kunnen uitleggen hoe die energie werd opgewekt? Natuurlijk kan ik dat, in principe. Het is een proces dat min of meer gelijk is aan dat wat er gebeurt in een atoomreactor zoals u die op dit ogenblik kent. Het is een kwestie van kernsplitsing. Kernsplitsing? Ik heb toch al geprobeerd uit te leggen, daarvoor zijn zware kernen nodig. Wij werken met stof als uranium en plutonium. Dat is volledig overbodig. Alle soorten kernen zijn bruikbaar, ook de allerlichtste. Dat worden de onderzoekers op dat gebied tot nu toe bestreden, Jack. Alleen radioactief materiaal is geschikt. Het onderzoek is waarschijnlijk nog in een zeer primitief stadium. Nou, eigenlijk zijn we nog maar enkele tientallen jaren bezig met de praktische toepassing. Maar al waren we al jaren bezig, ik denk dat alles wat je hier om je heen ziet en hoort je wel een beetje primitief zal voorkomen. Het is mij een genoegen om te zien hoe u aan het begin staat van een ontwikkeling die ons volk al zoveel miljoenen jaren geleden heeft meegemaakt. En waar heeft die ontwikkeling toe geleid? Tot onze vernietiging, als u dat bedoelt. Ik heb het over de wetenschappelijke aspecten, niet over de maatschappelijke. Goed dan. Wij waren in staat energie op te wekken in een klein soort kernreactoren met bijvoorbeeld waterstofkernen als splijtstof met behulp van een katalysator. En daar gaat het om. De katalysator die het proces op gang brengt en aan de gang houdt. En dat was? U hebt daar geen naam voor. Ik kan het u dus ook niet noemen. U hebt er geen naam voor omdat de stof niet voorkomt op aarde. Alleen op Pronos? Ja. Bepaalde steensoorten die op onze planeet werden gevonden bevatten de katalyserende stof. Juist, ja. Dus daarom ben je hier op aarde. Gestrand, zal ik maar zeggen. Wij zijn weggevlucht van onze ontploffende planeet. We zijn neergestreken op aarde. Met uw ruimteschepen? Met onze ruimteschepen. En we hebben ons hier zo goed en zo kwaad als het ging in leven gehouden. We hebben een reactor gebouwd om in onze energiebehoeften te voorzien, maar de katalysator raakte op. Er was dus ook geen energie meer om naar een andere planeet te vluchten. Dat zou niets hebben geholpen. We zouden op iedere andere planeet voor hetzelfde feit hebben gestaan. Maar wat ik begrepen heb uit het verhaal van Frank Costa, was in die blauwe stad nog alles volop in bedrijf. De geringe energie die nodig is om zo'n stad een tijdje draaiende te houden, levert de reactor nog wel. Maar om de ruimteschepen van de grond te krijgen... Zijn er nog meer van die steden geweest? Ja, maar die zullen verloren gegaan zijn bij landverschuivingen, zoals die op aarde hebben plaatsgevonden. Hoeveel mensen van jullie volk zijn in totaal hier op aarde geweest? Mensen van ons volk. Enkele honderden. De levensomstandigheden waren voor ons niet gunstig en de vooruitzichten nihil. Daarom hebben wij besloten om collectief over te gaan in het plantaardige stadium, om op die manier betere tijden af te wachten.
We hebben alle mogelijke voorzorgen getroffen voor het moment dat onze zaden gevonden zouden worden. Ja, het ziet er naar uit dat niet veel zaden het hebben uitgehouden tot op de dag van vandaag. Nee, dat maakt de verantwoordelijkheid zeer groot voor mij en de enkele anderen die misschien nog worden gevonden. Verantwoordelijkheid? Waarvoor? Voor ons voortbestaan. Maar de bestaansreden van jullie volk is toch weggevallen nu jullie planeet niet meer bestaat? Wij zullen moeten zoeken naar een planeet die wij weer bewoonbaar kunnen maken. Maar geen ruimtereizen zonder energie. En geen energie zonder katalysator. Dat energievraagstuk is dus niet alleen belangrijk voor ons mensen, maar net zo goed voor jullie blauwe mannen. Inderdaad. En tot dat probleem is opgelost, zullen wij hier op aarde moeten blijven. Het is misschien maar beter in dit stadium dat we de raad van Frank Costa opvolgen en voorlopig rustig hier blijven zitten. Jammer van mijn plan. Maar je zult me ongetwijfeld nog heel wat interessante dingen kunnen vertellen. Hij is er niet. Ze. Ja? Is dat het ding wat jullie die tocht ermee hebben gemaakt? Die oude kist, ja. Dat is niet te geloven als je dat zo ziet. Dat ding dat hangt met touwtjes aan elkaar. Maar verliegen dat die vent ermee kan, dat is niet te geloven. Nou, mij krijg je er met geen stok in. Nou, daar zou je wel eens lelijk in kunnen vergissen. Als alles loopt, dus ik denk dat het gaat lopen... Dan... Er is toch een plan. Nou, als eerst die van anders maar boven water komt. Als ze maar niet hebben opgepakt. Ze kunnen hier niet verlaten uit. Of er net nog iemand geweest is. Ik hoop dat je gelijk hebt. Kijk, als ze hem gearresteerd hadden, dan zouden ze het wel meteen gedaan hebben, niet? Er komt een boot over de rivier. Hè? Huh? Hij komt hier naartoe. Ja, verrek. Ja, dat is hem. Het is Fernandes. Fernandes! Hallo! Fernandes! Hallo! 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 Zeg! Ik dacht al dat ze je hadden opgepikt. Hang er even door aan. Ja, en we zijn hier al een poosje, hè? Ja. Nou, nee hoor. Ik heb me gelukkig nog verdekt kunnen houden. En ook geen last gehad van onze vriend van Sommen en zijn handlangers? Nee. Hoewel ik geloof dat hij de hand heeft gehad in de arrestatie van Melden en Stevens. Zeg, wie heb je daar bij je? Dit is Valerie Rayner. De vrouw van Matt Melden. Ah, reddingsactie. Zo zou je het wel kunnen noemen, ja. Nou, ik ben blij met dat charmante gezelschap. Dat kom je hier in de jungle niet iedere dag tegen. Ik hoop dat ik u kan helpen om iets voor uw man te doen. Daar komen we juist over praten. Ja, mooi zo. Laten we dan maar eens beginnen met naar binnen te gaan. Nou, dan kunnen we ze allemaal goed overleggen. En een glaasje van het een of het ander, dat is er vast nog wel. Nou, die uitnodiging neem ik graag aan. Dan was het alleen maar om het laatste. Zeg, hoe komt het eigenlijk dat jij altijd buiten schot blijft, Fernandes? Huh? Voor zo'n angsthaas als jij bent, doe je toch vaak knap gekke dingen? Nee, ik ben alleen maar bang voor gevaren die ik niet ken. Oh, en de gevaren die je wel kent? Ach, je moet maar denken... Ik weet waar het lijk ligt. U weet waar het lijk ligt? Nou ja, bij wijze van spreken. Hè? Ik heb bij bepaalde autoriteiten een streepje voor. Ga binnen. Zo. Zit er vast. Ja, prima. Ja, hier is goed. Zo. Aguardente. Wat is dat? Nou, een goede beul. Ja, dat kan ik u aanbevelen. Ja, word je misschien wat rustiger van? Ben ik zo onrustig dan? Ah, kindje staat te trillen van de zenuwen. Er staat ook heel wat op het spel. Zo, proost. Ja, proost. Proost. Zeg, Fernandes. Vertel eens, weet jij waar ze Melden en Stevens opgeborgen hebben? Ja, ik heb er zo terloops naar geïnformeerd. Ja, maar ze zitten in de best bewaakte gevangenis van heel Brazilië. Lekker, hè? Wat? Hou die borrel. Nog eentje. Nee. Geef hem maar. Ja, en het is hier ook nogal een eind vandaan, hè? Jouw kist staat al klaar, heb ik gezien. Ik had er min of meer op gerekend dat je naar me toe zou komen, ja. Dus je doet mee? Geweldig. Wacht, dat heb ik niet gezegd. Laat eerst maar eens even horen wat je van plan bent. Kijk, ze eruit praten zal niet lukken. Dat zeg je van tevoren. Nou, zo'n charmante vrouw als u. U krijgt gelukkig al wat meer kleuren.
Kunnen wij niet aan een helikopter komen en ze van de binnenplaats plukken als ze gelucht worden? In de gevangenis van de geheime politie wordt er niet gelucht. Oh. Een frontale aanval? Ja, misschien ja. Als u een heel leger compleet met tanks op de been weet te brengen. Dus blijft over één list. Er zijn er meer die dat geprobeerd hebben. Maar we moeten ze eruit krijgen voordat er erger dingen gebeuren. Zoals? Zoals? Ja. Zoals ze Matt en Stevens kunnen veroordelen wegens moord. En zoals Von Sommeren in die tijd zijn gang maar kan gaan. Ja zeg, weet jij dat Von Sommeren toch een van die zaden heeft weten uit te broeden? Oh ja? Ja. Wat zeg, ik dacht dat Stevens allemaal had doodgeschoten. Ja, hij had er kennelijk nog een paar achter de hand. Een paar nog wel. Ja. Ja. Nou, ik geloof toch dat ik jullie maar moet helpen, ja. Al was het alleen maar om die Duitser dwars te zitten. Een man heeft me de stuip op het lijf gejaagd. Nou, dan is het toch nog ergens goed voor geweest. Nou, vlieg je ons tenminste naar die gevangenis toe. Nou, als jij dan maar zegt wat je verder wilt. Nou, kijk, we hebben hier een heel aardig dingetje. Een zaklantaarn. Ja, dat ziet er wel zo uit, hè? Nee, dat is meer een deuropener, een soort sesamopener, een passepartout. Ja, in een wat rigoureuze vorm dan. Kijk, zo'n deur. En alles wat er omheen zit, het wordt één grote puinhoop. Ja, dat zou ons kunnen helpen. En dan meteen alle gevangenen dood. Nee, wacht nou even. Dit wapen is selectief. Anorganische stoffen worden door aangetast, organische niet. Dat betekent dus dat je er geen mensen mee kunt doden. Al komen ze maar om onder het puin. Huh? Ja. Ja, nou ja, goed dus. We zullen dus moeten zorgen eerst de mensen uit het gebouw te krijgen. En dan bij wijze van machtsvertoon de boel op te blazen. Hoe wil je dat doen? Nou, weet jij waar we moeten zijn? Ja. Nou, laten we dan eerst maken dat we er komen. Dan leg ik het je onderweg allemaal wel uit. Oké, goed. Ga mee. Okay, kom mee. Ga je mee? Ja. Een paar kilometer verder. Daar moet het liggen. Waar? Oh, hier is te kijken. Dank je. Zie je het? Nee. Nee? Daar, op die open plek. Met die gracht eromheen. Zeg, ik durf niet dichterbij te komen als ze ons zien. Ja, ik heb al zo laag mogelijk gevlogen om onder de radar van de luchtmacht weg te blijven. Je hebt het weer fantastisch gedaan. Wat zeg je? Fantastisch, je hebt het fantastisch gedaan. Oh ja, ja. Ja, we zullen moeten bluffen. Wat? Bluffen. We zullen onze weg naar binnen moeten bluffen. Oh ja, bluffen, ja. Eerst de wacht ontwapenen, dan het wachthuis in elkaar en dan onze eisen stellen. Kijk, daar. Huh? Een riviertje, ja, daar. Kunt u hem daar neerzetten? Jawel, ja. Op het smalle water. Ja. En kijk eens wat een stroom daar staat. Ja, maar daar gaan we tegenin, hè. De moeilijkheid zal alleen zijn om hem vast te leggen, ja. Hoe ver moeten we lopen hier vandaan? Als we het wagen om langs de weg te gaan, een kwartier misschien. Ja, een kwartier. Dat is te veel voor de terugweg. We zullen daar bij die gevangenis wel een paar auto's vinden. Als we geluk hebben, een paar goed gepantserde boevenwagens. Net iets voor ons. Jij drijft overal de spot mee. Pas op, vasthouden. We gaan landen. Hou je vast, ja. Hou je vast. En zo hebben wij dus geleefd, tot wij ons tijdelijk hebben teruggetrokken. Die zaden, de kiemkracht van die zaden is werkelijk enorm, dat het na zo lange tijd nog mogelijk is ze tot leven te wekken. Ons leven gaat altijd door, in welk stadium van onze ontwikkeling we ook zijn. Alleen een totale vernietiging van een ontwikkelingsvorm kan het leven doden. Maar anders gaat ons leven gewoon door, van het ene stadium in het andere. Merkwaardig. De dood niet te kennen? Integendeel, steeds een verjonging, steeds een vernieuwing, terwijl de verworvenheden van het verleden behouden blijven. Het eeuwige leven. U kunt beter zeggen, de eeuwige kringloop. Maar nu is de kringloop voor u ten einde. U kunt niet meer van de aarde weg en u zult dus voor altijd hier moeten blijven. Tenzij we de katalysator vinden. Als uw planeet als Tronos uit elkaar gespat is, dan moeten zich nog delen daarvan in de ruimte bevinden in de vorm van meteorieten of zo. Wij zouden ons opnieuw moeten oriënteren in de ruimte. Er is zoveel veranderd. Hé,
Wat is er? Wacht eens. Waar is die foto van dat planetarium die we straks bekeken hebben? Hier. Wat wilt u daarmee? Dit is dus een schaalverkleining van zoals het zonnestelsel er 300 miljoen jaar geleden uitzag. Ja. Hier Kronos. En hier de aarde. Zonder maan. Inderdaad. Vergelijken we dat met de kaart van nu. Wacht, ik heb hier ergens een atlas gezien. Niet geweldig duidelijk, maar ik kan je laten zien wat ik bedoel. Ja, hier. Alsjeblieft. Een kaart van het heelal. Je ziet dat er nog meer dingen bijgekomen zijn. De ringen van Saturnus, nog een paar manen hier en de tiende planeet ontbreekt. U wilt daarmee zeggen... Het is natuurlijk maar een hypothese, maar het is helemaal niet onmogelijk dat stukken van de uit elkaar gesprongen planeet zijn terechtgekomen binnen het krachtveld van andere planeten. Dan zou de maan, uw maan... Een stukje van Kronos zijn. En als mijn theorie klopt, dan zou uw katalysator te vinden zijn op de maan. En op de maan, daar kunnen we komen. Gemakkelijk. Dit was het 21ste deel van De Blauwe Zaden, een science-fiction hoorspelserie voor de jeugd, geschreven door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Rolverdeling professor Marcus Frans Somers, Frank Costa Geest Linnenbank, Valerie Rayner Corrie van der Linde, Fernandez Loulandré, Jack Donald de Marcas. Regie Tom van Beek. Blauwe Zaden. Matt Melden en zijn vriend Stevens zijn in Brazilië in gevangenschap geraakt door toedoen van de misdadige Duitse geleerde von Sommern. Zijn vrouw Valerie Rayner, de cameraman Frank Costa en de piloot Fernandez zijn op weg hem te bevrijden. Professor Marcus is achtergebleven in Amerika met Jack, de blauwe man, een vertegenwoordiger van een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden. Jack kent het geheim van een op aarde onbekende energiebron. Professor Marcus ontdekt waar de grondstoffen te krijgen zijn. Maar ook von Sommern heeft een van de blauwe zaden uitgebroed. Zal Matt nog op tijd zijn om een catastrofe te voorkomen? Als uw planeet als Kronos uit elkaars gespat is, dan moeten zich nog delen daarvan in de ruimte bevinden in de vorm van meteorieten of zo. Wij zouden ons opnieuw moeten oriënteren in de ruimte. Er is zoveel veranderd. Hé! Wat is er? Wacht eens. Waar is die foto van dat planetarium die we straks bekeken hebben? Hier. Wat wilt u daarmee? Dit is dus een schaalverkleining van zoals het zonnestelsel er 300 miljoen jaar geleden uitzag. Ja. Hier Kronos. En hier de aarde. Zonder maan. Inderdaad. Vergelijken we dat met de kaart van nu. Wacht. Ik heb hier ergens een atlas gezien, niet geweldig duidelijk, maar ik kan je laten zien wat ik bedoel. Ja, hier. Alsjeblieft. Een kaart van het heelal. Je ziet dat er nog meer dingen bijgekomen zijn. De ringen van Saturnus, nog een paar manen hier en de tiende planeet ontbreekt. U wilt daarmee zeggen... Het is natuurlijk maar een hypothese, maar het is helemaal niet onmogelijk dat stukken van de uit elkaar gesprongen planeet zijn terechtgekomen binnen het krachtveld van andere planeten. Dan zou de maan, Een stukje van Kronos zijn. En als mijn theorie klopt, dan zou uw katalysator te vinden zijn op de maan. En op de maan, daar kunnen we komen. Gemakkelijk. De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Je hebt het hem weer gelapt, ouwe luchtreus. Kom dat touw hier. Dank vast. Je. Ja, een woord van waardering, daar leeft een mens altijd weer van op, hè? Oh, je meent het niet. Nou, jullie zoeken het verder zelf maar uit. Zeg, je bedoelt toch niet dat je niet meegaat? Heb ik je misschien beledigd? Dat spijt me, hoor. Ach, hij meent het niet zo. Oh, ik wil wel mee. Wie heeft gezegd dat ik niet meega? Ja, kijk, ik zie alleen niet in wat ik verder nog zou moeten doen. Nou ja, laten we nou eerst maar zorgen dat die kist startklaar ligt, zodat we straks niet hoeven te duwen. Ja, hè? Dat touw los en dan kunnen we weg. Ah, mooi zo. Als tenminste niemand in die tijd de stroomverdelers uit de motoren haalt. Dat hebben we al eens eerder meegemaakt. Zeg, begin je weer met je vervolgingswaanzin? Hè? Nauwelijks sta je weer met twee benen op de grond of je ziet Hadden weer overal spoken. Ja, erop, zeg, wat, ik heb... wat hebben we eraan om hier ruzie te gaan staan? Nou, ja, het zullen de zenuwen zijn. Ja. Ik heb het
het zeker niet te pakken. Ja, we zijn een fraai stelletje. Daar staan we dan met z'n drieën. Praktisch ongewapend om de best bewaakte gevangenis van heel Brazilië te gaan overvallen. De brutalen hebben de halve wereld. En wie niet waagt, die niet wint. Kom nou mee, in plaats van de ene platitude op de andere te stapelen. Nou, ik val aan, volg mij. Vooruit. Moet ik nou met zo'n stelletje slampampers als jullie een oorlog gaan winnen? Oké. Ja, ik denk dat die oorlog voor ons niet lang zal duren. En dat we heel lang de tijd zullen krijgen om het interieur van die beruchte gevangenis te bestuderen. Ja, laat mij het woord maar doen, ouwe jongen. En als ik er niet uitkom, dan vertaal je het maar een beetje voor me. Ja, als we ons aan het woord laten komen. Als we maar niet eerst schieten en daarna pas praten. Ach, voor schietijzers ben ik niet zo vreselijk bang. Eén straaltje uit Jackson magische zaklantaren en alle geweren gaan over in as. Natuurlijk! Daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht. Ja. Alle anorganische stoffen. Precies, we hebben echt een behoorlijke kans. Stil. Zien jullie wat ik zie? Mensen. Duiken. Nee, waarom? We mogen hier toch zeker wel lopen? Hoe geheimzinniger we doen, hoe meer aandacht we op ons vestigen. Ja, maar niks waar. Ah, kijk eens even. Kijk eens even, mensen van de landmeetkundige dienst. Hallo? Hey, hallo. Ach, niet doen, idioot. Ze zetten hier een nieuwe weg uit, geloof ik. Nou, drie keer raaien hoe ze hier gekomen zijn. Met een auto? Juist, jij begrijpt het. Kijk, daar staat hij. Deuren wagenwijd open. Zeer uitnodigend. Je wilt toch we niet? We lopen er rustig heen en als ik ja zeg, dan rennen. Ja, maar als ze ons grijpen, dan is de hele expeditie hier al mislukt. Ja, hoe wil je nou dat ze ons grijpen? Hard achter ons aanrennen, zeker? Auto's lenen, dat is een truc die ik van onze vriend Stevens geleerd heb. Ja! Nou, dat moet het zijn. Van hieruit heel wat ongemakkelijker uit dan vanuit de lucht. Ja, daar vergis je je gauw mee. Help! Ja, jongens, schreeuw maar niet zo. Ik zal heus wel even stoppen, hoor. Zeg, draai hem gelijk weer om, dan kunnen we meteen er weer vandoor. Ja, niet zo haastig. Laten we het zo lang mogelijk mooi houden, hè. Papieren? Papieren? Ja, heb je me niet gehoord? Nou, ik zal mijn papieren laten zien aan de bevoegde instanties. Dat maak ik uit. Uit! Kom maar uit. Zo. Landmeetkundige dienst. Wat moeten jullie hier? Nou, we komen de boel eens even opnemen. Ik vertrouw jullie niet. Vooruit je papieren. Hoort u dat, mevrouw Melden? Hij vertrouwt ons niet. Mevrouw Melden? Ja, ze komt er een man ophalen. Nee, laat het geweer maar over je schouder hangen, vriend. Dat is vast tegen de voorschriften, weet je dat? Je zou eens wat beter moeten doen wat je wordt opgedragen. Maar wat heeft dat te betekenen? Een overval? Slim is hij wel in ieder geval. En denk erom, we hebben je onderschot. Het hele complex hier is omsingeld. Wat wil je van me? Hoeveel man zitten daar in het wachthuis? 50. Zo, dat zijn geen halve maatregelen, hè? Laten we maken dat we wegkomen. Jij blijft hier! Zo, en nou jij. We zullen je sparen als je precies doet wat ik je zeg. Jij gaat naar het wachthuis en je stelt je vrienden daarvoor de keus. Allemaal ongewapend naar buiten komen of ze worden met wachthuis en al in de lucht geblazen. We hebben zwaar geschut bij ons. Nou, vooruit, smeer hem! Ik geef je precies 1 minuut. 60 seconden. En als er ook maar 1 schot valt, dan gaan jullie dus zonder pardon allemaal aan, begrepen? Ja. Mooi zo. Van Anders, neem jij hem zijn geweer af? Mooi zo. En nu rennen. Zo, het begin is er. Maar hoe wil je dat dreigement waarmaken, Frank? Met een wapen van Jack kun je toch geen mensen doden? Ja, dat weet ik, maar dat weten zij niet. Ik zal ze dadelijk een prachtige demonstratie geven. Kan je ook meteen zien hoe het gaat, Van Anders? Je hebt het ook nog niet meegemaakt. Van Anders... Hey, waar is hij? Heeft zich verstopt achter de auto. Nou, ga jij ook maar, Valerie. Dat is het veiligste voor het geval dat... Ze komen! Ze komen tevoorschijn, Frank. Het lukt! Ja, we zijn er nog niet, Valerie. Niet te gauw roepen. Hier, neem jij die zaklantaarn. Wat moet ik daarmee? Doe alleen maar wat ik zeg. Mooi zo! Jullie hebben de verstandigste weg gekozen. Hé, rij daar, wachtmeester! Ik? Ja, jij! Stel die kerels op over de breedte van de oprijlaan. Tussen ons en het hoofdgebouw in. Dan kunnen ze ons van daaruit de mensen niet onder vuur nemen, snap je? Dat zeg jij, ja. Ze hebben daar gemerkt wat aan de hand is. Die man daar, links achter. Ren naar het hoofdgebouw en zeg dat ze onmiddellijk ophouden met schieten. Anders gaat de hele club er hier aan. Snel! En jullie, stil! Ik zal jullie laten zien dat het ons ernst is. We hebben jullie naar buiten laten komen om jullie voorlopig nog even te sparen. Jullie kunnen er tenslotte ook niks aan doen. Kijk, moet je kijken wat er gaat gebeuren met het wachthuis. Valerie,
Ga je gang! Zo, dat was een lesje voor jullie. En richt nu dat wapen op dat stelletje, Valérie. Niet doen, niet doen! Stil maar, er gebeurt jullie niks. Als je je maar koest houdt en precies doet wat we zeggen. Hé, hey, jij daar! Ik? Ja, jij. Je hebt er net ook al zo'n keurige boodschap voor ons gedaan. Ga jij eens even de hoogste baas halen die er te vinden is. En laat hem ongewapend hier komen. In de looppas, mars! Het schiet is opgehouden. Ja, dat haalt je de koekoek. Ik vertrouw het niet, Frank. Het gaat allemaal te makkelijk. Ach, met een beetje lef, een kind kan de was doen. Oh, een prachtig scenario voor een speelfilm. Ik zou best wel eens een speelfilm willen maken. Frank, huh? Heb jij dan geen zenuwen? Oh, mensen. Het is gedonderd in de glazen al. Kalm, Valérie. Hou die kerels onder schot. We halen het nooit, we halen het nooit. Wat was dat? Ik weet het niet. Het is in ieder geval afgelopen. Fernandes? Zo, dat was meer geluk dan wijsheid. Er kwam een patrouille van buiten. Ja? Had gelukkig een paar handgranaten bij me. Oh, Fernandes. Ja. Keurig gedaan, jongen. Ja, ja, ja. Jij komt altijd met de meest onverwachte dingen op de proppen. En jullie? Jullie hebben het gezien? We hebben het hele complex omsingeld. Iedere tegenstand is nutteloos. Kijk, daar zou je de commandant hebben. Dat is een hoge, zeg. Ja, zeg. Allemaal goud eraan. Ja, wat had je dan gedacht? Zeg, wat heeft dat te betekenen? Nou, dat zal ik u onmiddellijk uitleggen. Bent u de commandant? Kolonel Barriente. Precies. En met wie heb ik het genoegen? Mijn naam doet er niet toe. En of het een genoegen is, dat hangt helemaal van u af. Wat heeft u met de wacht gedaan? Ach, we hebben ze een beetje ontwapend. Wel een slappe hap, hè? Als je dat zo ziet, vindt u ook niet? Zeg, hoor u eens even. Als er iemand goed moet luisteren, dan bent u dat, kolonel. Ik weet niet wat u wilt. Maar u moet niet denken dat ik aan welke eis dan ook zal voldoen. Nou, dat zullen we dan nog wel eens zien. We hebben nog wat voor u en uw mannen in petto. Kijk maar eens naar dat wachtgebouw. U hebt dat opgeblazen in een laf en onverhoeds aanval. In de eerste plaats hebben we het niet opgeblazen, maar eenvoudig bewerkt met een geheim wapen. Kijk maar, er is niets anders meer over dan een hoopje stof. En in de tweede plaats was onze aanval niet onverhoeds, maar we hebben eerst alle mensen gelegenheid gegeven naar buiten te komen. En laf zijn we ook niet. Ja, hou jij je naar buiten. Wat wilt u? Over 5 minuten gaat ook het hoofdgebouw eraan. Ik geef u 5 minuten de tijd om alle gevangenen vrij te laten. En daarna kunt u uw personeel erbuiten laten komen. Ongewapend. En ze kunnen dan bij dat stelletje daar gaan staan. Maar in de allereerste plaats wil ik meneer Melden en meneer Stevens naar buiten zien komen. Die twee Amerikanen die een paar dagen geleden hier naartoe gebracht zijn. Begrepen? Melden? Ja. Stevens? Heel goed. Nooit van gehoord. Die mensen zitten hier niet. U moet u vergissen. Oh, Frank! Wij vergissen ons niet, kolonel. Ja, u hoort het, kolonel. Wij vergissen ons niet. En als blijkt dat hun ook maar één haar gekrenkt is, dan zullen we dat op u en uw mannen verhalen. Begrepen? Ik wil met u onderhandelen. Nee, niks onderhandelen. U bent niet in de positie om te onderhandelen. U doet gewoon wat u gezegd wordt. U geeft opdracht zo snel mogelijk alle gevangenen naar buiten te halen. U en dan krijgt u er 5 minuten voor. 5 minuten? Ja. Dat is veel te kort. Schiet op, Frank. Hij probeert tijd te winnen. De 5 minuten gaan nu in. Goed. Ik zal gaan. Ja, nee, niks. U geeft opdracht, heb ik gezegd. U blijft zelf hier. Dan zal mevrouw Melden persoonlijk op u passen. En als het haar niet bevalt wat er gebeurt, dan zal ze zeker ons nieuwe wapen op u uitproberen. Niet waar, Valérie? Graag. Dus? Het ziet er naar uit dat ik aan uw eisen zal moeten toegeven. Voorlopig. Dat is verstandige taal. U stelt tenminste niet het leven van uzelf en uw mannen in gevaar. Wacht! Luister, je moet een boodschap doen voor de kolonel. En denk erom, 5 minuten. En Stevens zijn er niet bij. Ja, wacht maar, die komen wel. Weet je zeker dat je inlichtingen kloppen, Fernandes? Dat durf ik vergif op in te nemen. Kolonel? Ik heb u toch gezegd... Zijn ze hier of zijn ze hier niet? Doet u dat wapen weg. Ja, ze zijn hier. Nou, waarom komen ze dan niet naar buiten? De tijd is bijna om.
Heb je dat aantal gevangenen geteld, adjudant? Onmogelijk, kolonel. Alles is één grote wanorde. Hé, er proberen ook een paar van jouw mannen te vluchten. Haal ze terug. Kom terug! Alle manschappen terugkomen! Daar heb je een verdonderende glazen. Ga kijken wat er aan de hand is. Nog 30 seconden. Daar zijn ze! Ja, verdomd. Oh. Verdomd, het is gelukt. Zeg dat niet te hard, jongeman. Ik heb u niets gevraagd. Ze hebben iemand bij zich. Ja, ze slepen iemand mee. Het lijkt wel of hij bewusteloos is. Medegevangene misschien. Gaan jullie hier altijd zo grof om met je gedetineerden? Ik verzeker u dat iedereen hier de beste behandeling krijgt die maar denkbaar is. Ja, dat is dan maar goed ook. Want anders... Als je me nou... Wat is er? Reiter. Ze hebben Reiter bij zich. Reiter? Ja, dat is mooi werk. Valerie! Oh, ik wist dat jullie ons niet in de steek zouden laten. Zeg, kunnen jullie daar niet eventjes mee wachten? Frank, je hebt onze stoutste verwachtingen overtroffen. Je bent trouwens geen dag te laat. Hoe ben je? Zonder die oude trouwe luchtacrobaat van de Fernandes was het ons nooit gelukt. Zeg, is iedereen eruit? Ik geloof het wel. Wij waren de laatste. We hebben nog net onze vriend Reiter ter grazen kunnen nemen. Ja, ik zie het. Je hebt hem behoorlijk hard geslagen, hè? Wilt u ons nu laten gaan? Ik zal voor een vrijgeleide zorgen. Ach, een buitengewoon genereus aanbod. Maar ik heb u nog wat vuurwerk beloofd en die belofte wil ik graag houden. Vuurwerk? Ja, let maar eens op. Eerst de administratie. Waar is het gebouw van de administratie? Nou? Die vleugel. Daar. Goed dan. Daar gaat hij. Frank! Wat is dat? Een voorhistorisch wapen, zogezegd. Die blauwe mannen konden er wat van. Zo, nu het cellenblok. Maar dat is fantastisch. Hoe werkt dat? Dat zal ik je straks uitleggen. Eerst de rest. Ze juichen. Ja, maar dat kan toch niet? Kan ik me voorstellen. Nou, ziet u eens, kolonel, met wat voor kleinigheden je mensen een plezier kan doen. Hè? U hebt de vrijheid gegeven aan staatsgevaarlijke individu. Het grootste staatsgevaarlijke individu hebben we in ieder geval hier. Juist, en hier is er nog één. Wat wilt u daarmee zeggen? Wacht maar, kolonel. Ik heb nog een verrassing voor u. Zeg, breng die Reiter maar vast naar de wagen, jongens. Die daar, van de landmeetkundige dienst. Kom zo. Een verrassing? Ja, kolonel. Geeft u uw mensen bevel zich op te stellen in rijen van 3. Ja, maar wat bent u van plan? Dat zult u wel zien. Nou, komt er nog wat van? Ja, maar u gaat ons toch niet... schiet op! Opstellen in rijen van 3. Iedereen opstellen, rijen van 3. Zo, en meldt u zich op militaire wijze? Ja, maar... Melden! Korpsbewakingstroepen. Kolonel Barriente meldt zich. Keurig. Ga er nou maar bij staan. U hebt uw woord gegeven dat u ons niet zou doen. Oh, heb ik dat? Nou, we zullen voor onze eigen vrijgeleide zorgen, kolonel. Ja, maar... Ga erbij staan! Wat ga je doen, Frank? Let maar eens op, Valerie. Ja, maar niet doen, Frank. Je kunt al die mensen zo... Gooi naar buiten, Matt. Ik weet toch wel wat ik doe. Nee! Oh ja, leuk. De borstel hebben wij ook. Een schande! Het is een schande! Het is eerloos om ons dit aan te doen. Wij zijn soldaten. We willen strijden met open vizier. Een schande is het. Zeg, waar staan jullie zo om te lachen, zeg? Naakt! Helemaal naakt! Zo bloot als pasgeboren baby's! Zo zullen ze ons tenminste niet onmiddellijk achterna komen. Vooruit, jongens, in de auto. En wegwezen. Is Reiter al binnen? Ja. Kan iemand anders rijden? Ik kan niet meer. Ja, ik neem hem wel. Ik kan niet meer. Dadelijk is het jouw beurt, Fernandes. Die was fantastisch, Frank. Je hebt het gedaan van... Frank. Hé, hey, Frank! Hij is flauw gevallen. Maar goed dat we een dokter bij ons hebben. Dit was het 24e deel van De Blauwe Zaden. Een science-fiction hoorspelserie voor de jeugd, geschreven door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Rolverdeling Matt Melden, Bert Dijkstra. Generaal Stevens, Paul van der Lek. Valerie Rayner, Corrie van der Linde. Frank Costa, Gees Lindebank.
wacht Johan Sirach, commandant Pariente Bert van der Linde, Fernandez Lulandré. De regie had Tom van Beek. De blauwe zaden. Professor Marcus heeft een van de blauwe zaden uitgebroed die Matt Melden op zijn land gevonden heeft. Hij zit nu tegenover een blauwe man, een vertegenwoordiger van een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden, die het geheim weet van een op aarde onbekende energiebron. Melden zelf is met zijn vriend Stevens in Brazilië, waar hij zojuist ontsnapt is uit de gevangenis met behulp van zijn vrouw Vel, de cameraman Frank Costa en de piloot Fernandez. Zij waren op weg om de plannen van de misdadige Duitse geleerde von Sommeren te verijdelen, want ook von Sommeren had enkele blauwe zaden. Gelukkig hebben zij een gijzelaar. Een schande! Het is een schande! Het is eerloos om ons dit aan te doen. Wij zijn soldaten. We willen strijden met open vizier. Een schande is het. Zeg, waar staan jullie zo om te lachen, zeg? Naakt! Helemaal naakt! Zo bloot als pasgeboren baby! Zo zullen ze ons erin ze niet onmiddellijk achterna komen. Vooruit, jongens, in de auto en wegwezen. Is Ruiter al binnen? Ja. Kan iemand anders rijden? Ik kan niet meer. Ja, ik neem hem wel. Ik kan niet meer. Frank. Hey, Frank. Hij is flauw gevallen. Maar goed dat we een dokter bij ons hebben. De blauwe zaden. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Hij doet het nog steeds geweldig, hè, die kist van je. Oh, dat is een kwestie van goed onderhouden. En dat met 5 passagiers. Waarvan 2 buiten Westen. Yeah. Zeg, wat hebben jullie eigenlijk met die Reiter gedaan? Die hebben jullie wel erg degelijk te pakken gehad, zo te zien. Dergelijke lieden kan je eigenlijk niet hard genoeg slaan. Hoe is het met Frank? Komt alweer een beetje bij. Laat ik nou gedacht hebben dat die man geen zenuwen kent. Ongelooflijk. Ja, die verhalen horen we later nog wel eens. Het gaat er nou om wat zijn onze volgende stappen. Zeg, waar gaan we eigenlijk heen? Zorg eerst maar dat we zo snel mogelijk een eind hier uit de buurt komen. Hoe staan de zaken er in Amerika voor? Nou, een van de zaden is uitgekomen. Wat? Oh, dat is fantastisch. Ja. En? Er is een blauwe man uitgekomen. Nou, het is niet waar. Ja, eigenlijk is het geen man, want hij heeft geen geslachtskenmerken. We hebben hem Jack genoemd. Wat? Ja, dat is min of meer onzijdig, zei Frank. Oh, oh, oh. Ja. Nou, en het is de professor gelukt om contact te krijgen met Jack. Om met hem te praten. Te praten. Ja, gewoon in onze eigen taal. Hoe heeft hij hem dat zo gauw geleerd? Een speciale lesmethode, hypnopedia noemde hij het. Leren in je slaap. En wat nog meer? Ik bedoel, wat kan die Jack nog meer behalve praten? Nog meer? Oh, hij kan alles. Nou, vertel nou eens. Ligt aan het hersenvolume, heb ik begrepen van Marcus. Hier, kijk. Ja? Dit handige apparaatje heeft Jack in elkaar geknutseld. Waar jullie die gevangenis mee opgeblazen hebben. Oh, prachtig gezegd was dat. Oh, ik zie ze nog voor me staan, dat stelletje soldaten. Spierlijk. Ja, dat vond jij geloof ik het leukste, hè? Neem het er eens kwalijk. Nou, maar, gaan ons verder. Nou, hij kent het geheim van de energie die vroeger gebruikt werd. Voor die ruimtevaartuigen en zo. Hij komt eigenlijk van Pronos, Jack. Pronos? Ooit van gehoord, Matt? Ja, de fameuze 10e planeet. Herinner jij nog dat planetarium in een van die ruimteschepen in de blauwe ruïnes? Ach, nee, jij bent er niet in geweest. De 10e planeet, ja. Maar die is uit elkaar gespat. En Jack is met zijn soortgenoten op aarde gestrand. Waarom? Als hij toch het geheim van die energie kent. Voor het opwekken van die energie is een katalysator nodig. En die is hier op aarde niet te vinden. Dat verandert de zaak. Dus ons dilemma is voorlopig van de baan. Dilemma? Wie we moeten inlichten over die onbekende vorm van energie. Het land dat het geheim van kent zal een enorme voorsprong krijgen op alle andere landen in de wereld. Of de persoon die het geheim kent. Hoewel, als die blauwe man zo intelligent is als jij beweert,
zal hij misschien een oplossing vinden voor die katalysator. Dat hadden ze dan 300 miljoen jaar geleden wel gedaan. Toen waren ze bovendien nog met een heel stel. Ja, dat is veel veranderd, Stevens. Oh ja, er is nog iets. Er moet hier ergens op aarde nog een tweede blauwe man zijn. Wat zeg je? Ja. Jack heeft contact gehad, zoals hij dat noemt. Er moet nog een andere blauwe man zijn. Waar? Dat kan maar op één plaats zijn. Hier vlakbij, in de blauwe ruïnes. Het is van sommeren gelukt. Heb je het gehoord, Fernandez? Wat? We moeten als de bliksem naar de blauwe ruïnes. Oh, nee. Niet weer. Je hoeft niet mee als je dat niet wil. Als je ons maar in de buurt brengt en op ons wacht. Zeg, is dat nou echt nodig? Gaan we in de goede richting, ja of nee? Jawel, maar... Vooruit dan, naar de blauwe ruïnes. Ja, wacht nou eens even, Stevens. Vel, jij weet zeker dat die Jack dat contact gehad heeft toen jullie nog in Amerika waren. Ja, natuurlijk. Anders zou ik het je toch niet kunnen vertellen. Wij hebben sinds we hier zijn geen contact meer gehad met professor Marcus. Dus het is van sommer gelukt zonder hulp van Marcus? Ja, kennelijk, ja. En wij waren nog wel zo bang dat ze Marcus zouden kidnappen. Ja, wacht nou eens even. Van Sommer heeft dus een blauwe man. Nu zijn er twee mogelijkheden. Of hij heeft zijn blauwe man net zo handig en snel aan het spreken weten te krijgen als Marcus. Ja, waarom niet? Hij heeft tenslotte zijn hele leven naar dat moment toegeleefd. Dan heeft hij Marcus dus niet meer nodig. Of hij weet niet hoe je dat aan moet pakken en dan heeft hij Marcus wel nodig. Jij wilt dus zeggen, Marcus is toch helemaal niet buiten gevaar? Precies. En ik weet nou niet wat we nou het eerst moeten doen. Marcus beschermen of Van Sommer aanvallen? Tja. Nee. Ja, wat nee? Frank! Hij is weer bijgekomen. Hoe gaat het, Frank? Ik voel me zo slap. Zo verrekt en slap. Hé, Fernandez. Frank is weer bijgekomen. Mooi zo. En die andere, hè? Leiter, slaapt als een roos. Maar wat ik vragen wou... Heb jij hier ergens niet een flesje van het een of ander? Ah. Zou Frank goed doen? Kijk maar eens in het rode kruistrommeltje. Je hoeft die oude brokkenpiloot maar te vragen en je krijgt het, hè? Alsjeblieft. Ah, dank je. Dat doet een mens goed. Je was fantastisch, Frank. Ja, vooral dat laatste nummer. Oh, dat, ja. Ja, die vrouw van jou heeft me eigenlijk op het idee gebracht, weet je dat? Wat zeg jij? Kijk uit, de straaljager. Waar? Zou die ons gezien hebben? Wie best kans van. Verwonderen we toch al dat het zo lang geduurd heeft. Ze weten toch niet dat we per vliegtuig gevlucht zijn? Nee, maar dat zullen ze wel kunnen reizen. Gelukkig. Hij verdwijnt. Hij heeft ons niet gezien. Of het was een verkenningsvliegtuig dat op dit moment onze positie doorgeeft. Zet de radio's aan. Niets. Deze kanalen tenminste niet. Nou, we kunnen niet veel doen dan doorgaan, hè? We zitten nou toch al een eind in de goede richting. Is de oorlog nog steeds niet afgelopen? Het ziet er meer naar uit dat die pas gaat beginnen. Ik zou wel eerst een keertje rustig een film willen maken. Ik voel me veel beter als mijn camera bij me. Je doet het anders met een omgebouwde zaklantaarn ook heel goed. We waren net aan het overleggen of het beter is naar Amerika terug te gaan... of om eerst met Van Sommer af te rekenen. Ja, hij heeft ook een blauwe man, weet je. Daarom juist. Ja. Maar aan de andere kant is het helemaal niet zeker dat hij Marcus nu met rust zal laten. Ja, waarom verdelen we ons niet? Ik wil best terug naar Amerika. Als Frank er niet bij is, zitten jullie binnen de kortste keren weer in de gevangenis. Zeg, hoor eens even, wat is dat voor waanzin? Nee, moet je niet zo beginnen als je... Nou, wat doen we? Zeg, het ziet er naar uit dat onze problemen voor ons worden opgelost. Oh ja, wat dan? Daar heb je meer. Nou, met z'n tweeën. Ze vliegen recht op ons aan. Had ik het niet gedacht. Hè. Voor ons, denk je? Ja, voor wie anders? Wat dacht je dat twee straaljagers anders boven het oerwoud kwamen doen? Hallo, watervliegtuig. Hallo, bekend watervliegtuig. Hoort u mij horen? Niet antwoorden, Fernandez. Waarom zou je hem moeten horen? Waarom? Omdat ik geacht word de radio te hebben aanstaan, daarom begrijp ik. Zijn we nou ver van die blauwe ruïnes? Nee. Probeer dan tijd te winnen, Fernandez. Nee, daar heb je meer. Hallo, onbekend watervliegtuig. Alle burgerluchtvaart is voor onbepaalde tijd opgeschreven. Zet uw vliegtuig aan de grond. In verband met de afgekondigde noodtoestand. Noodtoestand? Ze hebben daar aardig te pakken beneden. We hebben ze dan ook aardig in hun hemd gezet, hè? Stil nou toch eens stil. Als u mij hebt begrepen, hè?
Rustig doorvliegen, Fernandez. Probeer het zo lang mogelijk vol te houden. Ja, laat het maar aan Fernandez over. Ja, ik heb al gezegd. Nu is het jouw beurt. Hij meent het, verdomme. Zeg, als je die wolk in kan duiken daar, dan zijn we gered. Ja, dan kan hij ons niet meer zien. Ja, hou maar op, had je gedacht. Als hij geleide wapens aan boord heeft, schiet hij ons zo de lucht uit. Laatste waarschuwing, onbemand watervliegtuig. Zo snel mogelijk landen. Als u aan dit bevel geen gehoor geeft, zal er op u worden geschoten. Wacht eens even. Wat doe je nu? Klapwieken. Hou op, Fernandez. Ik ben zo onmisselijk genoeg. Daar trap je nou niet meer in, Fernandez. Daar komt hij weer! Hou je vast. Ik ga duiken. Oude rot, als ik krijg die zo niet te pakken. Straaljagerpiloot, ik kan er anders ook wat kom, van zeggen. Kom, we concentreren. Ja, de volgende keer zijn we erbij. Lijkt het je niet verstandiger om op te geven en de kist neer te zetten? Ja, mijn idee. Daar, beneden, de rivier. Soms heb je me. Ik zei het al, jullie problemen worden opgelost. Kan je me nog aan de grond krijgen? Ja, hou je vast. Dat wordt geen landing, dit wordt een splashdown. Hem toch weer op zijn bootjes laten terechtkomen. Van anders. Ah, die kerels zijn in ieder geval weer naar huis toe. Ja, wij hebben de tijd om onze wonden te likken. Hoe ver zijn we van de blauwe ruïnes? Hemelsbreed een kilometer of 20, schat ik. En over de rivier? Er gaat er nog maar een kilometer of 10 mee op. Wat wil je dan, Stevens? Van de nood een deugd maken en de leeuw opzoeken in zijn hol. We hebben nu tenminste een doorslaand argument. Onze vriend Reiter als gijzelaar. Denk je dat hij zich daar veel van aan zal trekken? Eén mensenleven meer of minder zal hem in dit stadium niet zoveel kunnen schelen. Reiter moet een van zijn naaste medewerkers geweest zijn. Hoe is het eigenlijk met hem? Die heeft door alles rustig heen geslapen, geloof ik. Hij ligt stevig geboeid in de staart. De staart? Ja. Ja, wat is daarmee? Nou, kijk maar eens. Doorzeefd. Wat? Bloed. Ga eens opzij. Laat eens kijken. Vel liefje, zou je dat nou wel... Hij is nog steeds dokter, met. Ja, natuurlijk. Ja. Hij is dood. Nou, dan hebben we geen gijzelaar meer. Nee. Het zit ons niet mee, hè. Kogel dwars door het hart. Hij moet meteen dood geweest zijn. 20 millimeter geschud. Wat wil je? Ik ben benieuwd hoe het met de motor is. Veel is er in ieder geval niet aan verloren. Die verraaier. Mooi krokodillenvoer. Jullie zijn wel een stelletje harteloze wezens, hè? Dat was een mens, begrijpen jullie? En daarnet leven die nog... Stil nou maar. Het zijn de zenuwen. We hebben de laatste tijd wel het een en ander meegemaakt. En dat hebben we onder andere aan hem te danken. Als jullie hem tenminste maar wel behoorlijk begraven. Goed, als jij erop staat. Zeg, Fernandez, heb jij een opblaasbare rubberboot aan boord? Natuurlijk. Met een motor misschien ook nog? Ja, natuurlijk. Goed, laten we de boot dan uitzetten. We trekken het vliegtuig naar de kant en Fernandez kijkt of het te repareren valt. Wat denk je, Fernandez? Nou, het zal al heel gek moeten zijn, wil ik het niet in orde krijgen. Ik heb altijd wel een paar reservespullen bij me. Ja, dat arme oude ding van je krijgt er wel van langs, hè, de laatste tijd. Weet je wat het geheim is? Dat arme oude ding, zoals jij dat noemt, dat is zo eenvoudig dat er weinig aan kapot te krijgen is. Laten we het hopen. Anders komen we hier nooit meer weg. Terwijl jij het vliegtuig repareert, Fernandez, gaan wij, Matt en ik, met de boot de rivier op. We zullen proberen van sommeren met een verrassingsaanval uit te schakelen. Best kans dat hij nog niet eens weet dat we vrij zijn. Daar zou ik maar niet te hard op rekenen, Stevens. En ik? Jij hebt genoeg gedaan voor vandaag. Jij blijft hier. Je kunt Fernandez helpen en je zorgt samen met Vel dat Reiter begraven wordt. Oké. Okay. Maar geef ons wel dat mooie wapen van je mee. Ja, natuurlijk. Ja, alsjeblieft. Alles duidelijk tot zover? Jawel, commandant. Goed, we houden contact via de radio. Welk kanaal? 14. Dat kan niet worden afgeluisterd. Mooi. We houden jullie op de hoogte. We hopen zo snel mogelijk weer terug te zijn. Nou, waar is die rubberboot? Ik heb geen zin om naar de kant te zwemmen.
Ik geloof dat ik het hier een beetje begin te herkennen. Het kan nou niet ver meer weg zijn, want kijk... Reden om de motor af te zetten. We zullen de rest moeten peddelen. Ah, waarom? Daar zie ik nou niets in. Ik ben net een paar dagen onder hoede geweest van de geheime politie. Alsjeblieft, Bert. Ze kunnen ons mijlenver horen aankomen. En we hebben het gehad over een verrassingsaanval, weet je nog wel? Ja, oké. Hier, pak ook een riem. Ja, goed. Daar. Na die bocht moet het strandje zijn waar we gelegen hebben met Fernandes zijn vliegtuig. Ja, zie je wel? Ja, ja. En van daaruit weten we de weg. Ja, goed. De kortste weg die onze vriend Reiter ons nog zo vriendelijk gewezen heeft. Ja. Stuur maar naar de kant toe. Ik ben meteen al natte poten. Als we vandaag niks ergens meemaken. No, vooruit maar. Deze kant op, geloof ik. Hè? We moeten er nou bijna zijn. Ja. Hier recht voor moet het. Stil eens. Wat is er? Vliegtuig. Ja, ik hoor het ook. Zeker die straaljager van daarnet. Nee, nee, het is geen jager. Wat zal het dan zijn? Een burgervliegtuig? Zeker aan de aandacht van de heren ontsnapt. Hij komt hier recht op aan. Lijkt wel of hij daalt. Landen kan hij hier in ieder geval nergens. Jij de registratienummers lezen. Registratienummers. Ik zie niks. Jawel! Het is in ieder geval een Amerikaans vliegtuig. Ik zie de... Kijk nou eens. Een parachute. Ja. Moet vlak boven de blauwe ruïnes zijn. Wat hangt eraan? Geen kerel in ieder geval. Een pakje of zo. Een kist. Zou dat voor Van Sommeren zijn? Wat dacht je dan voor ons? Nou, die kerel kan in ieder geval wel goed mikken, zeg. Dat zou betekenen dat Van Sommeren daar van alles aan het bekokst over is. En dat hij er haast achter zet ook. Anders zou hij zich zijn pakjes wel op een wat discretere manier laten thuis bezorgen. Misschien is het alleen maar de normale ravitaillering. Een kist. Je ziet het nu duidelijk. Daar geloof ik niks van. Zullen we het erop wagen en zien dat ding te pakken te krijgen als het neerkomt? Met alle mannen van Verzoon op de been, zeker. Ik denk dat we ons voorlopig beter even gedekt kunnen houden. Misschien heb je gelijk, Matt. Ik heb gelijk. Kijk maar, daar komt hij. Zie je, tussen die bomen daar. Kijk, zie, een 100 meter hier ongeveer vandaan. Kijk, Stevens. Vlak bij ons. Wat doen we? Ik zou zeggen, wachten tot het donker is. En dan onze slag slaan. Ja, zou ik niet weten hoe. We hebben een goed wapen, Matt. Als dat maar wat uitricht tegen die keiharde kunststof van die blauwe ruïnes. Hé, wat is dat? Wat nou weer? De grond is hier omgewoeld. Eens kijken. Ja, het ziet er net zo uit als daarnet toen we Reiter begraven hebben. Dit is een graf, Matt. Dit was het 25e deel van De Blauwe Zaden, een science fiction hoorspelserie voor de jeugd, geschreven door Paul van Herk, bewerking Tom van Beek. Rolverdeling: Matt Melden, Bert Dijkstra, Valerie Rayner, Corrie van der Linde, generaal Stevens, Paul van der Lek, Frank Costa, Gees Lindebank en Fernandez, Lou Landré. Regie: Tom van Beek. De Blauwe Zaden. Professor Marcus heeft een van de blauwe zaden uitgebroed die Matt Melden op zijn land gevonden heeft.
Hij staat nu tegenover een blauwe man, de vertegenwoordiger van een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden, die het geheim kent van een op aarde onbekende energiebron. Melden zelf is, met zijn vriend Stevens en vrouw Vel, de cameraman Frank Costa en de piloot Fernandez in Brazilië. Ze zijn op weg om de misdadige plannen van de Duitse geleerde von Sommeren te verijdelen als hun vliegtuig wordt neergeschoten. Matt en Stevens gaan samen per boot verder, maar voor ze bij de blauwe ruïnes zijn gekomen, doen zij een ontdekking. We moeten er nou bijna zijn. Hier recht voor moet het. Stil eens. Wat is er? Vliegtuig. Ja, ik hoor het ook. Zeker die straaljager van daarnet. Nee, het is geen jager. Wat zou het kunnen zijn? Een burgervliegtuig? Zeker aan de aandacht van de heren ontsnapt. Hij komt hier recht op aan. Lijkt wel of hij daalt. Landen kan hij hier in ieder geval nergens. Kan jij de registratienummers lezen? Registratienummers? Ik zie niks. Jawel! Het is in ieder geval een Amerikaans vliegtuig. Ik zie de... Kijk nou eens. Parachute. Ja. Moet vlak boven de blauwe ruïnes zijn. Wat hangt eraan? Geen kerel in ieder geval. Een pakje of zo. Een kist. Zou dat voor Van Sommeren zijn? Wat dacht je dan voor ons? Nou, die kerel kan in ieder geval wel goed mikken, zeg. Dat zal betekenen dat Van Sommeren daar van alles aan bekokst over is. En dat hij er haast achter zet ook. Anders zou hij zich zijn pakjes wel op een wat discretere manier laten thuis bezorgen. Misschien is het alleen maar de normale ravitaillering. Een kist. Je ziet het nu duidelijk. Daar geloof ik niks van. Zullen we het erop wagen en zien dat ding te pakken te krijgen als het neerkomt? Met alle mannen van Van Sommeren op de been, zeker. Ik denk dat we ons voorlopig beter even gedekt kunnen houden. Misschien heb je gelijk, Matt. Ik heb gelijk. Kijk maar, daar komt hij. Zie je, tussen die bomen daar. Kijk, zie, 100 meter hier ongeveer vandaan. Kijk, Stevens. Vlak bij ons. Wat doen we? Ik zou zeggen, wachten tot het donker is. En dan onze slag slaan. Ja, zou ik niet weten hoe. We hebben een goed wapen, Matt. Als dat maar wat uitricht tegen die keiharde kunststof van die blauwe ruïnes. Hé, wat is dat? Wat nou weer? De grond is hier omgewoeld. Eens kijken. Ja, het ziet er net zo uit als daarnet toen we Reiter begraven hebben. Dit is een graf, Matt. De blauwe zaden. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Graf? Van wie? Ja, hoor eens. Ik ben geen helderziende. Maar als je het graag wil weten... Graven? Ja. Nou ja, waarom niet? We kunnen voorlopig toch niet veel anders uitrichten. Zo. Gelukkig dat we het kampeerschepje bij ons hebben. Ja, je kunt nooit te weinig bij je hebben. Hè? Zo. Dat is één troost. Diep kan het nooit zijn. Het grondwater staat nog maar een paar decimeter onder de oppervlakte. Ik voel hier iets hards. Ja, ik heb hier ook wat. Zie je wel? Niet diep. Hout. Een kist. Het deksel van een kist. Een doodkist? Wacht even. We zullen gauw genoeg weten. Ik heb deze kant vrij. Ik til eens op, die deksel. Dat hij er zo uit zou zien. Je hebt die rupsen toch gezien in de tijd? Die waren toch ook zo blauw? Overigens, het is helemaal geen man. En geen vrouw ook. Geslachtloos. Ja,
Ze hebben hem dan wel zo netjes begraven. Maar ze hadden hem toch wel een of ander kledingstuk kunnen aantrekken, die blauwe man. Misschien is het wel de blauwe man. Hoe bedoel je? Nou, Vel zei toch dat er nog een blauwe man moest zijn. Als dat deze nou eens is. Dat zou betekenen dat er toch iets misgegaan is. En dat de blauwe man van Sommeren gestorven is. Ja, waarom niet? Ja, weet je, veel kunnen ze niet tegen onze aardse bacteriën, ik noem maar wat. Of misschien heeft Van Sommeren gewoon van kant gemaakt. Nadat hij alle informatie gekregen had die hij moest hebben. Denk je? Nee, daar zie ik hem niet voor. Hij is anders niet zo goed voor. Hij is daar veel te slim voor. Moet je zien, dat hoofd. Vel heeft niet overdreven. Nee. Als de kwaliteit van die hersenen net zo groot is als de kwantiteit... Ja, dan maak je zoiets toch maar niet willens en wetens dood. Daar kun je nog heel veel en heel lang plezier van hebben. Ik wil er toch het mijne van weten. Eens kijken of er echt sporen van geweld zijn. Zo. Aan de voorkant niet in ieder geval. Geen kogelwonden. De hals is gaaf. Geen snijwonden. Zegt niet zoveel natuurlijk. Er zijn duizenden manieren om iemand om zeep te brengen die geen spoor achterlaten. Stevens, help ons omdraaien. Zo. Jij vertrouwt het nog steeds niet, hè? Hoe kun je weten waarmee je juist dit wezen, dit vreemde organisme naar de andere wereld kunt helpen? Wacht eens even. Het is helemaal niet aan de andere wereld. Het leeft. Wat is er dan? Voel je iets? Polsslag, ademhaling, warmte? Nee. Nee. Ik zie iets. Hier. Verrek, ja. Wortels. Wortels. Overal wortels. Hier van de tenen uit. Kleine witte haarwortels dwars door het hout van de kist heen. En zo snel al. Het lichaam kan nog niet zo lang dood zijn. En er is nog geen spoor van ontbinding. En dat in dit klimaat. Vanuit de vingers ook. Witte wortels. Ik geloof dat we nu alle stadia van die blauwe wezens gezien hebben. Eerst de vrucht als van een plant. De blauwe zaden. Toen de rups. Het animale stadium die zich ontpopt heeft... tot iets wat lijkt op een mens. En als het het menselijk wezen dood is, krijgt het wortels en wordt weer plant. De plant krijgt zaden enzovoort. Wat zal Marcus daarvan zeggen? Och, dat is van later zorg. Het gaat er nu om wat we uit deze vondst moeten concluderen. Ja, kijk, zeker weten doen we natuurlijk niets. Maar er zijn twee mogelijkheden. Dit is niet de blauwe man van Sommeren. Ik bedoel... Hij heeft nog een andere. En dat betekent dat hij nog steeds gevaarlijk is? Ja, of het is wel de blauwe man van Sommeren. Dat wil zeggen, zijn blauwe man is dood. En in dat geval is Van Sommeren niet meer gevaarlijk. Dat dacht je maar. Dacht jij dat Van Sommeren erbij zou laten zitten als zijn blauwe man werkelijk gestorven was? Dacht je niet dat hij dan niet onmiddellijk naar zijn soortgenoot zou gaan zoeken? Naar onze blauwe man? Natuurlijk. Stom dat ik daar niet aan gedacht heb. Professor Marcus. Precies. Hij zal professor Marcus proberen te vinden. Voorlopig zit hij goed verstopt, heeft Frank me verzekerd. Maar hij is al zo lang alleen en hij is zo wereldvreemd. Hij is bezeten van wat alles met de wetenschap van doen heeft. Maar van de wereld om zich heen heeft hij geen kaas gegeten. De eerste, de beste indringer, die hem een mooi papier laat zien... kan hem met willekeurig welke smoes meekrijgen. We moeten dus vechten op twee fronten. Zolang we niet weten hoe de vork precies in de steel zit... moeten we in ieder geval op beide fronten op onze hoede zijn. Dat zou er dus toch op neerkomen dat we ons moeten verdelen. Ja, en dan lijkt het voorstel van Frank het beste. Laten wij hier blijven en laten Frank en Vel terug gaan naar Amerika... Ze moeten zo snel mogelijk Marcus onder hun hoede nemen. Dat is inderdaad het beste. Roep ze op, Matt. Laat ze vertrekken zodra Fernandes klaar is met zijn vliegtuig. Ben al bezig. Hallo, Fernandes. Hallo, Fernandes. Hier melden. Over. Hallo, Matt. Hallo, Matt. Hier, Vel. Zijn jullie geslaagd? Dat wil ik nou niet direct zeggen. Maar we zijn in ieder geval wel tot de conclusie gekomen dat jij terug moet naar Amerika met Frank. Jullie moeten Marcus beschermen. Het is dringend. Zorg dat hem niets overkomt. Het ziet er akelig leeg uit hier. Ach, waarom? De professor zal wel binnen zijn met Jack, proeven doen of zo. Hey, die deur zit op slot. Wat zie je nou wel? We zijn te laat. Ach, stil dan maar. Misschien heeft hij juist uit veiligheidsoverwegingen de deur op slot gedaan. Huh? Even kijken, we zijn met sleutel. Oh, schiet nou toch op, Frank. We zijn met sleutel. Oh ja, ja, hier. Hallo? Niemand.
Zie je wel, er is niemand. Ja, hier niet in ieder geval. Hoe lang zijn we weg geweest? Nou, in mijn gevoel een eeuwigheid. Maar ik in werkelijkheid maar 3 dagen. Wat kan er gebeurd zijn? O, God, wat kan er gebeurd zijn? Ja, nou, daar komen we wel achter. Hier ook niet. De slaapkamers? Eens kijken. Nee, niemand. Het bed is onbeslapen. Ja, oh, ik hou het niet uit. Zouden ze dan toch door Van Sommeren zijn ontvoerd? Met was er zo bang voor. Ja, er zijn anders nergens sporen van geweld te bekennen. Ja, dat zou Van Sommeren wel op een veel slimmere manier hebben aangepakt. Nou, ze zijn hier niet. Volgende vraag, waar zijn ze dan wel? Je hebt ze nog zo gezegd rustig hier te blijven. Ja, hou nou eens op met dat jammeren, hè. Dan krijgen we ze niet meer terug. Laten we maar eens beginnen met te kijken in de kamer die professor als laboratorium heeft ingericht. Daar zijn ze toch niet? Daar ben je toch zo neef al geweest? Ja, misschien vinden we daar wel een aanwijzing waar we moeten zoeken. Waar we ze dan wel kunnen vinden. Ik ga bellen. Ja, wie wil je nou bellen in godsnaam? Wie weet er nou dat we hier zitten? Henderson natuurlijk. Oh, onze beschermengel van de politie. Nou, ga jij me bellen zodat je gerust kan stellen. Ja, ja, hallo. Mag ik commissaris Henderson van u? Nee, dat doet er niet toe. Verbind u me door, alstublieft. Als hij er nou maar is. Hé, dat is eigenaardig, zeg. Dat is verdomd. Wat heb je daar? Oh, commissaris. Verder ben je hier. Commissaris, professor Marcus is verdwenen. Bestaat het? Maar, Wat? Ach, nee. Nee, we zijn net teruggekomen. Nou, 3 dagen. Maar dit is een... Nee, geen spoor, nee. Dat is een atlas met de sterrenkaart opengeslagen. Commissaris, Hier, mijn foto's erbij. De foto's van mijn films. Natuurlijk niet. Pronos, de 10e planeet. Ik ben de eerste die ik erover bel, natuurlijk. Zeg, dat is toch begrijpelijk? Zeg, Fel, begrijp jij hier iets van? Oh, stil nou even. En hier? Ja. Wat zijn dit, aantekeningen? Jawel, commissaris. Aantekeningen over... Dat begrijp ik wel, maar u moet toch... Over maanstenen? We zijn ontzettend... Vel, hier! Nou even, ja, hier, aantekeningen over maanstenen. Wat is dit? Een hele lijst. Een lijst van ontbrekende nummers in het periodiek systeem der elementen. En hier een hele stapel analyserapporten. Vel, ben je haast klaar? Vel, luister nou eens. Ja. Hier. Dank u, commissaris. Ja, natuurlijk, we houden u op de hoogte, commissaris. Nou... Hij weet van niets. Ja, had jij dan iets anders verwacht? Had jij dan gedacht dat Marcus eerst Henderson zou bellen voordat hij hem zou smeren? Of voordat hij ontvoerd werd? Nou, dat weet ik zo net nog niet. Kijk hier maar eens even. Ik geloof dat onze geleerde niet stilgezeten heeft. Misschien heeft hij weer iets ontdekt. Kijk eens, kan jij hier iets wijs? Laat eens kijken. Ja? Juist als hij wat ontdekt heeft, hoe meer die weet, hoe belangrijker die wordt voor ons sommigen. En wat is dit? Ja, dat zou ik nou graag van jou willen weten. Misschien heb jij iets meer verstand van dan ik, hè? Ik ben ook maar een gewone arts. Ja, maar jij hebt gestudeerd. Maanstenen. Wat een belangstelling voor maanstenen opeens. Ja, maar dat was toch niet toen wij weggingen? Nee. Hij moet iets hebben uitgevonden. Of in ieder geval een bepaalde richting hebben zitten denken. Het ging natuurlijk over die katalysator. Zou die te vinden zijn op de maan? Zou Jack maanstenen kunnen gebruiken om de energieopwekking op gang te brengen? Ja, verdraaid. Verdraaid, ja, hier staat het. Ja, als ik dat handschrift van die professor tenminste kan lezen... Oh, de idioot, de krankzinnige idioot. Ja, waarom? Om zoiets uit te vinden? Wonder dat die Jack er zelf niet op gekomen is met zo'n kop. De zwakzinnige. Matt had wel gelijk dat hij zei dat Marcus wereldvreemd is. Ja, wat sta je nou te schelden? Dan krijgen we Marcus en Jack heus niet mee terug, hoor. Hij vertrekt naar ik weet niet waar en hij laat hier zijn aantekeningen open en bloot op tafel liggen. Maar dat zou dus betekenen dat hij vrijwillig is weggegaan. Dat hij doelbewust ergens heen is. Hij is er gek genoeg voor. Of het betekent juist dat hij gekidnapt is. Nee, dan hadden die kidnappers die aantekeningen toch ook wel meegenomen. Kom nou. Ja. God, ik wou dat ik de gedachtekracht had van Jack. Dan kon ik de professor oproepen. Daar zeg je zoiets. Als de professor het probleem van die katalysator heeft opgelost... dan weet Jack ook de oplossing. En als Jack die oplossing weet... Dan weet die andere blauwe man ook de oplossing? Ja. Ja, als die andere blauwe man tenminste nog bestaat. Hoe?
Hoe komen we er nou achter of die andere blauwe man nog bestaat? Tja, we zullen toch naar binnen moeten, hoe dan ook. Als we Van Sommeren willen pakken... En dat willen we. Of die nou een blauwe man heeft of niet. Dan zullen we ons toch in het hol van de leeuw moeten wagen. Het is zo langzamerhand donker genoeg. Nou, zullen we gaan? Ja, goed. Zeg, is het graf goed afgedekt? Hm. Het is niet nodig dat een van de mannen van Sommeren ontdekt dat er een geknoeid is. Van Sommeren. Het wordt een obsessie zo langzamerhand. Het wordt tijd dat we er eind aan maken. Zo. Op. Knopje. Ik zie geen hand voor ogen. Waar is mijn zaklantaar? Ja, pas maar op dat je niet de verkeerde neemt. Anders gaat het hele bos eraan. Ah, dat zal wel meevallen. Oh. Dat stralingswapen is selectief, weet je nog wel. Huh? Alleen anorganische stoffen worden afgebroken. Ja, en hoe? Zeg, ik zou overigens maar een beetje voorzichtig zijn met het licht. Als ze ons nu al vinden, is het te laat. Verse sporen? Ja. Ze zullen hier vanmiddag wel de hele omgeving hebben afgezocht naar die kist. Ik ben nog steeds nieuwsgierig wat daarin gezeten kan hebben. Kijk eens. Ja? Daar hangt hij. De parachute. Idioot! Waarom ligt hij geen briefje neer waar hij naartoe is? Ja, hij had het over de universiteit, over zijn collega's. Misschien is hij daar. Niemand heeft iets van hem gehoord. Nou, of hij is regelrecht naar Washington gestapt met het Witte Huis, weet jij veel. We hebben juist lang en breed over gehad. Hij was het met ons eens dat we niet één regering moesten bevoordelen. Ja, nou, dan weet ik het niet, hoor. Ja, dan weet ik het niet. Dat is ook makkelijk. We zijn hier nou juist... Ja, lieve Vel, ik ben moe. En ik ben cameraman. Wat heeft dat dan nou mee te maken? Nou, ik ben alleen geïnteresseerd in wat ik zie. En Marcus, die zie ik in geen velden of weg. Frank, doe die muziek uit. Huh? Ah, laat hem maar even aanstaan, straks krijgen we het nieuws. Hé, ja. Ja. Jij verwacht zeker dat Marcus UPI heeft gebeld, waar die naartoe is of wie hem gekidnapt heeft. Hoe langer ik erover nadenk, hoe belachelijker ik het ga vinden. Hij kan haast niet vrijwillig ergens heen gegaan zijn, met Jack. Denk je eens in. Hoe moet hij reizen? Bij wie moet hij aankloppen? Met zo'n monster. Kaal, met een waterhoofd. Ja, en blauw als de lentelucht. Hank, alsjeblieft. Oh, wacht nou even. Ja. Precies, daar heb je het. De nieuwsberichten. Ach, jij met je nieuwsberichten. Ja, hou nou even 8 uur, Radio Nieuwsdienst. Internationale topconferentie. In Washington is hedenmiddag de internationale topconferentie over de wereldenergieproblemen geopend door de president van de Verenigde Staten. Politieke leiders uit 47 landen en een aantal deskundigen zullen zich beraden op de toekomst. Omdat naar verwachte natuurlijke hulpbronnen binnenkort zullen zijn uitgeput, wordt op deze conferentie de nadruk gelegd op alternatieve energiewinning. Met grote belangstelling wordt uitgezien naar de lezing die de internationaal vermaarde geleerde professor Marcus zal houden. Wat, Frank? Uit wel ingelichte kringen vernemen wij dat hij de vergadering een evolutionaire manier van energiewinning zal voorleggen. Verder binnenlands nieuws. Zie je nou wel? Die Marcus die loopt niet in 7 sloten tegelijk. Godzijdank, hij zit nog in Amerika. Ja, ze hebben hem kennelijk nog niet gekidnapt. Een internationale conferentie. Wat een briljant idee. Op die manier kan hij alles vertellen wat hij weet, zonder dat iemand voorbeeld wordt. Als iedereen het geheim kent, is het geen geheim meer. Als het inderdaad zo makkelijk is als Jack zegt, als je inderdaad kan niet schelen welke grondstof kan gebruiken, dan breekt er een nieuw tijdperk aan voor de wereld. Dan kunnen we... Ja, stil nou maar. We kunnen er beter heen. Naar Washington? Ja. Waarom? Hij heeft die lezing nog niet gehouden. Hij is nog niet gekidnapt. Maar dat kan nu ieder ogenblik gebeuren, nu iedereen weet waar ze hem zoeken moeten. Nee. En er konden nog wel eens wat meer kapers op de kust zijn dan alleen onze vriend Van Sommeren. Denk je dat? Ja, dat denk ik, ja. Ik heb je al gezegd, die Marcus is een kind in sommige opzichten. Hij mag dan tot nu toe geluk gehad hebben, maar... En tenslotte nog een bericht in Houston, Texas. Nou, eerst nu bekend wordt, is er vannacht ingebroken in de opslagplaatsen van de NASA. De dieven hebben zich, om onduidelijke redenen, meester gemaakt van een kist met maanstenen. Van de daders ontbreekt tot nu toe elk spoor. Dit was het 26e deel van De Blauwe Zaden, een science fiction hoorspelserie voor de jeugd, geschreven door Paul van Herk. Rolverdeling: Matt Melden, Bert Dijkstra, generaal Stevens, Paul van der Lek, Valerie Rayner, Corrie van der Linde, Frank Costa, Gees Linnenbank, nieuwslezer, bewerking en regie, Tom van Beek.
blauwe zaden. Professor Marcus heeft een van de blauwe zaden uitgebroed die Matt Melden op zijn land gevonden had. Daaruit is een blauwe man gekomen, Jack, de vertegenwoordiger van een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden, die het geheim weet van een op aarde onbekende energiebron, een winningsproces waarbij maansteen als katalysator dient. De professor zal hierover een lezing geven op een internationale energieconferentie. In Brazilië ontdekken Matt Melden en zijn vriend Stevens intussen dat ook hun tegenstander, de misdadige Duitse geleerde von Sommeren, maanstenen heeft laten komen. Zou von Sommeren hen toch een stap voor zijn? Voorzichtig dan met dat licht. Als ik niet met dat licht geschenen had, zouden we die parachute niet ontdekt hebben. Nou en? Daar waren we al over die kist gevallen. Daar staat hij. Leeg. Wat had je anders gedacht? Zeg, wat is dat voor een kist? Een munitiekist lijkt het wel. Hier, US Army. Zie, wel uit Amerika. Zeg me niks. Hoeveel van die kisten zijn er vanuit Amerika niet over de hele wereld? Zeg, leeg zei je toch? Ja. En dit dan? Nou ja, een paar kranten op de bodem. Ga eens kijken, waar komen die vandaan? Texas. Een plaatselijke krant uit Texas. Houston. Ja? Toevallig, hè? Houston, Texas, NASA, ruimtevaart. Dat is toch wat tussen die kranten. Dat lijkt wel zand. Ja. Ze hebben een keertje zand hier naartoe gevlogen. Laat eens kijken. Kleine kristalletjes. Zeg eens bij. Hier. Een groter stukje. Weet jij wat dat is, Stevens? Nou? Maanstenen! De blauwe zaden. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Maanstenen? Wat zou die daarmee moeten? Ik zou het je niet kunnen zeggen. Alleen ik heb zo'n vaag idee. Wat voor idee? Dat het iets te maken heeft met die onbekende energie. Denk jij dat von Sommeren het probleem heeft opgelost? Niet onwaarschijnlijk. Met zijn levende of dode blauwe man. Dat zou dus betekenen dat we te laat zijn. Dat hoeft niet. Zolang we niet weten wat er precies aan de hand is. Dus kijken of we alweer contact kunnen krijgen. Fernandez zal nog niet terug zijn. Ja, waarom niet? Het is al bijna 24 uur geleden dat hij met Frankenfeld is weggevlogen. Hallo Fernandez. Hoor je mij? Over. Niets. Hallo Fernandez. Hoor je mij? Hallo Fernandez. Antwoord als je me hoort. Ik zei je toch, hij zal nog niet terug zijn. Wat wou je eigenlijk van hem? Misschien weten Vel en Frank iets meer van die geschiedenis van die maansteden. Van die hele energiewinning. Ze hebben er eigenlijk zo weinig over verteld. Daar hebben ze ook niet bepaalde tijd voor gehad. Maar ze moeten er meer van weten. Ze hebben zo lang met Marcus en die blauwe man Jack opgetrokken. Daar hebben we op het ogenblik niet veel aan. We zullen het op eigen kracht moeten doen en dat wisten we van tevoren. Ja, maar ik zou toch graag zoveel mogelijk gegevens hebben. Kan van Sommeren die energie opwekken? En zo ja, wat wil die daarmee doen? Ik dacht dat dat wel duidelijk was. Wil hij er met een of ander soort bom of wapen van maken? Of wil hij misschien met het ruimtevaartuig de ruimte in om van daaruit... De enige manier om achter de antwoorden op al die vragen te komen is naar binnen gaan en kijken. Als we nog op tijd willen... Waar zitten we hier nou eigenlijk precies? Iets ten noorden van de blauwe ruïne. Nou, dan is onze navigatie ook niet je dat geweest. Wees blij, anders zouden we dit allemaal niet gevonden hebben. Niet dat we er veel mee opschieten. Wat mij het meest intrigeert is, hoe wordt die energie vrijgemaakt? Waaruit? Waarmee? Ga mee, dan zullen we van Sommeren vragen of hij een lezing voor je wil houden. Professor Marcus, ik ben zeer vereerd dat u hier naartoe op willen komen om een lezing te houden over uw revolutionaire ideeën wat betreft energiewinning. Wat u mij daarvan vertelt in het kort, dat is sensationeel, mijn waarde collega. Sensationeel. Zelfs nu het nog allemaal in het theoretische stadium is. Beste Floyd, mag ik eerst even voorstellen. Dit is Jack. Jack, professor Floyd.
Moet ik nu een van die domme dingen zeggen die mensen altijd tegen elkaar zeggen als ze worden voorgesteld? Origineel, heel origineel. En meneer ziet er heel origineel uit ook, mogen we wel zeggen. Ik zie eruit zoals iedereen van mijn volk eruit ziet. Wat een gevoel voor humor. Wie heeft er nu ooit gehoord van een volk van blauwe mensen? Mijn volk Wacht nou even, Jack. Wind je niet op. Floyd... Jack is de initiator van de ideeën die ik je door de telefoon heb verteld. Mijn bijdrage is maar zeer gering geweest. En het is niet helemaal waar dat we nog maar in het experimentele stadium zijn. De energie waar ik het straks over zal hebben, is al gebruikt. Al gebruikt? En je hebt je experiment voor iedereen verborgen gehouden? Ik heb helemaal geen experimenten gedaan. De energie is gebruikt in de praktijk. En wel 300 miljoen jaar geleden. Oh, ik geloof dat je niet helemaal serieus bent, beste Marcus. 300 miljoen jaar geleden? Een kapitale grap. 300 miljoen jaar geleden. En Jack hier is in staat om je de bewijzen te leveren. Het gaat alleen om een stof die als katalysator moet dienen en die te vinden is in maansteen. Nee, ik moet aannemen dat dit allemaal op een grote grap rust, Marcus. Ik zal maar niet te snel zijn met je conclusies, Floyd. We zijn bereid om vanavond voor de deelnemers van het congres een demonstratie te geven. Als we de faciliteiten kunnen krijgen die we nodig hebben. Als jij werkelijk een goedkoop soort energie zou kunnen leveren... dan is het misschien maar beter je vinding voor je te houden... in plaats van er op een of ander internationaal congres een lezing over te gaan geven. Je zou je uitvinding duur kunnen verkopen aan de een of andere regering. Eerst verwijt je me dat ik mijn experimenten onder me hou... en nu verwijt je me dat ik ze wereldkundig wil maken. Ja, ik had werkelijk niet gedacht dat het ergens is, waarde collega... Ik had gedacht dat je op de een of andere theoretische manier... Het is me ernst, Floyd. En het is me ook ernst met het wereldkundig maken. Juist op een internationale conferentie. Ik wil niet dat één regering of één land de beschikking krijgt over goedkope energie. De hele wereld moet ervan kunnen profiteren. Wat een altruïsme. Maar een kwestie van nadenken, waarde collega. Wie energie heeft, heeft macht. En macht frustreert. En wie frustratie zou leiden tot oorlog, dood, verderf, honger, onderdrukking... Er is al oorlog genoeg geweest op deze planeet. Zegt u dat wel, meneer? Heb je een goede plaats voor ons ingeruimd? Het was niet makkelijk, omdat alles al georganiseerd was. Maar ik heb toch het beste uur kunnen krijgen wat er te denken is. Het laatste uur voor het middaggezet. Prima. Maar je wilt toch niet zeggen dat je dit komische wezen wilt meenemen? Professor Floyd! Jack houdt er niet van om een komisch wezen genoemd te worden. Of een monster of wat dan ook. Ja, maar wat zullen de deelnemers er dan wel van denken? In ieder geval dat je hier zeer onwetenschappelijk te werk gaat, mijn waarde. Waarom onwetenschappelijk? Door je te baseren op uitspraken en beweringen van een wezen waarvan het bestaan nog niet eens Jack is anders het levende bewijs van zijn bestaan. Ik begrijp het bezwaar van de professor. Hij denkt dat niemand u serieus zal nemen als ik met mijn uiterlijk in de buurt ben. Net zo min als hij zelf. Pardon, dat heb ik niet gezegd. Ik heb het anders duidelijk gehoord. Tijdens mijn korte verblijf hier heb ik gemerkt dat het een gewoonte van mensen is om dingen te zeggen en ze direct daarna weer te ontkennen. Dat is impertinent. En als ze zich dan betrapt voelen, worden ze kwaad. Zullen we maar weer gaan, Jack? Nee, ik wil u helpen in uw vredesplan. Nu hebt u de gelegenheid, grijpt u die dan ook aan. Wat mijzelf betreft... Nee, jij gaat mee als ik die lezing hou. Ik wil niet de hele zaak als mijn uitvinding presenteren... terwijl jij je achteraf houdt. Dat is ook niet nodig. Ik zal meegaan. Maar anders. Anders? Anders? Ik wilde daarnet zeggen... Ik kan me voorstellen dat mensen van uw volk, van uw ras... schrikken van mijn uiterlijk. Maar ik kan me net als mensen van uw volk... anders voordoen dan ik ben. Zo... Bijvoorbeeld. Maar hoe kan dat, Jack? Je ziet er nu helemaal normaal uit, net als de eerste de beste Amerikaan. Maar dat is heel onwetenschappelijk. Een dergelijke metamorfose heb ik van mijn leven nog niet gezien. Geen metamorfose, professor. Ik ben nog steeds dezelfde die ik steeds ben geweest. Ik doe me alleen anders voor. Dat wil zeggen dat ik me voordoe als een doodgewone Amerikaan. Aan mij is niets veranderd. Ik beïnvloed alleen uw perceptievermogen. Maar hoe is dat? In mijn korte verblijf hier op aarde heb ik gemerkt... dat ook mensen van uw volk zich meestal anders voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Maar dan toch wel op een ander vlak? Een kwestie van verschuiving.
Een detail. In ieder geval kunt u zich nu aan de vergadering presenteren. Dat wil zeggen, nu ik me anders voordoe, word ik geaccepteerd. Jack heeft gelijk, Floyd. Jack heeft altijd gelijk. En nu moeten we ons voorbereiden op onze toespraak. Geachte aanwezigen, dan heb ik nu de eer bij u te introduceren een spreker die zich pas op het laatste moment heeft aangemeld voor dit symposium. Maar het onderwerp dat hij wil behandelen leek ons dermate belangrijk dat wij voor hem een plaats hebben ingeruimd tussen de andere sprekers. Hij heeft ook op andere terreinen zijn sporen verdiend. En het zal u misschien verwonderen dat hier een archeoloog komt praten over een ander onderwerp dan minerale grondstoffen. Maar luistert u naar zijn onthullingen. Ik weet zeker dat hij u niet teleur zal stellen. Ik heb de eer u aan te kondigen, professor Marcus en zijn assistent. Dank u. Dames en heren, het is te danken aan een toevallige vondst, waarvan de details in dit betoog niet ter zake doen, dat wij op het spoor zijn gekomen van een manier van energiewinning die tot nu toe hier op aarde onbekend was. Het gaat om een vorm van kernsplitsing waarvoor geen grondstoffen worden gebruikt als verrijkt uranium of zware waterstoffen. Integendeel, voor dit proces kunnen grondstoffen gebruikt worden van willekeurig welke moleculaire samenstelling. Het zal in de toekomst mogelijk zijn ongelimiteerde hoeveelheden energie te winnen uit bijvoorbeeld water. Mijn assistent en ik zullen vanavond voor de hier aanwezigen een demonstratie geven. Op dit moment zullen we daarbij gebruik maken van een bestaande kernreactor. Maar in de toekomst zullen we in staat zijn reactors te bouwen die veel kleiner zijn, dus veel minder geld kosten. Die ongevaarlijk zijn, omdat er niet meer de kans bestaat op radioactieve lekkage. En die milieuvriendelijk zijn, omdat er praktisch geen koelwater gebruikt wordt. Over de aard van het proces wil ik hier op dit ogenblik niet verder ingaan. Het gaat om de katalysator die gevonden wordt in een combinatie van elementen die voorkomen in maanstof. Ik wil hier alleen maar zeggen dat het hier een procedé betreft dat met succes is toegepast door bewoners van een andere planeet en wel in de voor ons duizelingwekkende, maar relatief gezien niet zo lange tijdspanne van 300 miljoen jaar. Jack, de man hier naast mij, die u is aangekondigd als mijn assistent, is in werkelijkheid een vertegenwoordiger van die levensvorm. Jack, laat je zien in je ware gedaante. Ik heb het je wel gezegd, Marcus. Je hebt heel wat emoties losgemaakt. Ze zullen wel anders praten als ze vanavond de demonstratie zien. Wou je dat toch laten doorgaan? Je hebt gehoord hoe sceptisch de mensen er tegenover staan. Vanavond zullen ze wel anders praten. Deskundigen hebben vaak nog meer weerstanden tegen nieuwe ideeën dan leken. Nou, eens kijken. Wat hebben we nodig voor onze demonstratie? Een kernreactor. Het is wel een beetje primitief en grof werken, maar met een paar veranderingen zal het wel gaan. Goed, een kernreactor. Is er hier ergens een in de buurt? Ja, ik heb er al over opgebeld. We kunnen vanavond onze demonstratie geven. Hij staat tot onze beschikking. Floyd, dat betekent je gelooft in ons plan? Ik weet niet. Ik kan het haast niet geloven. Maar je bent eerlijk. Dat geloof ik in ieder geval. En daarom vind ik dat je je kans moet hebben. Het is van belang voor de hele wereld. En wat nog meer, Jack? Het reactorvat moet leeg zijn.
Dat gevaarlijke uranium moet eruit. Kan daarvoor gezorgd worden? Op zo'n korte termijn? Nou, ik zal mijn best doen. Ik zal niet kunnen werken met een vloeistof. De reactor is ingesteld op vaste stof. Wat is goedkoop? IJzer? Ja. Mooi. Dan moet ik ijzeren staven hebben van dezelfde grootte als de staven uranium. En de koelvloeistof? In jullie primitieve machines gaat een groot deel van de energie verloren in de koelvloeistof. Nee, koelvloeistof is niet nodig. Dat is een van de veranderingen die ik voor vanavond nog zal moeten aanbrengen. Als jullie dat allemaal nog doen willen voor de demonstratie, dan zullen jullie moeten opschieten. Maar het belangrijkste hebben we nog niet gehad. Maansteen, hoe komen we daaraan? Oh, ja. Daar heb ik zo gauw niet aan gedacht. Wat? En daar berust het hele principe juist op. Als we geen maansteen hebben, kunnen we... NASA? Nee. Die zullen niet zo scheutig zijn. Daar is net één gebroken. Er schijnt de hele kist maanmonsters verdwenen te zijn. Wat zeg je? Ja, heeft in alle kranten gestaan. Niet gelezen. Dan zijn er twee mogelijkheden. Of het is een krankzinnige coïncidentie. Maar wie neemt dan nog een kist maanmonsters mee? Of Van Sommeren zit erachter. Van Sommeren? Dat leg ik je nog wel eens uit. Het is nu van nog groter belang dat onze experimenten slagen. Is de pers uitgenodigd voor vanavond? Ja. Alleen nog de maansteen. Professor, toen u mij de jongste geschiedenis hebt bijgebracht, de maanvluchten die indertijd zijn gemaakt, heeft toen niet ongeveer ieder staatshoofd een stuk maansteen cadeau gekregen? Misschien zouden we van een van hen een stuk kunnen lenen. Een schitterend idee. Jack met zijn superintelligentie weet overal raad op. Zou dat lukken, Floyd? Ik weet niet of je dat zonder concessies gedaan hebt. Laat het desnoods maar stelen. Concessies worden er niet gedaan en we moeten die maansteen hebben. Vanavond. Klaar, Jack? De veranderingen zijn aangebracht. Als we vanavond het bewijs maar kunnen leveren. Natuurlijk, maar eerst de maanstenen. Floyd, de mensen staan al allemaal op de tribune. Hij had al lang terug moeten zijn. Zolang we de maanstenen niet hebben, kan ik de reactie niet op gang brengen. Komt hij dan toch niet al die mensen de pech? Ik heb een stuk. Eén stuk. Is dat genoeg, denk je? Godzijdank, ik dacht dat je niet meer terug zou komen. Genoeg, Jack? Precies genoeg. En van de goede samenstelling. We kunnen beginnen. Gevonden? Ja, we beroven de president. Zijn prespapier. Nou, we mogen hier wel spreken van een wetenschappelijke vondst. Kunnen we beginnen? Ja. Graag, de mensen zijn ongeduldig. Dames en heren. U zult nu getuige zijn van de demonstratie die we u vanmiddag beloofd hebben. Jack zal met behulp van de elementen die zich in deze maansteen bevinden het proces op gang brengen. U ziet hier twee gewone staven ijzer die we vanavond voor onze demonstratie zullen gebruiken. Laat ze maar zakken. Vervolgens ziet u hoe deze cilinder in het reactorvat wordt neergelaten. Hierin bevindt zich maanstof, een combinatie van elementen die het proces op gang zullen brengen. Op deze meters hier zult u de energieafgifte kunnen aflezen en hier de omzetting van de energie in elektrische stroom gemeten in megavolts. Klaar? Ja. Dan zetten we nu de reactie in gang. Het werkt. Natuurlijk werkt het. We zullen geen optimaal rendement krijgen, maar werken doet het wel. Gefeliciteerd, collega, gefeliciteerd. Ik wist het wel. Ik heb altijd alle vertrouwen gehad in het... Wat is dat? Gaat de reactie niet een beetje te snel, Jack? Ik heb weinig tijd gehad om de verhoudingen te bepalen. Die meters in, ze staan nu al op het maximum. Die ene staat al in het rood. Jack, doe er iets aan. Geen optimaal rendement, noemt hij dat. De ledingen staan rood gloeiend. Het is mogelijk dat de reactie uit de hand loopt. Dat zie ik, ja. Doe iets, Jack. Verzin iets. Ik ben bang dat ik de reactie niet meer kan stoppen, professor. Dit was het 27e deel van De Blauwe Zaden, een science-fiction hoorspelserie voor de jeugd, geschreven door Paul van Herk. Rolverdeling: Matt Melden, Bert Dijkstra, generaal Stevens, Paul van der Lek, Jack, Donald de Marcas, professor Marcus, Frans Somers, Dr. Floyd, Bab Pijsman. Bewerking en regie: Tom van Beek.
blauwe zaden. Jack, de blauwe man, een vertegenwoordiger van een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden, die uit een van de zaden gekomen is die Matt Melden op zijn land gevonden heeft, kent de oplossing van het energieprobleem. Door een soort kernreactie met maansteen als katalysator kan hij onbegrensde hoeveelheden energie opwekken. Bij een demonstratie verliest hij echter de controle over het proces. Intussen kent, naar alle waarschijnlijkheid, ook de tegenstander van Matt Melden, de Duitse geleerde, misdadige von Sommeren, het geheim van de energie. Dames en heren, u zult nu getuige zijn van de demonstratie die we u vanmiddag beloofd hebben. Jack zal met behulp van de elementen die zich in deze maansteen bevinden het proces op gang brengen. U ziet hier twee gewone staven ijzer die we vanavond voor onze demonstratie zullen gebruiken. Laat ze maar zakken. Vervolgens ziet u hoe deze cilinder in het reactorvat wordt neergelaten. Hierin bevindt zich maanstof, een combinatie van elementen die het proces op gang zullen brengen. Op deze meters hier zult u de energieafgifte kunnen aflezen en hier de omzetting van de energie in elektrische stroom gemeten in megavolts. Klaar? Ja. Dan zetten we nu de reactie in gang. Het werkt. Natuurlijk werkt het. We zullen geen optimaal rendement krijgen, maar werken doet het wel. Gefeliciteerd, collega, gefeliciteerd. Ik wist het wel, ik heb altijd alle vertrouwen gehad in het. Wat is dat? Gaat de reactie niet een beetje te snel, Jack? Ik heb weinig tijd gehad om de verhoudingen te bepalen. Kijk, die meters in. Ze staan nu al op het maximum. Die ene staat al in het rood. Jack, doe er iets aan. Geen optimaal rendement, noemt hij dat. De leidingen staan rondgloeiend. Het is mogelijk dat de reactie uit de hand loopt. Dat zie ik, ja. Doe iets, Jack. Verzin iets. Ik ben bang dat ik de reactie niet meer kan stoppen, professor. De blauwe zaden. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Zeg, Stevens. Ja? Hoe zou het met onze professor zijn? Kom je daar nou zo plotseling bij? Ik hoop dat hij zijn hand niet overspeelt. Zomaar opeens een idee. Vel en Frank zullen wel op hem passen. Ja, als ze tenminste nog op tijd gekomen zijn. Ik wou dat we contact konden krijgen met Fernandes. Dan is het tenminste iets meer. Als we eerst deze operatie maar achter de rug hebben. Ja, wat had je nou eigenlijk voorgesteld om te doen? Rottak. Binnendringen, net als de vorige keer. En dan in ieder geval eerst die ruimteschepen vernietigen. Je hebt het zelf al gezegd. Ja. Als hij de mogelijkheid zou hebben daarmee weg te komen en vanuit de ruimte de aarde te chanteren. Ja, dat moeten we in ieder geval voorkomen. Zolang hij hier op aarde opereert, kan hij altijd aangepakt worden. Maar als hij eenmaal in de ruimte is, dan... En dan met dat ruimteschip waar wij de mogelijkheden niet van kennen. Ja, maar die zullen ongetwijfeld groot zijn. Precies. Dus die ruimteschepen vernietigen. Ik hoop dat ons wapen er vat op heeft. En wat als ze ons voor die tijd ontdekken? Die kans is niet zo groot. Als we ze tenminste niet recht in de armen lopen. Er is geen communicatiesysteem daar in de blauwe ruïnes, weet je nog wel? Ja. Geen elektronische bewaking, geen radar, geen televisie of afluisterapparatuur, niets. En we moeten een beetje geluk hebben natuurlijk. Als hij wachtposten heeft uitgezegd. Dat had hij de vorige keer toch ook niet gedaan. Trouwens, als hij al weet dat we uit de gevangenis ontsnapt zijn, zal hij ons dan zo snel hier verwachten? Je hebt gelijk, ja. Hier is de muur. En hier ergens moet die deur zitten, die automatisch openschuift. Hoe zou ze dat vroeger eigenlijk gedaan hebben? Wat gedaan hebben? Ja, dit fort bewaakt. Misschien was er toen helemaal geen bewaking nodig, waren er geen vijanden. En ik meen uit de verhalen van Vel begrepen te hebben dat die blauwe mensen elkaar op een afstand konden waarnemen. Konden communiceren ook. Gedachten lezen of telepathie, ik weet niet. Hier is de deur. Voorzichtig. Ja? Daar gaat die. Hé,
verlicht. Vorige keer was alles hel verlicht. Misschien heeft Van Sommer uit veiligheid het licht uitgedaan. Nou zullen we op de tast onze weg moeten zoeken. Het zal niet meetvallen met al die trappen en gangen. Hij kan het licht niet uitgedaan hebben. Waarom niet? Hij weet niet eens hoe het werkt. Tenzij. Ja, ja. Tenzij een blauwe man hem dat verteld heeft. Dus hij moet toch een blauwe man hebben. Of gehad hebben. Het licht gaat aan. Zou zo'n blauwe man ons ook kunnen waarnemen op een afstand? Inderdaad. Van Sommer. We hebben zelfs geen beetje geluk. Zie je hem? Nee. Stevens, daar. Het is Van Sommer niet. Het is een blauwe man. Het spijt me, heren. Het is knap gedaan allemaal. Maar het spel is uit. U zult uw verlies moeten accepteren. Je bent wel erg zelfverzekerd, hè? Hier ongewapend rond te lopen. Wat letten, zo verjagen je een kogel door je rotkop. Nou, wou ik u toch wijzig hebben, meneer Melden. Ik heb mijn blauwe man. En die zal mij beschermen. Die schietijzers doen me niet. Schiet, Stevens! Mijn blauwe man zal u bevriezen. Vooruit! Zo. Dank je. Zo. Nou kunnen jullie geen vin meer verroeren. Doet even pijn, net alsof je een elektrische schok krijgt. Maar verder is het volkomen ongevaarlijk. Je kunt gewoon praten en denken. Alleen je spieren doen het niet meer. Het is toch altijd weer een kostelijk gezicht. Weet u, heren, dat u er uiterst belachelijk uitziet? Met je getrokken revolver, meneer Stevens. En u kunt uw vinger niet bewegen om de trekker over te halen. Ellendeling. Het is nooit leuk om te verliezen. Maar wees een sportief en erkent dat u gefaald hebt. Natuurlijk hebt u gefaald. Tegen een ideologie is niet te vechten. Een ideologie? Mijn ideologie. De heerschappij over de wereld. Ik zal de zaken op poten zetten. Ik zal de wereld laten draaien zonder tussenkomst van minderwaardige figuren. Het meesterras. Waar heb ik dat meer gehoord? Inderdaad. Een meesterras. En ik zal aan het hoofd staan. Met naast mij mijn blauwe man. Hij heeft jouw stem. Dat heb ik hem geleerd. Hij spreekt zoals ik. Hij denkt zoals ik. En hij heeft de technische kennis om mijn ambities te realiseren. Je hebt hem alleen 30 jaar te laat gevonden. Dat is maar goed ook. Anders zal ik mijn fonds met anderen moeten delen. Nu ben ik alleen heerser. De strijd is gestreden. De overwinning is aan mij. Wat wil je doen? Ik zal de wereld een ultimatum stellen. Ik zal aan alle regeringen vragen zich aan mij en mijn beslissingen te onderwerpen. Ik zal ze een bepaalde bedenktijd geven. En is er na die tijd ook maar één regering die nee zegt, dan zal ik een deel van de wereld uit elkaar laten spatten. Macht door chantage. Macht is allemachtige. En ik ben machtig, oppermachtig. Ik heb er lang voor gevochten. En het is jammer dat het voorbij is. Maar nu zal ik mijn beloning ontvangen voor mijn werken. Als jij loon naar werken zou krijgen. Hoe zou je dat doen, die chantage? Dat zal ik u vertellen. Alle andere mensen zullen het over een paar dagen weten, maar over een paar dagen zult u er niet meer zijn. Dus zal ik het u nu zeggen. U hebt natuurlijk begrepen dat ik met behulp van mijn goede vriend hier kan beschikken over iedere hoeveelheid energie die ik maar wil. Van NASA hebben we een hoeveelheid maansteen gekregen. Gejat. Gekregen. Die ons alvast in staat stelt tot het maken van explosieve ladingen, waar 100 atoombommen 7 klappers bij zijn. Het is een wat labiel proces, moet ik zeggen. Die kleine kernreactortjes zijn erg eenvoudig en erg handig, maar het proces kan snel uit de hand lopen als je niet precies weet wat je doet. En met die bommen wil je de mensheid bedreigen? En met die explosieven wil ik de mensheid tot inzicht brengen. En jouw blauwe man doet daaraan mee. Die leent zich voor dat spelletje. Ik heb hem geleerd te denken zoals ik denk. Dat is trouwens de enige juiste manier. Mag ik vragen, heb je er maar één? Ja, en dat is meer dan genoeg. Jullie hebben tot het laatste moment niet geweten of ik er een had, ja of nee. Jullie wisten niet hoeveel zaden ik uiteindelijk uit Amerika had meegenomen. Jullie zijn op een dwaalspoor gebracht door Reiter, die jullie de kast heeft laten zien. En waar die schietgelagen oud-militair meneer Stevens 4 van mijn blauwe rupsen kapot heeft geschoten.
Jullie hadden toch niet gedacht dat ik die onvoorzichtigheid had uitgehaald als ik niet een paar troeven achter de hand had gehad? Tussen haakjes, waar is Reiter nu? Reiter, die is... Als wij niet op een bepaalde tijd terug zijn op onze basis, zal Reiter gedood worden. We hebben hem meegenomen toen we uit de gevangenis zijn ontsnapt. Leuk geprobeerd, heer. Nou, jullie doen maar. Ik heb Reiter niet meer nodig. Hij heeft zijn dienst gedaan. Hij was me trouwens toch te veel uit op macht. Wat heb ik je gezegd? En toen zijn jullie weer op het dwaalspoor gebracht omdat je het lichaam van die blauwe man gevonden hebt die we gisteren hebben begraven. Heb je hem om zeep gebracht? Nee, o hemel nee. Dat zou zonde zijn geweest. Hij is uit zichzelf heen gegaan. De levensomstandigheden zijn voor blauwe mannen waarschijnlijk niet zo gunstig hier op aarde. Dan zou ik maar voorzichtig zijn met die laatste. Dank u voor uw goede raad, meneer Melden. Maar laat u dat maar aan mij over. Dat zijn mijn zorgen. We gaan naar een plaats waar hij beter overlevingskansen heeft. Ga je de ruimte in? Natuurlijk. En we gaan gebruik maken van een van die handige ruimteschepen. En daarmee zullen we zo ver de ruimte ingaan dat niemand ons met de primitieve aardse ruimteschepen meer achterna zal kunnen komen. En vanuit de ruimte stel ik dan mijn eisen. Dat is veel eenvoudiger en veiliger. Iemand zou eens op het idee kunnen komen dat hij me zou kunnen bestrijden. En dan zou ik al te vroegtijdig van mijn krachten gebruik moeten maken. Nee, de wereld zal mij onbeschadigd in handen vallen. Daar zou ik maar niet al te vast op rekenen, Versommeren. Je bluft, Melden. En je weet dat je bluft. Je hebt niets meer om mee te vechten. We hebben onze eigen blauwe man nog. Natuurlijk, dat is jammer. Maar wat zou je kunnen doen? Wij hebben de ruimteschepen. En zonder ruimteschepen kan ook jouw blauwe man ons niet achterna. Nee, ik heb me te veel op mijn werk hier moeten concentreren. En daarom heb ik die professor Marcus, die goeie Sulmer, even gelaten voor wat hij was. Die werkt zich toch wel in de nesten met zijn gedoe. Omdat hij geen ideologie heeft. Nou, wetenschap over die ideologie. Zonder ideologie is niets. Goed. Ter zake. U zult straks... in deze belachelijke houding... getuige zijn van een historisch moment. Dadelijk zal de koepel van dit blauwe fort opengaan. En u zult in een majestueuze vuurkolom... onze ruimtecapsule zien vertrekken met mij en de mannen die ik nog nodig heb. En natuurlijk... mijn blauwe man aan het stuur. En het andere ruimteschip? Laat u even uitpraten, meneer Stevens. De kernreactor van het andere ruimteschip is in bedrijf gesteld, maar het ding zal niet vertrekken. De energie zal geen uitweg vinden, behalve in een explosie. En gelooft u mij, die explosie zal voldoende zijn om de blauwe ruïnes en alles wat erin is, u in kluis, mijn heren, voorgoed van de aardbodem weg te vagen. Met getrokken revolver zult u de eeuwigheid ingaan, meneer Stevens. Ja. Daar staan we nou. En ik kan nog steeds geen vin verroeren. Ik geloof werkelijk dat het spel is uitgespeeld. Misschien komt Marcus met zijn blauwe man ons nog bij tijds te hulp. Hoe zou die moeten weten wat er met ons gebeurd is? Trouwens, die zal zelfs zijn handen wel vol hebben. Fernandez? Die durft geen stap in de blauwe ruïnes te zetten. Maar als hij geen bericht krijgt van ons? Hoe lang zal het duren voordat de grote klap komt? Ja... dat heeft onze vriend er niet bij gezegd. Waarschijnlijk weet hij het zelf niet precies. Kijk eens. Wat? Daarboven. Die koepel in die zaal. Hij gaat open. Ik kan niks zien. Ik kan mijn hoofd niet bewegen. Stel je voor, Stevens. Die koepel heeft 300 miljoen jaar dicht gezeten. Ja. Van Sommeren zei het al. Een historisch moment. Scherp, Stevens. Ik denk alleen aan het moment dat wij ook de lucht ingaan. Nu rijdt de ruimtecapsule recht onder het gat. De luiken zijn dicht. Goh. Ziet het er eigenlijk primitief uit. Primitief, maar effectief. En geen ontsnappingsraket. Het moet een ontzettend gebundelde kracht zijn van die reactor. Moet zich zo afzetten tegen die blauwe kunststof. Als die kunststof bestand is tegen dat geweld... zal het misschien de ontploffing van de tweede raket ook kunnen weerstaan. Laten we het hopen. Maar waarschijnlijk zullen ongerichte krachten... Nou, staat hij stil. Het zal nu wel ieder moment kunnen gebeuren. Die stilte. Ik herinner me nog vroeger al die opwinding. Dat gedoe.
Dat aftellen dat overal te horen was, al die mensen. Ja, laat jij je leven nog maar eens voor het laatst aan je voorbij gaan. Daar gaat het! Misschien wordt ons het wachten bespaard en worden we verbrand in de hitte van de uitlaat. Zo niet zo ongezellig. Er is hier geen sprake van een raket, dus waarschijnlijk ook niet van een uitlaat. Die blauwe mannen wisten hun energie heel goed gericht te gebruiken. Die zullen u niet veel vroren laten gaan. Daar gaat hij! Majestueus gezicht. Ongelooflijk. Een wegschietende lichtkogel in de nacht. En nou maar wachten op de tweede. Is er nou niets dat we kunnen verzinnen? Verzinnen wel. Maar zolang we ons niet kunnen bewegen, kunnen we bedenken wat we willen. Dan schieten we niks mee op. Ik heb jou nog nooit zo pessimistisch gezien, Stevens. Ik weet dat jij altijd optimistisch bent. Maar als er geen enkel lichtpuntje meer is, is dat optimisme wel misplaatst. Om met Fernandes te spreken, we weten niet waartegen we moeten vechten. Als we gebonden waren, konden we proberen ons los te wurmen. Als we geboeid waren, dan zouden we... Fernandes, kunnen we niet oproepen. Waar is de radio? Die heb jij in je zak. En ik kan geen ping verroeren. Ik kan hem maar niet uitkrijgen. Als je je op de grond laat vallen, misschien valt hij dan wel uit je zak. Heb je het al geprobeerd? Ik heb niet eens de kracht om op de grond te laten vallen. Ik ook niet. Dus niet Fernandes oproepen. Nee. Als we maar wisten hoe lang we tijd hadden... Zou ons dat iets helpen? Misschien gaat die verstijving... Ja, misschien trekt die vanzelf wel weg. Net zoutpilaren. Ja, Sodom en Gomorra gaan dadelijk op in vlammen. Jouw defaitisme is maar... Stil. Wat is er? Ik dacht dat ik wat hoorde. Of er iemand aankomt. Ik hoor het ook. Kun jij het zien? Niets. Ik kan me niet omdraaien. Het geluid komt dichterbij. Zullen we toch nog gered worden? Wat heb ik je gezegd? Als ik maar niet de rest van mijn leven in deze houding moet doorbrengen... dan wacht ik toch liever tot de vulkaan uit elkaar spat. We hebben Jack ook nog. Ik zou hem graag eens ontmoeten. Als hij er net zo monsterlijk uitziet als die blauwe man van Versommeren... Dan... Maar geen monster. Hij is inderdaad de enige die ons kan helpen. Als we op tijd hier vandaan komen tenminste... Hoor jij nog iets? Nee. Nee, niet meer. Kon ik maar achterom kijken? Is niet nodig. Ik kan vanuit mijn ooghoeken zien. En? Er komt inderdaad iemand aan. Ik zie een schaduw. Wie? Wie komt eraan? Wacht nou even. Daar is hij. Fernandes! Dit was het 27e deel van De Blauwe Zaden, een science-fiction hoorspelserie voor de jeugd, geschreven door Paul van Herk. Rolverdeling, Matt Melden, Bert Dijkstra, generaal Stevens, Paul van der Lek, Van Zommeren, Jan Borkes, Jack, Donald de Marcas, professor Marcus, Frans Somers, Dr. Floyd, Bab Pijsman. Bewerking en regie, Tom van Beek. Blauwe Zaden. Matt Melden en zijn vriend Stevens zijn in het Braziliaanse oerwoud geïmmobiliseerd door de blauwe man van hun tegenstander, de misdadige Duitse geleerde Von Sommeren. Zij moeten leidzaam toezien hoe Von Sommeren per raket vertrekt de ruimte in. Zijn blauwe man heeft hem het geheim verraden van een nieuwe, goedkope energie.
Hij wil met die kennis de wereldheerschappij naar zich toetrekken. Intussen heeft Jack, de blauwe man van Matt en Stevens, met professor Marcus, die het geheim ook kent, voor een internationaal gezelschap een demonstratie gegeven van het opwekken van die energie. Maar er is iets misgegaan. Het ziet er naar uit dat de bondgenoten door Van Sommeren schaakmat zijn gezet. Zou ons dat iets helpen? Misschien gaat die verstijving... Ja, misschien trekt die vanzelf wel weg. Net zoutpilaren. Ja. Sodom en Gomorra gaan dadelijk op in vlammen. Jouw defaitisme is me... Stil. Wat is er? Ik dacht dat ik wat hoorde. Of er iemand aankomt. Waar? Verduiveld, ik hoor het ook. Kun jij het zien? Niets. Ik kan me niet omdraaien. Het geluid komt dichterbij. Zullen we toch nog gered worden? Wat heb ik je gezegd? Als ik maar niet de rest van mijn leven in deze houding moet doorbrengen, dan wacht ik nog liever tot de vulkaan uit elkaar spat. We hebben Jack ook nog. Ik zou hem graag eens ontmoeten. Als hij er net zo monsterlijk uitziet als die blauwe man van Van Sommeren, dan... maar geen monster. Hij is inderdaad de enige die ons kan helpen. Als we op tijd hier vandaan komen tenminste. Hoor jij nog iets? Nee. Nee, niet meer. Kon ik maar achterom kijken? Dat is niet nodig. Ik kan vanuit mijn ooghoeken zien. Inderdaad iemand aan. Ik zie een schaduw. Wie komt eraan? Wacht nou even. Daar is hij. Fernandes! De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Fernandes! Het is niet te geloven... Dat jij je waagt in de blauwe ruïnes? Niet van harte, dat moet ik toegeven. Maar ja, ik had zo lang niks van jullie gehoord en toen dacht ik... Zeg, wat staan jullie er eigenlijk gek bij? Wat is er? Oh, niks. Een kleinigheid. De blauwe man van Van Sommer heeft een of ander trucje met ons uitgehaald... en nou kunnen we ons niet meer bewegen. We zijn verstijfd in de houding waarin we stonden. En nou? Ja, nou niks. Ik weet niet. Jullie lijken net etalage poppen. En Stevens met die revolver zo dreigend. Doe daar liever wat aan. Ja, wat wil je dan gaan doen? Zeg, er is in Brazilië een oud verhaal dat moeders altijd hun kinderen vertellen als ze een lelijk gezicht trekken. Jochie, als de klok slaat, blijft je gezicht zo staan. Nou, de klok heeft geslagen. Ja, en als jij dan zo stomzinnig blijft staan lachen, heeft ons uur ook geslagen. Oh ja, wat dan? Wat is er? Van Sommer is er met een van de raketten vandoor. Hij is met zijn blauwe man de ruimte in. Hij zal een radioboodschap uitsturen. Ja, maar dat is nog niet het ergste. Dat andere ruimteschip kan ieder moment uit elkaar barsten. Van Sommeren heeft ons een ontploffing beloofd die we niet meer zullen navertellen. Wanneer? Dat heeft hij er niet bij gezegd. Misschien heeft hij alleen maar gebluft om ons in de angst te laten zetten. Daar zou ik maar niet te erg op hopen. Dus we moeten er zo gauw mogelijk vandoor. Ja, makkelijker gezegd dan gedaan. Voorlopig kan ik geen Vin Verroeren laat staan, één stap verzetten. Kun je ons niet dragen, Fernandes? Huh? Wat? Eén voor één door het oerwoud. Dat is toch gekke werk. Nou ja, ik wil het wel proberen. Nee, neem Stevens dan maar eerst. Hij is de rechtste. Ja, ja, maar hij staat in de gekste houding. Trouwens. Ja, het is niet van de grond te krijgen, zeg. Hij lijkt wel van steen. Hij voelt ook helemaal koud. Ja, pas op, laat hem niet vallen. Ja. Anders breekt er misschien nog wat. Dat geeft niks meer zoals de zaken er nu voor staan. Dadelijk zullen we toch in stukjes geblazen worden. En jij, Matt. Hm? Als ik jou nou eens voorzichtig neerleg... En je dan proberen op mijn schouders te nemen. Ja. Pas op, dan voorzichtig. Jij geeft toch niet gauw op, hè? Ja, maar ik kan jullie toch niet maar zo... Nee, er is geen sprake van, het gaat niet. Heb je pijn gedaan? Ik voel niks. Hey, wat is dat daar? Wat? Dat er uit je zak gevallen is. Is dat niet jouw geheime wapen? Wat, die zaklantaarn? De zaklantaarn! De zaklantaarn die door Jack is omgebouwd. Onze laatste hoop. Stom dat ik daar niet aan gedacht heb. Misschien helpt de straling van het ding om... Dat ding waarmee die blauwe man ons verstijfd heeft, zag er precies zo uit. Wat is er? Waar hebben jullie het over? De zaklantaarn, Fernandes. Pak die zaklantaarn. Recht hem open en druk op de knop. Ja, met je kleren, met. Geef niet, zuiver katoen. Doe nou. Ja, maar is dat nou niet gevaarlijk? Gevaarlijk in ieder geval niet. Oh. Maar misschien kan het ons helpen. Doe nou, Fernandes. Zo? Ja, en nog gewoon op de knop drukken. Het
Stevens, het werkt, zie je wel. Alles is nog niet verloren. Verdomd, ja, ik kan me weer bewegen. Beetje stijf, maar het gaat. Dank je, Fernandes. Zeg, wat is dat eigenlijk voor een apparaat? Dat vertel ik je straks wel. Eerst maken dat... Dat we zo snel mogelijk wegkomen. Hè? Mijn vliegtuig ligt hier vlakbij. Nee, niks wegkomen. Eerst kijken of we de catastrofe misschien nog kunnen voorkomen. Ben je gek, Matt? Waarom? Waarom? Heb jij je gerealiseerd wat een ontploffing dat kan worden? Dezelfde kracht die met zoveel gemak dat ruimteschip heeft weggeschoten? Man, er blijft hier 100 kilometer en omtrek geen sprietje overheen. 100 kilometer? Ja, maar dat halen we nooit. Buiten de gevarenzone. Juist. We zitten al wel in het oerwoud, maar er leven toch genoeg mensen hier? Zwervende stammen, indianendorpen. Hoe ver is Makapa hier vandaan? Nee, we moeten redden wat er nog te redden valt. Als jullie maar niet denken dat ik meega. Ik wil best de held uithangen, maar dan moet ik toch enige zekerheid hebben te kunnen overleven. Die zekerheid hebben we niet. Niet als we vluchten en niet als we blijven. Wat dat betreft maakt het dus niets uit. Ga je mee, Stevens? Ik weet niet of we veel kunnen uitrichten. En jij, Fernandes, wat wil jij? Wat ik wil, er zo gauw mogelijk vandoor. Goed, dan blijf jij hier wachten terwijl Stevens en ik erop afgaan. Maar wil je dat echt? Ja, en wel nu. Er is geen tijd te verliezen. Dan ga ik liever mee. Zoals je wilt, maar ik dwing jou tot niets, Fernandes. Kom mee. Gelukkig dat we de weg een beetje weten. Denk je dat we het te makkelijk kunnen terugvinden? Zeg, die roltrappen gaan veel sneller dan eerst. Ja, prachtig. Steven, zie je dat? Daar komt hier werkelijk iets. Hier linksom. Dan komen we in die grote hallen. Die andere hal moet hier vlak achter zijn, weet je nog wel? Wat? Nee, ik herinner me niks meer. Ja, jij hebt het verdrongen. Hier! Daar is dat andere ruimteschip. Fantastisch, hè? Het is niet te geloven. Niet te dichtbij komen, Matt. Je weet nooit wat er gebeurt. Niets anders dan op 10 of 20 kilometer afstand. Die man kent geen angst, geloof ik. Ik ga boven kijken. Voorzichtig, Matt. Nergens aankomen. We zullen toch op een of andere manier iets moeten afzetten. Als ik maar wist hoe... Hoe is het daarboven? De zaak werd. En als bij die blauwe lui rood op gevaar betekende, alle meters staan in het rood. Geloof me, Matt, we kunnen niks doen. Het enige wat we kunnen doen is zien weg te komen voor dat bombard. Dat ruimteschip moet eigen energievoorziening hebben. Een reactor of iets dergelijks, Stevens. Zij van Sommeren dat niet. Als je dat al weet te vinden, dan weet je nog niet hoe je de reactie stop moet zetten. Laten we toch maken dat we wegkomen, Stevens. De meters kruipen zichtbaar verder. Het zal niet lang meer duren voor het kritische punt bereikt is. Zal ik het een van die hendels proberen? Heb je enige zekerheid dat het iets kan helpen? Nee, ik begrijp niets van de symbolen die erbij staan. Dan heb je evenveel kans dat je iets goed doet als iets fout. Kom nou maar naar beneden. Als we weten te ontsnappen, dan zijn er andere plaatsen waar we nuttiger werk kunnen doen. Goed, ik kom erop. Zo, heb je nou je zin? Niks kunnen we doen en dat had ik je van tevoren ook kunnen vertellen. Nou, gaan we weg. Ja, vooruit maar. Ik geef het niet graag op, Stevens. Ik ook niet, maar je moet je hand niet overspelen. De zaak. De zaak staat hier. Staat hier werkelijk op springen hier. En ik zou niets kunnen bedenken. De deur! De deur is dicht! Die gaat toch elektrisch over, paniekzaaier? Oh, gelukkig. Ah, gelukkig. Ik kan de lucht weer zien. Waar lig je met je vliegtuig? Ah, ik ben vlakbij gekomen waar jullie de boot hebben afgemeerd. Waarom ben je... Hé, hey, wat is dat? Ja. Hé, hey, dat... Een helikopter? Een helikopter? Ja, misschien zijn ze naar jullie op zoek. Politie. Zeg, als ze mijn vliegtuig zien... Wel nee, het is een burgertoestel. Wat zouden die hier komen zoeken? Kunnen we ze niet waarschuwen? Als ze lang hier blijven hangen, vliegen ze straks ook nog de lucht in. Oh, ze vliegen al in de lucht. Nee, ze landen! Ze komen hierheen! Wat zei ik je, politie? Vlug, het oerwoud in. Ja, wacht nou eens even. Als het politie is, we kunnen ons zo verdedigen. En als er misschien iemand anders is dan... Daar, hij zet hem neer, vlak bij de muur van de blauwe ruïnes. Ik geloof dat ik zie wie erin zit. MUZIEK
die hij bij zich heeft, een blauwe man. De blauwe man. Onze blauwe man. Professor, geweldig dat u er bent. Maar het is niet veilig hier. De boel staat op springen. Dat weet ik. Daarom zijn we gekomen. Dat is nu Jack. Met Melden, meneer Stevens. Dit is onze trouwe piloot Fernandez. Dank je. We gaan meteen kijken voor het te laat is. Wat? Weer naar binnen? Ja. Fernandez heeft een panische angst voor de blauwe ruïnes. En terecht. Zeker nu. Er staat iets verschrikkelijks te gebeuren. Eindelijk weer in mijn eigen huis. En geen seconde te laat als ik het zo eens bekijk. Hoe bent u hier zo gekomen, professor? Ik bedoel, hoe wist u dat er hier iets aan de hand was? Dat is een heel verhaal, jongeman. Dat zal ik je allemaal wel eens vertellen. Maar Jack had contact met een soortgenoot en daar... Contact? Wat voor contact? Ja, ik weet niet precies hoe het gaat. Telepathisch, geloof ik. Er ligt voor de wetenschap nog een heel terrein om dat uit te zoeken. Wat is het hier schitterend, zeg. Ja. Al die zalen en gangen... Wat is dat voor soort verlichting? Ik zie geen lampen. Daar zal de wetenschap nog een hele kluif aan hebben, professor, om daarachter te komen. Het lijkt wel of Jack de weg weet. Natuurlijk, hij heeft hier miljoenen jaren ook gelopen. Misschien zelfs wel gewoond. Als hij maar opschiet, ik ben er niet gerust op. Hé, waar is Fernandez? Ik denk dat hij voor alle zekerheid buiten gebleven is. Nou, het zal hem niet veel helpen als de grote klap komt. Is dat zo'n ruimteschip? Ja, dat is hem nou. En met precies zo'n ruimteschip is voor zonder vertrokken. Daar ergens in de ruimte. Dat weet ik, ja. Weet u dat? Hoe dan? Het kan toch nog niet in de krant gestaan hebben? Nee, Jack wist het. Het ruimteschip is gesaboteerd. De reactor is overstuurd. Is daar nog iets aan te doen? Nu niet meer. Het proces is al te ver. Dus de zaak komt tot ontploffing? Ja. Hoe lang nog? Hoe lang duurt het nog voordat... Op de kop af, even omrekenen in uw tijd, 26 minuten. 26 minuten? Wat kunnen we daarin doen om een catastrofe te voorkomen? Niets. U weet, professor, hoe kritisch het proces is. Ja, dat heb ik aan de lijf ondervonden. Wat was het? Later. Als de reactie verkeerd wordt ingezet, zoals hier is gebeurd... is het proces niet meer te stoppen. Waarom doe je niet eenvoudig wat je op die conferentie ook gedaan hebt? Dat kan met dit soort reactors niet. Wel met die primitieve reactor daar in Amerika. Waar hebben jullie toch over? Wat is er gebeurd? Hij ontploft over 24 minuten. Dan wordt niet alleen een deel van de aarde vernietigd. De aardse dampkring is zo vervuild met stofdeeltjes en chemisch afval... dat het niet ondenkbaar is dat er een kettingreactie zal optreden... Als waardoor de hele aarde vernietigd zal worden? Ja. Dat ding mag niet ontploffen. Althans, niet hier op aarde. Wat wil je daarmee zeggen? Ja, niks. Of... Wacht eens. Jack, zou jij dat ruimteschip de lucht in kunnen krijgen? Zeg, binnen een kwartier. Zodat hij in de lucht ontploft. Precies. Liefst buiten de dampkring. En hoe komt Jack dan weer terug? Tja, ik... Het is te doen, zeker. Maar ik ben een van de laatste vertegenwoordigers van mijn volk. Ik wil de mensheid graag helpen, maar niet ten koste van mij. En daardoor misschien wel van mijn hele volk. Er liggen hier een paar mannen van uw volk begraven. Ze lijken dood, maar ze hebben wortels gekregen. Ze leven verder in een andere verschijningsvorm. Juist. En als dit ruimteschip hier straks ontploft, worden ook die vertegenwoordigers van uw volk vernietigd. Ik ga wel. Kan je me zeggen hoe ik dat ruimteschip moet besturen? Dat zou ik u onmogelijk in een paar minuten kunnen leren. Nee, Matt. Jij gaat niet. Het maakt allemaal niet veel verschil meer, Stevens. 19 minuten. Nee, ik ga. Meneer Stevens heeft gelijk. Als ik er niet meer ben, zullen in ieder geval mijn broeders gered zijn. Maar je moet terugkomen, Jack. De wetenschap. Denk aan de wetenschap. Je kan het ons niet aandoen. Ik zal terugkomen. Heb u ooit gehoord van een instrument waarmee je kan zweven door de lucht? Die de val breekt als je binnen de aantrekkingskracht van een planeet komt. Jack bedoelt een parachute. Een parachute, natuurlijk. Er was er een aan boord van de helikopter. Ik ga meteen kijken. Nog iets nodig, Jack? Verder niets. Ik ben zo terug. Kan je ermee omgaan met zo'n parachute? Ik weet niet hoe die van u werken. Dat is in ieder geval iets wat ik je binnen de minuut kan leren.
Hoe lang nog? 17 minuten. Hoe eerder ik weg ben, des te groter de afstand van de aarde als de ontploffing zal plaatsvinden. Maar je moet er binnen de dampkring uit, anders blijf je in orbiet om de aarde draaien. Dat moet ik goed berekenen, want ik kan pas na 25 seconden de derde trap inschakelen en dan ben ik al bijna buiten de dampkring. Ah, daar is Stevens alweer. Gelukt, Stevens? Ja. Hier. Zo. Dan gisp je hem om, zo. Nee, ik zal je wel even helpen. Schiet nou op, nog maar een paar minuten. Als je de val wilt breken, trek je aan deze ring. Nee, niet nu. Je kunt rustig al lang een vrije val maken. Je hebt tijd genoeg. Het zal in het begin niet makkelijk zijn met ademhalen zo hoog. Zuurstof is niet onze eerste levensbehoefte, meneer Melden. Mooi zo. Heb je verder nog hulp nodig? Nee. U kunt het beste nu met z'n allen naar buiten gaan. Daar bent u veilig voor de stralingswarmte. Ja, toen Van Sommeren vandoor ging, hebben we praktisch geen last gehad. Kom nou maar. Succes, Jack. En kom behouden terug. Pas op bij het neerkomen, Jack. Het kan toch nog een flinke klap geven. En als je in een boot terechtkomt, maak je geen zorgen. Wij plukken je er wel uit. Ik hoop dat wonderlijke leven van u nog langer te kunnen meemaken. Het is zo ontroerend primitief. Net iets uit een ver verleden. Tot straks. Tot straks, Jack. Jongens, redden. Is het zover? Gaan we er nou eindelijk vandoor? Wij gaan er niet vandoor. De explosieve lading gaat er vandoor. Jack gaat met het ruimteschip de lucht in. Wat? Die blauwe kerel, die griezel? Maar dat is je reinste zelfmoord. Maar hij heeft een parachute. Een parachute? Hoe dacht hij op een beetje hoogte de deur van die ruimtecapsule nog open te krijgen? Wat zeg je? Daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Ik moet hem waarschuwen. Te laat. Het dak van de tweede koepel schuift weg. Daar komt hij. Zou hij zich willens en wetens opofferen? Dat kan niet. Het kan niet dat hij er niet in gedacht heeft. We zullen wel zien dat... Maar als hij niet terugkomt, hebben we geen alternatief meer voor de blauwe man van Van Sommeren. En dan is nog alles verloren. Hij is klaar voor de start, lijkt het wel. Ja! Bakken! Dit was het 29e deel van De Blauwe Zaden, een science-fiction hoorspelserie voor de jeugd, geschreven door Paul van Herk. Rolverdeling: Matt Melden, Bert Dijkstra. Generaal Stevens, Paul van der Lek. Fernandez, Lou Landré. Professor Marcus, Frans Somers. Jack, Donald de Marcas. De bewerking en regie had Tom van Beek. De Blauwe Zaden. De blauwe man Jack, een vertegenwoordiger van een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden, heeft zojuist een ramp weten te voorkomen. Hij is samen met professor Marcus naar Brazilië gevlogen om te helpen waar Matt Melden en zijn vriend Stevens machteloos waren. Hij is vertrokken met een ruimteschip dat in de blauwe ruïnes had moeten ontploffen. De explosie zal nu in de ruimte plaatsvinden. Intussen heeft ook de tegenstander van Matt Melden, de misdadige Duitse geleerde Von Sommeren, een ruimteschip gelanceerd om vanuit de ruimte de aardse bevolking te chanteren. Zal de blauwe man Jack erin slagen vanuit zijn vliegende bom op aarde terug te keren om te helpen Van Sommeren te bestrijden? Is het zover? Gaan we er nou eindelijk vandoor? Wij gaan er niet vandoor. De explosieve lading gaat er vandoor. Jack gaat met het ruimteschip de lucht in. Wat? Die blauwe kerel, die griezel? Maar dat is je reinste zelfmoord. Maar hij heeft een parachute. Een parachute? Hoe dacht hij op een beetje hoogte de deur van die ruimtecapsule nog open te krijgen? Wat zeg je? Daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Ik moet hem waarschuwen. Te laat. Het dak van de tweede koepel schuift weg.
Daar komt hij! Zou hij zich willens en wetens opofferen? Dat kan niet. Het kan niet dat hij er niet in gedacht heeft. We zullen wel zien. Maar als hij niet terugkomt, hebben we geen alternatief meer voor de blauwe man van Van Sommeren. En dan is nog alles verloren. Hij is klaar voor de start, lijkt het wel. Ja! Pakken! De Blauwe Zaden, door Paul van Herk, bewerking Tom van Beek. Zo, die is weg. Ik ben benieuwd of hij terugkomt. Zag je dat? Hij had zijn luik openstaan. Hij heeft er dus toch aan gedacht. Het idee starten met een open luik, ongelooflijk. Een menselijk wezen zou doodgedrukt worden. Hoe lang nog, professor? Wat, hoe lang? Ach, hoe lang nog voor de ontploffing? Oh, bedoelt u dat? Eens kijken, nog anderhalve minuut. Dan is hij al lang en breed buiten de dampkring. Ja, dan moet hij er nou toch al zo wat uit zijn, hè? Als hij eruit kan komen. Hey. Ik zie niks. Wat dacht je dan ook te zien? Iemand met de afmetingen van een mens op 3,5 kilometer hoogte? Ik heb hem gezegd zijn parachute pas zo laat mogelijk open te doen. En als hij terugkomt... Het tweede ruimteschip is verloren... Waarmee zouden we Van Sommeren nog kunnen achterhalen? Met onze aardse ruimteschepen kunnen we lang niet overal komen. Dat ligt dan maar aan waar die Van Sommeren heen is. Heeft hij dat in zijn overmoed niet gezegd? Nee, dat heeft hij niet gezegd. Hij is de meest sluwe vos die ik ooit gezien heb. Hij heeft alleen gezegd dat hij een boodschap aan de wereld zou sturen en... Met zijn eisen voor een totale overgave? Ja, en op dat moment kunnen we hem natuurlijk kruisspelen. Dan weten we precies waar hij zit. Voor mij is hij helemaal niet zo ver hier vandaan. De maan, denk ik. Handig dichtbij. En maansteen in overvloed. Wat is er toch met die maansteen? Oh, ja, dat weten jullie nog niet. Maansteen bevat stoffen die dienen als katalysator bij het reactieproces. Daar, kijk eens daar. Kijk nou eens daar. Heb je niet gezien? Daar. Kijk eens, een lichtflits. Oh, het heeft me bijna verblind, zeg. Ja, je kan het nog zien. Tegen het felle zonlicht. Wat een gloed moet dat zijn. Lijkt wel een nova. Als dat op aarde had plaatsgevonden... Laten we daar maar niet aan denken. Vuurwerk zonder geluid. Ja. Ik heb geen geluid gehoord. Nee, natuurlijk niet. Als de ontploffing buiten de dampkring plaatsvindt... Moet je dat zien? Het lijkt wel een reusachtige donkere wolk. Schuift als een schaduw voor de zon. Dat moet een wolk van deeltjes zijn in de ruimte. Als die zich niet snel verspreiden, zullen we voortaan een paar keer per dag zonsverduistering hebben. Je ziet de sterren. De sterren aan de hemel op klaarlichte dag. Eén lichtpuntje in deze duisternis. We zullen nou in ieder geval gehoor kunnen vinden bij welke officiële instantie dan ook. Dat hoop jij maar. Natuurlijk. Iedereen moet het verschijnsel gezien hebben. En niemand heeft er een verklaring voor, behalve wij. En wij weten precies wat er aan de hand is en wat er gedaan moet worden om de wereld te redden. Het wordt weer lichter. Ja. Kijk, daar heb je Jack ook. Het is hem gelukt. Een vrije val van zo'n hoogte. Ik moet er niet aan denken. Het wordt nou toch wel tijd dat hij zijn parachute opentrekt. Ik heb hem gezegd zo lang mogelijk te wachten. Weet hij eigenlijk wel hoe je met zo'n ding moet omgaan? Hij kent in ieder geval wel het gebruik ervan. En ik heb hem duidelijk gezegd wat hij doen moet. Hij is toch wel erg laag. Hij valt te pletter. Zijn parachute weigert. Trek dan, idioot! Trek dan! Geweldig, Jack. Ongelooflijk. En heb je echt niet bezeerd? Nee. Natuurlijk niet. Die precisie waarmee hij op de goede plek terecht kwam. We hebben in spanning gezeten. We dachten dat je parachute weigerde. Waarom heb je hem zo laat pas opengetrokken? Tijdens die vrije val heb ik even uitgerekend. Mijn eigen gewicht, maal de valsnelheid plus versnelling, de remkracht van de parachute, de windrichting. En zo wist ik precies op welke hoogte ik de val moest breken. Ongelooflijk. Nou, u hebt iets te veel gezegd, professor. Zijn brein werkt sneller dan de snelste computer. En hij beschikt over veel meer gegevens. Met die eigenschap kan hij ieder vraagstuk in de kortst mogelijke tijd oplossen. Maar om de ontploffing van het ruimteschip te voorkomen, daar heeft hij toch geen oplossing voor kunnen vinden. Ik weet ook wanneer er voor een bepaald probleem geen oplossing is. Nou, hij heeft anders een uitstekende oplossing verzonnen. Dat ruimteschip is dan wel ontploft, maar in ieder geval is er hier op aarde geen schade aangericht. Ja, maar goed dat u nog juist op tijd gekomen bent, professor. Ja, hoe wist u eigenlijk wat er hier aan de hand was? Dat we hier waren?
Heeft Vel u dat verteld? Vel? Nee, Vel heb ik helemaal niet meer gezien. Ja, ze is teruggegaan naar Amerika om u te zoeken. Maar ja, te beschermen eigenlijk. Wij redden ons wel, zoals u ziet, meneer Melden. Maar hoe bent u dan ertoe gekomen hierheen te gaan? Het was een idee van Jack. Plotseling zei hij dat we naar de blauwe ruïnes moesten. Dat er anders iets vreselijks zou gebeuren. Nou, hoe wist hij dat dan? Ik heb contact gehad met mijn broeder. Je broeder? Ja, de blauwe man die u gezien hebt. De blauwe man van Van Sommeren? Hoe dan contact gehad? Wij, iedereen die tot ons volk behoort, wij hebben voortdurend contact met elkaar. Een soort uitstraling, zal ik maar zeggen, die de ander op kan vangen. U hebt er in uw taal geen woord voor, omdat u het begrip niet kent. Telepathie. Niet helemaal, maar stelt u het zich zo voor. Zo weet ik ook waar de kwade man naartoe is. Hij heeft een van mijn broeders meegenomen. Ja, daar hadden we het juist over. Waar is die? Zouden we ze nog kunnen achterhalen? Hij is naar de asteroïdengordel. De asteroïdengordel? Waar ligt dat? Dat is toch veel te ver weg? We hebben toch geen ruimteschepen die afstand kunnen overbruggen? En hebt u nu nog contact met uw broeder? Niet meer, helaas. Hij is al te ver weg. Dus u weet niet wat ze van plan zijn? Wat ze in hun schild voeren? Nee. Maar dat weten wij maar al te goed. Wat dan? Hij kent het geheim van de nieuwe energie. Daarmee wil hij de wereld aan zich onderwerpen. Hij zal een ultimatum stellen. Als niet iedereen in zijn pijpen wil dansen, zal hij de wereld opblazen. En zo te zien heeft hij daar wel de mogelijkheden toe. Het lijkt me het beste zo gauw mogelijk terug te gaan naar Amerika. Misschien kunnen we van daaruit iets ondernemen. Jack? Het is misschien beter dat ik bij mijn broeders blijf. Als de wereld wordt weggevaagd, blijft er van je broeders ook weinig meer over. Het zou het beste zijn voor ons allemaal als je ons wilt helpen, Jack. Dan hebben we met z'n allen tenminste nog een kleine kans. Misschien. Nou, vooruit dan. Naar het vliegtuig. Waar is Fernandes? Die staat bij de helikopter. Als we met de helikopter tot bij het vliegtuig van Fernandes kunnen komen, dat scheelt weer een voettocht door de Rimboe. Waarom gaan we niet met de heli naar Amerika? Met de heli? Ben je nog gek? Dat duurt veel te lang. En dan zullen we zeker onderweg moeten tanken. Vergeet niet, de Braziliaanse politie zal nog steeds achter ons aanzitten. Hé! Hey! Wat is er met dat ding gebeurd? Jack heeft wat aan de motor veranderd. Hij loopt nu niet meer op benzine, maar op een omgebouwde accu. Hij heeft nu een topsnelheid gekregen van over de 1000 km/u. Wat zegt u? Dat is onmogelijk. Voor Jack is niets onmogelijk, vriend. Stap maar in. Over de 1000 km/u? Met 4 man aan boord? Inderdaad. Nou, dat moet hij mij dan ook eens leren. Ik heb veel verstand van vliegtuigen. Ja, dat weten we van alles. Maar zoiets heb ik nog nooit op vuur horen spelen. Ga je gang, Stevens. We gaan terug naar Amerika van anders. Jij gaat zeker niet met ons mee? Nee, meneer Melden. Nee. Ik voel me het prettigst hier in het oerwoud. Als ik maar een beetje kan rommelen met mijn oude kist. Ja, je kist is fantastisch van anders. Dank je wel voor wat je allemaal gedaan hebt voor ons. Och, meneer Melden. Nee. Je hebt ons meer dan eens het leven gered. Kom je met? Ja? Tot ziens, Fernandes. Als alles achter de rug is, dan komen we je nog eens opzoeken. Ja, dat is goed, meneer Melden. Ik zal de rekening voor u klaarleggen. Tot ziens. Dat ding hard. En het lijkt dubbel zo hard omdat we laag gaan. Hey Jack, waarom ga je zo laag? Om onder de radar te blijven. Wat weet jij van radar? Alles. Hij weet alles van alles. Dat heb ik hem geleerd. En hij kan snel denken. Behalve als hij beïnvloed wordt. Beïnvloed? Door wie? Door zijn broeders? Ja, die ene keer. Toen heb ik het toch wel even benauwd gehad. U het benauwd gehad? Zo'n analytische geest, zo'n cool denker als u. Maar als het gaat over dingen die ik niet kan overzien... Wat was dat dan? U maakt ons nieuwsgierig. Ja. Kijk, u moet weten... Jack kent het geheim van de goedkope energie. Hij kan een reactie ontketenen waarbij neutronen vrijkomen uit de meest eenvoudige molecuulstructuren. Bijvoorbeeld de verbinding tussen waterstof en zuurstof. Om het maar eens oppervlakkig en onwetenschappelijk duidelijk te maken aan leek. Ja, natuurlijk. Uit doodgewoon water. Gaat u verder. Voor het op gang brengen van die reactie, waarbij ongelooflijke hoeveelheden energie vrijkomen, is een katalysator nodig. En die katalyserende stof hebt u gevonden in maansteen. U kent het verhaal al. Nee, maar dat hebt u ons straks al verteld.
Juist. We hebben van het opwekken van die energie een demonstratie gegeven. Een demonstratie? Voor wie? Voor de regering? We hadden al zo willen verhinderen dat één regering de beschikking zou krijgen over die nieuwe energie. Daarom hebben we Fel en Frank ook naar u toegestuurd. Als alles in orde komt. En dat komt het. Dan zal er een nog groter verschil zijn tussen arm en rijk dan er nu al is in Amerika de wereld. Amerika zal... Heren, alstublieft. Van politiek heb ik nooit veel verstand gehad. Ja, daarom juist. Maar van eerlijkheid des te meer. We hebben een demonstratie gegeven voor een internationaal gezelschap. Een internationaal gezelschap? Ja, wat? Een congres ter bestudering van energievraagstukken. Gelukkig. En? De demonstratie is uit de hand gelopen. Wat zegt u? Is die mislukt? Mislukt niet, maar uit de hand gelopen. In de eerste plaats was de tijd van voorbereiding erg kort. En in de tweede plaats was Jack afgeleid. Het spijt me nog. Mijn broeder bracht kwade gedachten op mij over. Hij heeft mij belet op tijd de nodige maatregelen te nemen. Wat? Je broeder heeft je kwade gedachten overgebracht? Weet je nog wat Van Sommeren zei vlak voordat hij wegging? Mijn blauwe man denkt als ik en doet als ik. Dat heb ik hem geleerd. Die man is een kwade macht. Hij heeft mijn broeder kwade gedachten ingegeven. En jij kon je daar niet tegen verweren? Het duurde een tijd voordat ik me realiseerde dat het kwade gedachten waren. En toen was het bijna te laat. Wat was er dan gebeurd? De reactie verliep veel te snel. En Jack stond als geparalyseerd. Hij deed niets. En ik kon niets doen omdat Jack me niet precies gezegd had hoe het proces zou verlopen. Er zijn verschillende begrippen waarvoor in uw taal geen woorden bestaan. Ik zal het u dus nooit helemaal kunnen uitleggen. Inderdaad, ik weet het nu nog niet. En dat is misschien maar beter ook. Ik zou niet graag krachten opwekken waarvan ik niet weet hoe ik ze kon bedwingen. De tovenaarsleerling. Wat zegt u? De tovenaarsleerling. Vergeet het maar. Gaat u verder, professor. Tja. Paniek onder de toeschouwers. Alle meters stonden in het rood. De meesten zijn gevlucht. Dat kan ik me voorstellen. Toen kwam Jack weer tot bezinning. Hij heeft het hele proces stopgezet door de reactiestaven eenvoudig naar boven te trekken. Wat? Maar de demonstratie was mislukt. Niemand heeft eigenlijk gezien waar het om ging. U zelf ook niet? Ik heb al gezegd, ik weet het nu nog niet. Maar op een dag zal ik het geheim doorgronden. Als Jack bij ons blijft, zal ik alle faculteiten van de wetenschap op hun grondvesten doen schudden. Maar het gaat nu in de eerste plaats om de praktische toepassing. Dat zeg ik. En als Jack bij u blijft. Maar we zullen eerst een expeditie in de ruimte moeten organiseren. We moeten die Van Sommeren vinden voor het te laat is. Hoe had je dat voorgesteld? We hebben al moeite genoeg gehad om een expeditie naar Brazilië te organiseren. Ik heb je al gezegd dat we officiële hulp moeten vragen. Van NASA, van de Russen desnoods. Maar niet voor een tochtje naar de asteroïdengordel. Daar hebben we eenvoudig het materiaal niet Jack voor. Jack zal misschien wel wat bedenken. Kijk eens, de oceaan onder ons. Waar gaan we eigenlijk heen? Naar huis, dat lijkt me het beste. Naar huis? Ja, naar het huis van Frank, waar we al die tijd gezeten hebben in Californië. Daar zijn Frank en Vel misschien ook. U zei toch dat ze daar naartoe gegaan waren? Ja, dat zal wel, ja. Jammer dat u er naar hebt geweest. Ik vind dat u het ook zonder hen niet slecht gedaan hebt, professor. Dank u. Ik ben dit geheel met u eens. Nou, ja, wat nou? Voorlopig zal niemand veel belangstelling hebben voor de nieuwe energie, omdat de demonstratie mislukt is. Nee, de pers heeft er niet al te vriendelijk over geschreven. En dus hebben wij onze handen vrij voor de laatste ronde tegen Van Sommeren. Zeg, gaan we nou eigenlijk wel goed? Er is praktisch geen navigatieapparatuur aan boord van zo'n helikopter. Maakt u zich niet ongerust, meneer Melden. Ik heb deze route al eenmaal gevlogen en ik heb de richting precies in mijn hoofd. Over 37 minuten en 20 seconden zullen wij landen in de achtertuin. Dat is niet waar. Ongelooflijk. Dus, hier hebt u al die tijd gezeten. Ongelooflijk, op de seconde. Het lijkt wel of Fel en Frank er niet zijn. Anders waren ze ons tegemoet gekomen. Ja, waar kunnen ze dan uithangen? Ik ben blij dat we er zijn. Ja. Ik heb al die tijd in angst gezeten dat we zouden worden aangehouden of erger. Ik heb onder de radar gevlogen. En al had iemand ons op zijn scherm gekregen, dan hadden ze ons nooit kunnen vinden. Door de kracht van mijn gedachten was de helikopter onzichtbaar. Daar geloof ik niks van. Wie kan er nou een helikopter onzichtbaar maken?
gaat u maar. Zo. Zeg dat niet te hard, jongeman. Hij maakt de helikopter niet onzichtbaar. Hij beïnvloedt het perceptievermogen van anderen, zodat ze de helikopter eenvoudig niet zien. Heeft het alles meer gedaan bij die demonstratie bijvoorbeeld? Ze zijn hier wel geweest, Fel en Frank. De radio staat nog aan. Stil eens, het is bijna tijd voor de nieuwsberichten. Van Sommeren moet nog wel zowat zijn boodschap naar de aarde hebben uitgezonden. Daar heb je hem. 3:00, radio nieuwsdienst. De ontploffing in de ruimte en de daaropvolgende zonsverduistering van enkele uren geleden moet worden toegeschreven aan het ontstaan van een nova. Zo meldt de sterrenwacht de Mount Barrier. Wat heb je gezegd, Sierwacht? Ja, is niet toch. Ongeveer een half uur geleden hebben radiostations over de hele wereld een merkwaardige boodschap opgevangen, waarin een zekere Von Sommeren, die zegt te spreken vanuit de ruimte, zich verantwoordelijk stelt voor de ontploffing. Wat geloof je wel? Zelf lot zal ondergaan als niet alle regeringsleiders zich onvoorwaardelijk aan hem willen onderwerpen. Er wordt een termijn van 3x24 uur gesteld om op het ultimatum in te gaan. Anders zal de aarde worden vernietigd, al dus de boodschap. Gedacht wordt aan een misplaatste grap, maar men is er nog niet in geslaagd de daden op te sporen. 3x24 uur, dat is kort dag. We moeten handelen. Nu! Van De Blauwe Zaden, een science-fiction hoorspelserie voor de jeugd, geschreven door Paul van Herk. Rolverdeling: Matt Melden, Bert Dijkstra, generaal Stevens, Paul van der Lek, professor Marcus, Frans Somers, Jack, Donald de Marcas, Fernandez, Loul André, nieuwslezer, bewerking en regie, Tom van Beek. Blauwe zaden. De blauwe man Jack, de vertegenwoordiger van een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden, is met een zelfgebouwd ruimtevaartuig vertrokken naar de asteroïdengordel om te proberen de misdadige Duitse geleerde Von Sommeren, die de wereld aan zich wil onderwerpen, onschadelijk te maken. Hij wil dat doen door de blauwe man die onder invloed van Von Sommeren staat tot andere gedachten te brengen. Intussen wachten Matt Melden, zijn vrouw Valerie, Stevens, professor Marcus en Frank Costa in spanning op de afloop van de strijd, terwijl de wereld, onbewust van het dreigende gevaar, verder draait. Ongelooflijk. In een paar seconden was hij uit het gezicht verdwenen. Ik kan er nog maar steeds niet over uit. Nee, inderdaad. Dat beetje slaap heeft me goed gedaan. Beetje slaap? U hebt het klokje rondgeslapen, geloof ik. Nou, en ook. Hoe lang is het geleden dat Jack is vertrokken? 36 uur. Hij zou dus nu in de buurt van Van Sommeren moeten zijn. Als zijn berekening klopt, is het allemaal misschien al lang voorbij. Of niet? Wanneer zou we hem kunnen terugverwachten? Daar heeft hij helemaal niks van gezegd. Als hij terugkomt, hebben we eindelijk eens de tijd om een wetenschappelijke opsomming van de... Frank, lang slapertje. Zeg jongens, ik heb de radio aangehad. Laatste berichten, geen berichten. Dus de laatste boodschap uit de ruimte was... Precies 24 uur geleden, zelfde dreigement. En daarna niets meer? Nee. Dat zou kunnen betekenen dat Jack geslaagd is. Tja. Inderdaad. Zo. We zullen dat pas zeker weten als Jack terug is. Of anders over 14 uur. De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Het is bijna zover. Het ultimatum is bijna afgelopen. Hoe laat precies? Om 12:00, middernacht. Dat zei ze op de radio tenminste een paar dagen geleden. Ja. En na die tijd zijn er helemaal geen berichten meer over geweest. Ja, op de nieuwsdienst tenminste niet. En in de krant heeft er ook bijna niets van gestaan. Nee, precies. Nee, het is duidelijk dat niemand dat bericht serieus genomen heeft. Hoeveel van die berichten zijn er nu in totaal geweest? Nou, 2 bij mijn weten. En ik heb al die tijd allerlei banden afgezocht. Ja, kijk, ik kan natuurlijk een boodschap gemist hebben. Dan hadden we er al over gelezen of gehoord. Ja, waarschijnlijk wel. Jammer dat we geen van die berichten zelf hebben opgevangen. Ja, precies wat je zegt. Ik wou dat Jack maar terugkwam. Jack kan nog helemaal niet terugkomen. Als hij 30 uur nodig heeft voor de heenreis, heeft hij ook 30 uur nodig voor de terugreis. We kunnen dus nooit eerder dan morgenochtend 10:00 verwachten. Hij is ook zo hals over kop vertrokken.
Hij heeft niet eens een behoorlijke radio mee. We kunnen geen verbinding met hem krijgen. Ja, wat zou je daar dan mee opschieten? Oh, dan zouden we nu in ieder geval weten of hij succes heeft gehad of niet. Ach, dat maakt geen verschil. Over een paar minuten, dan weet je. Ik zou maar wat meer vertrouwen hebben in Jack als ik jullie was. Luister naar Vel, jongens. In moeilijke tijden houdt vertrouwen ons erbovenop. Dat schrijft Frank. Jack kan alles. Zeg, dat klinkt niet erg overtuigd. He, als ik dat zo eens hoor... Frank, ik waarschuw je, schij uit. Zeg, wat is er nou? Ben je nerveus? Je bek niet houdt als slank op je... Net! Frank, alsjeblieft, hou op. Het is zo wel erg genoeg. Oké. Wat zitten we hier nou eigenlijk te doen? Von Sommer is buiten ons bereik. Hij is van plan de wereld te vernietigen en wij sturen er een of andere monsterlijk blauw wezen op af. Dat nota bene in een omgebouwde helikopter het heelal wil intrekken. Gek zijn we. En nou maar zitten wachten op de grote klap. Ja, net oudejaarsavond. Frank! U wilt te veel op eigen kracht vertrouwen. U hebt meer op met bruut geweld dan met wetenschappelijke vindingen die ons in staat stellen. Had ik maar naar u geluisterd, professor. Had ik maar nagedacht. De wereld had zich moeten overgeven. Von Sommer was weer teruggekomen op aarde en dan hadden we... En wie dacht jij dat je daarvoor zou hebben meegekregen, Stevens? In 3x24 uur. Ja. Nee, wat wij gedaan hebben is het enige wat we in de gegeven omstandigheden hadden kunnen doen. En ik... Wat is dat? Oh, dat is de wekker. Ik had de wekker gezet, sorry. Jij krankzinnige idioot. Ja, nou oké, scheld maar op me. 12 uur en we leven nog. En wat zeg je daarvan? Het ja? is Jack geluk. Zie je wel? Vuil, oh. Met. Een nachtmerrie. Het is een nachtmerrie geweest. Zeg jongens, ik heb nog ergens een fles champagne in de kelder liggen. Oh nee. Ik zou me doodschrikken alleen al bij de knal van de kurk. Wat is dat? Wat? Luister. Von Sommer! Het is Jack niet gelukt! Von Sommer! Het onweert! Het onweert alleen een beetje! Blijf niet met alles de spot, Frank. Nou, kom dan mee naar buiten, kijk eens. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Dat is een opluchting. Ja, zie je wel. Ja. Onweer. Alleen een beetje onweer. Ja, het moment is wat ongelukkig gekozen, maar toch. Noodweer, zeg. Misschien is er ergens anders op aarde een ontploffing geweest of iets dergelijks. Kom mee, naar de radio. Verdomd. Waar is hij? Nou, hier. Hier. Sir. In die eerlijke vochtbaarheid met een stevige oorstoorsteen. Nergens iets. Als er iets ernstigs gebeurd was, zou het nou zeker horen. Dus we mogen aannemen dat de aarde gered is? Wat een katterig gevoel. Wat? Dat de aarde gered is? Dat dit het einde is van dit avontuur en... Dat we er zelf nauwelijks de hand in gehad hebben. De aarde is gered en niemand weet eigenlijk wat er op het spel gestaan heeft. Alleen wij met z'n allen. Ja. Tja. U moet niet zeggen, meneer Melden, dat het avontuur nu voorbij is. Het begint pas. We staan aan de vooravond van de grootste wetenschappelijke omwenteling die de mensheid ooit gekend heeft als Jack terugkomt. Als hij terugkomt, professor. Wat? Waarom zegt u dat? Twijfelt u daaraan? Ach, ik weet het niet. Het komt me allemaal zo onwezenlijk voor ze. Net of het niet gebeurd is. Kom nou, Matt. Nee. Je wilt toch niet zeggen dat ik voor niks in Brazilië in de gevangenis heb gezeten? Ja, ik weet het wel. We zijn allemaal een beetje overspannen, geloof ik. We kunnen beter gaan slapen dan. Dan zien we morgen wel. Ja, voorstel aangenomen. En we kunnen uitslapen tot minstens 10 uur. Ja, nou, wel te rusten iedereen. We gaan. Hey, Matt. Wat sta je daar naar de hemel te turen, zeg. Ik zie nog steeds niks. Ja, wat had je dan verwacht? Jack had al lang terug kunnen zijn. Zeg, jij bent geloof ik bang hè, dat hij niet meer komt. Nee, ik weet het niet, Frank. Ach, wat doet het er toe, joh? Hallo, Matt. Oh, hoi. Frank. Is er iets te zien? Nee, Matt is bang dat hij gelijk krijgt met wat hij gisteravond zei, dat het helemaal niet gebeurd is en zo. Ach, kom, Matt. Dadelijk staat hij weer opeens voor onze neus. Ik ben er niet gerust op, Stevens. Hij is in zijn missie geslaagd, dat is wel duidelijk. Waren er nog berichten op de radio vanmorgen? Nee, niks. Zie je?
Maar er kan van alles gebeurd zijn met Jack daar in de ruimte. Als hij zijn broer heeft weten te overtuigen, en daar ziet het wel naar uit, ja, kunnen ze nu ook weer beschikken over hun eigen ruimteschip. Misschien hebben ze samen besloten om niet terug te gaan naar de aarde. Ja, wat zou dat een teleurstelling zijn voor onze goede professor, hè? Dat kunnen we hem niet aan. Nee, wacht eens even. Wat heeft Jack gezegd? Hij zou in ieder geval zijn broeders ophalen. Ja. Zijn broeders daar in Brazilië. Ja. Die met wortels in de aarde zijn gegroeid. En dat kunnen we gauw te weten komen of hij dat gedaan heeft. We kunnen Fernandes oproepen. Je hebt die zender toch nog? Ja. Draagt hij zover? Ja, we kunnen toch proberen. Zeg, jongens, wat gaan jullie nou doen? Proberen Fernandes op te roepen. Vragen of hij iets weet van Jack. Alleen maar omdat Jack niet terugkomt op de tijd dat jullie hem verwachten? Ja, kom mee. Ik wil zo gauw mogelijk proberen contact te krijgen. Ik weet het niet, maar ik maak me ontzettend ongerust. Het is alweer avond. En nog steeds niks. En ook nog geen contact met Fernandes. Dat is niet zo verwonderlijk. Misschien draagt die radio niet ver genoeg. Misschien hoort hij jullie helemaal niet. Misschien heeft hij zijn toestel niet aan. Misschien. Wat schieten we daar nou mee op? We weten niets concreets. We weten niet eens of Van Sommer wel dood is. Misschien voelt hij wel wat in zijn schild. Ja, nou begin je zelf met misschien, met. Dan ben je toch zenuwachtig? Probeer het nog eens. Ja. Hallo Fernandes, hoor je mij? Hallo Fernandes, hier Melden, hoor je mij? Over. Weer niks. Ik kan wel aan het proberen blijven. Stil eens. Hallo Melden, hier Fernandes. Ik hoor u. Over. Gelukkig, eindelijk. Hallo Fernandes, hoe is het in de blauwe ruïnes? Ben je daar nog geweest? Over. Dat jullie succes gehad hebben. Ja. Wij leven nog, in ieder geval. Wat hebben jullie gedaan? Over. Fernandes, ik vroeg of je nog naar de blauwe ruïnes geweest bent. Over. Vraag je dat? Waarom vraag je dat? Ik hou niet van de blauwe ruïnes. Huh? Dat weet je. Maar ik ben er vanmorgen toch even overheen geklopt. Stil nou eens even. Toen zag ik iets bijzonder geks melden. De blauwe ruïnes zijn niet meer terug te vinden. Ze zijn er niet meer. Ze zijn er niet meer? Hoe bedoel je? Over. Ze zijn er niet meer. Precies wat ik zeg. De bodem lijkt wat stoffiger, droger dan de rivier onder. Maar van de bouwsel die wij gezien hebben, geen enkel spoor meer. Over. Dat is toch waanzin. Maar dat kan niet. Dat is onmogelijk. Over. Is het zo? Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Over. Je weet toch zeker dat ze vroeger wel waren, hè? Je weet toch zeker dat je Jack onze blauwe man zelf gezien hebt? Over. Natuurlijk. Waarom vraag je dat? Over. Nee, niks. Ik roep je nog wel op. Dank je, Fernandes. Sluit, hè. Nou. Je hoort het, hè? Ja. Zeg, wat heeft Jack ook weer gezegd? Dat keiharde materiaal. Als het gedemagnetiseerd wordt, valt het tot stof uiteen. Dat zou dus betekenen dat Jack in Brazilië is geweest. En dat hij de blauwe ruïnes heeft vernietigd. Alsof de hele geschiedenis nooit is gebeurd. De wereld draait zoals hij altijd gedraaid heeft. En als Jack niet terugkomt, kunnen wij niet eens bewijzen dat er ook maar de geringste dreiging is geweest. Kom nou, Matt. Er zijn toch genoeg mensen die er vanaf weten. En die geheimzinnige radioboodschappen daar. Grappig. Zeg, er is iets heel geks. Die foto's en die films die ik eergisteren gemaakt heb van de ombouw van die Malahai helikopter, hè? Zijn allemaal mislukt. Nee. Er staat niks op. Dat kan toch niet? Hoe kan dat nou? Ja, geen idee, dat is me nog nooit overkomen. Maar Frank, ja. Die andere films die we gezien hebben, die van het interieur van de blauwe ruïnes, waar zijn die? Ja, wat doen jullie nou zenuwachtig? Die moet ik hier ergens hebben. Ga ze halen, Frank. Ja, ik wil ze zien. Nou, doe nou. Ook zoals je wilt. Neem jij je bevel. Ja. Zeg, Matt, wat wil je eigenlijk? Wil je bewijzen dat jij de wereld hebt gered? Dat kan me niet schelen. Ik wil alleen mezelf bewijzen dat ik niet droom. Dat ik niet al die tijd gedroomd heb. Die hele fantastische geschiedenis. Voor mij hoef je niets te bewijzen. Ik heb het van het begin af aan meegemaakt. Ja, nou maar. Nou, ja, wat is er, Rafael? Wie heeft er nog gebeld? Voor professor Marcus. Het vliegveld. De helikopter is teruggebracht. En ze vragen aan wie ze de rekening moeten sturen. Dus Jack is terug. Hè? En hij is niet naar ons toegekomen. Zeg,
Wie heeft er allemaal films gedonderd? Die hele zaak is verpest. Alle films zijn leeg, geen beeldje meer. Als ik het niet dacht. Kan, dat is er een verklaring voor. Ja, dat zal mijn baas leuk vinden, zegt. Die heeft voor die hele geschiedenis een budget uitgetrokken van hier tot Tokio. En Frank komt met niks terug. Waarom heb ik ook naar jullie geluisterd, hè? Waarom heb ik ze niet meteen laten uitzenden? Kan het zijn dat je ze verkeerd ontwikkeld of gespoeld hebt in die primitieve doka daar in Brazilië? Ja, nou, een andere verklaring zou ik niet weten. Maar het kan haast niet. Het kan niet, jongens. Dus niemand buiten ons kringetje heeft ooit Jack gezien. En wij kunnen niet bewijzen dat we hem wel gezien hebben. Henderson! Henderson weet alles af van Sommeren en zijn bende. Ik ga hem opbellen. Tja, dat is gek. Daar zeg je zoiets. Maar wacht eens even. Marcus? Ja, die heeft hem natuurlijk gezien. Maar hij heeft toch die demonstratie gegeven voor een heel congres nog wel. Honderden mensen moeten Jack gezien hebben. Natuurlijk! Ja! Commissaris. Professor! Ja, ik ben net bezig met een experiment. Als Jack terug is, moet ik... Wat is er? Professor, toen u je lezing gehouden hebt voor dat congres, die demonstratie, toen hebben alle mensen Jack toch gezien? Ja, natuurlijk. Ja, dat is te zeggen. Hij heeft zich anders voorgedaan. Anders voorgedaan? Ja, hij heeft gezorgd dat de mensen hem zagen als een gewoon mens, niet als een blauwe man. Dus... Nee. Niemand buiten u heeft ooit onze blauwe man gezien? Pierce? Wacht eens. Ja, natuurlijk. De organisator van het congres, collega Floyd. Dan moet hem opbellen, nu meteen. Waarom? Vel, ben je al klaar aan die telefoon? Ja, ik ben klaar. En? Henderson was niet al te vriendelijk. Hij heeft altijd in ons verhaal geloofd, zei hij. Maar nu het onderzoek is gevorderd, is gebleken dat von Sommeren aan het eind van de oorlog is omgekomen. Omgekomen? Dus ook von Sommeren heeft niet bestaan? Nee. En die sheriff dan? Die is gedood bij die ontploffing in het bos. Ze hebben de resten van het stoffelijk overschot gevonden. Zijn naam was Pierce. En die blauwe goden? Een cultus. Wat? Een plaatselijke cultus. Professor! Belt u toch die collega van u? Ja. Ik roep Fernandes nog eens op. Moment. Hallo Fernandes. Hoor je mij? Over. Hallo Melden. Ik hoor je. Wat is er? Over. We hebben toch in Brazilië gevangen gezeten, hè? Over. Ja, al wordt daar officieel in alle talen over gezwegen. Nee. Wat is daarmee? Over. En jij hebt ons toch bevrijd? Over. Ja. En weet je wat het gek is? De officiële verklaring is dat het werk is. Nee. Toch was het een schitterende overval, hè? Nog eens, over. En die moord op Pereira? Ja, was een CIA-agent, over. En Reiter? Over. Reiter? Daar heeft nooit iemand van gehoord. Over. Ja. Nee, ik had niet anders verwacht. Ik hou contact, bedankt. Sluiten. Nou? Floyd heeft gezegd, ik ben een charlatan. Hij beschuldigt mij van manipulatie en bedrog. En Jack, de blauwe man. Ja. Hij denkt dat ik hem heb willen bedriegen. Hij ontkent alles. Och. Een charlatan. Een grotere belediging kan je je niet voorstellen voor een man van mijn merites. Ik zal ze eens wat laten zien als Jack terugkomt. Arme professor. Zijn naam kwijt en zijn blauwe man kwijt. Jack komt niet meer terug, professor. Hij is er nooit geweest. Met? En die stenen dan? De helft is verbrand. En wat er nog over was, heeft Jack meegenomen. Als pansering van zijn helikopter. Ja. Ja. Kom, laten we maar eens een muziekje maken. Frank! Ja. En die brand in onze broederij, Matt. De dood van onze buurman. Zal ook wel op een of andere manier toeval zijn. Stil eens. 11 uur, Radio Nieuwsdienst. Binnenlands nieuws. De Nova, die enkele dagen geleden boven ons land gesignaleerd is en die een korte zonsverduistering heeft veroorzaakt, is even snel uitgeblust als die is ontstaan. Nou, zo meldt de sterrenwacht de Mount Barrymore. Stil eens. De radioberichten, die enkele malen door stations over de hele wereld zijn opgevangen en waarin de overgave van de aarde werd geëist, zijn uitgezonden door een 60-jarige radiotelegrafist. Wat? De man die geestelijk gestoord is, heeft zich bij de politie gemeld. Geestelijk gestoord, ja. Hij zegt tot zijn daad gekomen te zijn om de aandacht op zich te vestigen. Ja, dat is een buitenlands nieuws.
In Turkije zijn bij opgravingen merkwaardige blauwe zaden gevonden. Nee! 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 Ja, dat nee! Ja, dat... Oh, 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 professor! Professor! Dit was het 32e deel van De Blauwe Zaden, een science-fiction hoorspelserie voor de jeugd, geschreven door Paul van Herk. Rolverdeling: Matt Melden, Bert Dijkstra, Valerie Rayner, Corrie van der Linde, generaal Stevens, Paul van der Lek, professor Marcus, Frans Somers, Frank Costa, Gees Lindebank, Fernandez, Lou Landré, omroeper, bewerking en regie, Tom van Wijk.